Ik heb opeens een sterke intuïtie om deze aflevering een keer goed in te leiden. Dus wat is het verhaal? Een tijdje geleden werd ik benaderd door Berend. En Berend is een paar jaar geleden naar de lezing geweest van Jordan Peterson in Amsterdam, toen hij hier op bezoek was. En aan het eind van die middag of avond stond hij oog in oog met het camerateam van Cindy Bergman. En Cindy Bergman was daar vanwege haar documentaire over mannen. En zij is er naartoe gegaan om haar idee over mannen in die Jordan Peterson fans bevestigd te zien. Haar vooroordeel als het ware. En Berend is daar ook dus. En hij staat oog in oog met dat camerateam. En hij schrikt van die vooringenomen blik en de vooringenomen vragen. En hij heeft in de maand die erop volgt erg veel last van deze ontmoeting. Omdat hij nu weet dat hij precies niet overkomt zoals hij wil overkomen. In een documentaire over mannen. En hij krijgt paniekaanvallen en huilbuien. En enorm veel psychologische stress van deze ontmoeting. En uiteindelijk besluit hij haar een hele lange brief te schrijven. Die brief heb ik inmiddels gelezen en het is een prachtige, eloquente brief. Ik werd er helemaal door meegenomen. En wat ik het mooie vind aan de brief, dat die eigenlijk in vorm en inhoud precies het verhaal van Cindy Bergman weerspreekt. Door eigenlijk op een hele empathische, diepe manier op die situatie te reageren. Dus ik zeg, dit is een prachtig onderwerp van aflevering, want hierin zouden we eigenlijk heel veel, door die casus te verkennen, kunnen we heel veel van deze tijd raken. Dus ik nodig Berend uit, hij komt langs. En dat was gisteren. En wat gebeurt er nou? Ik merk meteen dat Berend de regie overneemt. Dus hij, in plaats van dat hij de casus eerst rustig uitlegt, wat ik zou doen, neemt hij meteen de regie over. En hij begint met een soort lezing over Jung en Freud. En probeert eigenlijk alles daaruit te halen. En hij zegt ook dat hij dit ziet als zijn debuut als kunstenaar. En dus hij praat in één keer niet met mij, maar met een heel publiek. Dat merk ik. En ik laat hem natuurlijk begaan, want ik ben ook verrast. En als hij mij om mijn antwoord vraagt, en eigenlijk vraagt wat mijn gedachten hierbij zijn, dan kan ik er niet omheen dat ik dat wil benoemen. Omdat ik denk dat dat belangrijk ook weer is in de casus. Want als hij de regie overneemt, dan zegt dat iets over zijn verlangen om controle te houden. En ik denk dat dat ook belangrijk is in het verhaal waarin hij die controle probeert te houden. Is Cindy Bergman. Dus ik heb er natuurlijk geen belang bij om mijn gast een ongemakkelijk gevoel te geven. Ik weet dat ik dus een risico loop, maar ik schakel meteen naar een ander meterniveau. En ik zeg, ik vind het grappig dat jij zo de controle probeert te houden. En ik merk meteen aan Berend dat hij ongemakkelijk begint te worden. En even later is er iets heel kleins arbitrairs aan de hand. Er schuifelt een stoel en ik zeg dat we even van stoelen moeten wisselen. En daardoor moet ik even op pauze drukken. En dat geeft ruimte voor een soort meta-interventie. En ik vraag ook van hoe voel je je en hoe gaat het? En ik merk dat hij een beetje zenuwachtig is. En ik zeg, ontspan en relax en geef de regie maar weer aan mij. Want je hoeft dat helemaal niet, je hoeft niet ook nog helemaal naar je hand te trekken. En ik probeer hem eigenlijk goede moed in te praten. En ik druk weer op rek en hij pakt meteen weer de regie over door te zeggen, zal ik dan de brief voorlezen? En ik laat me weer verrassen. Dus ik denk, nou ja joh, laten we de brief voorlezen, want ik wil die casus bespreken. Dus ik zeg, geef een beetje context. En vervolgens zegt hij, oké, en hij begint zijn hele levensverhaal te vertellen. En in plaats van die context te geven, die drie regels die nodig zijn om die brief te begrijpen. Dus ook daarin zie ik weer dat hij een soort anti-autoritaire reflex heeft. Die ook de hele rest van het gesprek de hele tijd terugkeert. En ik herken het allemaal wel. En gaandeweg vind ik het ook, bij elk hoofdstuk ben ik ook verrast. En denk ik ook van, dit zijn belangrijke kaarten die op tafel worden gelegd. Ik vind het goed dat hij ook dit erbij haalt en ook dat erbij haalt. Want hoe meer je begrijpt over die situatie, hoe beter je ook uiteindelijk die finale begrijpt van die, als hij oog in oog staat met Cindy Bergman. Dus ik laat het ook allemaal gebeuren. Maar dit alles bij elkaar duurt inmiddels zo lang. We zijn denk ik al 2,5 uur aan het praten. Als we uiteindelijk bij die casus van Cindy Bergman zijn aangekomen. En als ik dat dus benoem, merk ik dat Berend opnieuw schrikt. Omdat hij een bepaalde verwachting had gemaakt bij het gesprek. Hij dacht dat we niet zo lang over Cindy Bergman zouden praten. En dat hij met mij die hele wereld zou gaan duiden. Die wereld eromheen. Onze gedeelde frustratie over dat veld. Dus
En ik kan niet anders dan op dat moment in het gesprek denken van ja, wat wil je nou? Want ik geef je alle ruimte om te zeggen wat je wil. En ik kan er niks aan doen dat we er nu een 2,5 uur over gedaan hebben. Maar het enige wat ik heb gezegd de hele tijd is we moeten eerst die casus neerleggen. Zodat je ook voor een luisteraar sympathiek overkomt. Zodat je, ja, zodat je even goed het startpunt hebt neergezet. En dan kunnen we de hele wereld in. Maar als je dat andersom doet, dat is lastig. Dan kom je niet goed over. En dat weet ik uit ervaring. Dat weet ik uit mijn eigen ervaring. Ja, we raken een beetje in de knoop. En uiteindelijk stel ik gewoon voor van, nou, weet je wat. Ga dan nu jouw idee over de wereld vertellen. En we zitten er dan al 3 uur in. En ik weet dat de camera heel lang aan het lopen is. Maar het is eigenlijk een consequentie van alles wat bij elkaar optelt op dat moment. Dus ik laat hem gaan. En dan krijgen we opnieuw een soort frictie. En kom ik erachter, en dit is eigenlijk het absurde, dat hij überhaupt niet over die casus had willen praten. En dat hij eigenlijk had gewild dat ik hem als een mens zou zien, die gewoon, zoals ik zelf ook ben, een interesse heeft voor de wereld en voor hem als persoon. En op dat moment realiseer ik mij op een hele grappige, ironische manier dat ik eigenlijk meer hetzelfde doe als Sunny Bergman dan iets anders. Namelijk, ik wil ook dat verhaal uit hem halen. En dus in die finale krijgt het toch een bepaalde verrassende verdieping. En daarmee heeft het hele verhaal, die hele 4 uur, een bepaalde dramaturgie gekregen. Die eigenlijk, ja, ik zie het inmiddels als een soort Shakespeareaans stuk van 5 bedrijven. Met inderdaad een soort Shakespeareaanse lengte. En ja, ik heb er nog een beetje in proberen te knippen. Wat ik eruit kon halen, heb ik eruit gehaald. Maar eigenlijk zijn alle hoofdstukken noodzakelijk om ook echt te zien wat er gebeurt. En ik heb toch besloten om het integraal te publiceren. Het is dan maar een aflevering echt voor de fijnproever of de liefhebber, denk ik maar eventjes. Iemand die er echt even helemaal in wil duiken. Ik kan natuurlijk niet verwachten dat iedereen die volle 4 uur zijn aandacht erbij wil houden. Maar wie dat wel wil, die kan het dus wel helemaal volgen en ook zien. En die kan dus ook zien dat er iets gebeurt in het gesprek. Wat volgens mij exemplarisch is ook weer van wat er in deze tijd heel veel gebeurt. En ik dacht nog even van, ga ik mezelf dan echt met Shakespeare vergelijken? Toen dacht ik even later van, ja, waarom ook niet? Want inderdaad, die dingen die nu gebeuren, die zijn ook in het klein exemplarisch voor wat er in het groot en in de wereld op dit moment gebeurt. Dus het is ook een beetje een modern Shakespeareaans drama geworden, op microniveau. En daarom ben ik toch zelf toch heel tevreden met deze experimentele aflevering, die voor mij toch ook voelt als de meest spannende aflevering misschien wel. Omdat er zoveel ideeën in botsing zijn geraakt. En dus in die zin wil ik het toch met veel plezier aanbieden. En ik ben zeer, zeer benieuwd wat het teweeg brengt. Ik zit hier met Berend. Oftewel, jouw artiestennaam is The Sound. The Sounds of One Hand Clapping. Yes. Jonge artiest ben je eigenlijk, hè? Net als Nazareth of Maria, mijn allereerste gast. Ik voel me een tikkeltje ouder dan haar, maar... Ja, maar ik bedoel, je bent begin twintiger of een mid twintiger. Dus ik ben nu 25. Je begint net met, ja. Met je creatieve carrière en raakt aan de praat. Ook weer via Instagram. En eigenlijk benaderde jij mij met een, ja, naar mijn ogen waanzinnig verhaal. En ja, ik heb gewoon echt zin om daar helemaal in te duiken. Okay. En misschien... Je zei net al van, je zei dat je het spannend vond. Ik vind het heel spannend, ja. Heb je geen zin om daar meteen woorden aan te geven? Waarom is het spannend? Nou ja, omdat er is natuurlijk altijd een moment waarbij een soort van een kunstenaar zijn of haar moment heeft om echt soort van bewust zichzelf te positioneren binnen de kunstwereld, weet je? En het natuurlijk. Hebben mensen tijdens hun studie of zo al gewoon een bepaald verloop dat zij met dingen naar buiten komen. Maar hè, ik denk dat iedereen wel een soort, hè, als het ware een soort debuutmomentje heeft. Of van, oké, okay, nu kom ik echt eigenlijk met mijn werk waarbij ik mezelf op de kaart wil zetten, weet je. Ja, dus jij gaat er nu één totaalmoment van maken eigenlijk. Praten met mij over de gebeurtenis die we willen schoonpraten. En dat is meteen jouw kennismaking moment, ja. Als artiest met de wereld. Ja. En ook omdat de casus dat ook ergens op een gekke manier thematiseert, komt dat nu allemaal op een gekke manier op elkaar te liggen. Heel erg. Vond ik dat zo goed? Heel erg. En dus, misschien moeten we, laten we concreet beginnen. Waar hebben we het over? Wat is de casus die we gaan schoonpraten? Waar we al het andere
aan, van de wereld aan gaan linken? Wat is de gebeurtenis waar we vandaag over gaan praten? Nou ja, kijk, in ons gesprek ga ik ervan uit dat wij op het punt komen waar ik jou in eerste instantie mee benaderd heb. Alleen, ik zou dat graag heel veel breder willen trekken. Dat nu heel even te laten voor wat het is. En dat we dan bij dat punt aankomen waarbij jij of ik dadelijk gaat zeggen van... En hier hadden we het over en hier gaan we nu helemaal op induiken. Maar ik zou het liever gewoon, voor nu om mee te beginnen, zou ik het heel graag een stuk breder willen trekken. En weet je, er zijn een heel hoop dingen die nu in de wereld aan de hand zijn. En ik heb echt heel hard mijn best gedaan de afgelopen paar weken om al jouw podcasts te luisteren. En ik hecht daar mega veel waarde aan. Waarom? Omdat ik geïnteresseerd ben in jou, Michiel, als individu. Gewoon als individu. Waarom? Omdat ik op dit moment zie dat de wereld mega gek en chaotisch is. En dat mensen heel erg vragen stellen bij bepaalde informatiebronnen. Mensen zijn allemaal gewoon zoekende van wat is de waarheid. En ik weet niet waarom, maar dit is echt oprecht iets waar ik bij wijze van spreken mee groot ben geworden. De intuïtie dat individuen 200 miljoen keer als informatiebron betrouwbaarder zijn. Het is niet per se zo dat individuen op zich betrouwbaarder zijn, want je kan een heel onbetrouwbaar individu hebben. Maar een individu, als gewoon verpakt als zichzelf, daar kan je helemaal induiken. Waar komt die persoon vandaan? Waar is die geboren? Met wat voor gedachtegoed is die persoon zeg maar grootgebracht? En ik zou jou heel erg graag mee willen nemen, heel even in het verleden. Ja? Ja. Ik wil jou meenemen naar... ik ga je eens een soort kleine quizvraag. Weet jij wie er geboren is op 12 september 1856? 12 september? Ja. Nee, 6 mei, sorry. 6 mei. 6 mei 1856. 1856. Ja, wist ik ook niet dat het in Tsjechië was, maar daar is een klein kereltje ter aarde gekomen, genaamd Sigmund Freud. En ik vind Sigmund Freud niet per se heel erg interessant. Maar de moderne psychologie zoals we hem kennen is echt super jong. En hij heeft het eigenlijk soort van helemaal eigenlijk groot gebracht. Hij is eigenlijk de grondlegger van de moderne psychologie. En een man waar we vandaag heel erg veel over gaan hebben, die zegt in heel veel van zijn lezingen... Ja, die Freud, hè, we doen allemaal heel erg lacherig over hem... En we schrijven hem echt aan de kant als die gekke kooksnuiver die met allemaal rare ideeën over seks is gekomen. Maar wat er gebeurd is dat wij alles uit Sigmund Freud hebben gezogen wat goed was voor ons om te beseffen. En vervolgens is daar soort een geraamte overgebleven van alle fouten die Sigmund Freud gemaakt heeft met zijn theorie of wat dan ook. En dus we waarderen hem niet meer. Zoals ik al zei, ik vind Sigmund Freud niet per se mega interessant. Maar wie ik wel erg interessant vind, is iemand waar je nog minder over hoort. En waar misschien ook nog erger over gepraat wordt. Namelijk een heel klein ventje een jong ventje waar in, ik denk, zijn twintiger jaren, toen hij die leeftijd had, met een oudere Sigmund Freud mee in contact kwam. En dat was Carl Jung. En Carl Jung en Sigmund Freud hebben heel lang een vriendschap gehad en met elkaar opgetrokken. En zij zijn op een gegeven moment uit elkaar gegaan. Sigmund Freud heeft heel zijn psychologie gebaseerd op het idee van het libido. Hè? Gewoon een soort seksuele, animalistische energie. En voor Freud draaide het over het algemeen heel erg veel alleen maar om seks. Terwijl Carl Jung op een gegeven moment zoiets had van ja, die animalistische energie, daar komt meer bij kijken. En Jung is zich steeds meer gaan verdiepen in religie en verleidende godsdienstwetenschappen, filosofie, allerlei dingen waar ik mij heel erg mee bezig hou. De crux waar ik dit allemaal omheen wil brengen, is het hele ironische gegeven van, en dat is ook de reden waarom ik eigenlijk met dit verhaal nu begonnen ben. Ik heb het idee dat wij helaas nu op dit moment allemaal jonge mensen heel veel dingen leren, maar heel weinig dingen leren waar ze echt iets aan hebben. En het is voor mij heel erg ironisch om te weten dat ik ooit als klein ventje altijd vanaf jongs af aan geweten heb, ik wil mensen helpen en voornamelijk begeleiden in hun psychische en emotionele processen. En ik ben dus op een gegeven moment een jaar of 18 geworden. Toen heb ik mijn middelbare schooldiploma gehaald. En toen dacht ik, oké, ik ga psychologie doen. Maar toen ben ik op een gegeven moment één keer naar een open dag gegaan van een kunstacademie. En ook wetende dat ik zeg maar op de universiteit of op een hogeschool voor psychologie over het algemeen heel veel meer doodgegooid zou worden als iets wat ik zie als nonsens. Statistiek in plaats van echt hard-on therapeutisch theorie over mensen helpen. Ging er op die kunstacademie, op die open dag, ging er een wereld voor mij open.
En dus ik vind het heel erg grappig om te weten dat vervolgens allemaal vrienden om mij heen de psychologie in zijn gedoken en wel naar die universiteit zijn gegaan. Vervolgens echt gewoon met zo'n mel hebben gezeten van fuck, heb ik weer een tentamen. Wat is het? Statistiek wat eraan zit te komen. En dan ook wetende dat die eerstejaars over het algemeen, althans wat ik ervan weet van psychologie studenten van de Erasmus Universiteit in Rotterdam, die krijgen eerstejaars krijgen wat over Freud, maar die horen nooit wat over Carl Jung. Terwijl hij heeft enorm veel bijdrage gedaan aan onze hele besef van onze innerlijke wereld. Weet je, extravert en introvert zijn termen van Carl Jung. En dan voor mij eigenlijk de hele grootste. En daarmee ga ik hem inleiden en ga ik het balletje naar jou kaatsen om jou je werk te laten doen. Een heel groot concept van Jung is synchroniteit en individuatie. Dus synchroniteit is op het moment dat er dus dingen bij elkaar komen. Hè? Misschien dus nu ook dat dit een soort synchroniteit is. Het bij elkaar komen van Berend en Michiel. Ik zie dit dus op dit moment niet heel erg als een toeval dat ik hier zit. Voor mij voelt het helemaal alsof ik hier op het juiste moment op de juiste plek ben. En dan dus een andere term waar Jung mee gekomen is individuatie. En dat is dus het idee dat elke ziel wat hier op aarde komt, en dat is een heel spannend woord nu in deze tijd, want niemand gelooft meer in het bestaan van de ziel. Maar dat wij hier komen met een bepaalde soort blauwdruk en dat wij in ons levensloop, dat er een bepaalde continuïteit in zit, een soort rode draad waar je ook echt aan over kan geven. Dus dat je helemaal steeds meer in je individuatieproces, wat eigenlijk het proces is van steeds meer jezelf worden, daar steeds meer in kan gaan zakken. En ik neem jou heel erg graag nu mee, dat balletje wil ik naar jou terugkaatsen, naar het moment waar ik bezig ben met mijn portfolio op 19-jarige leeftijd, toen ik dus heel veel tussenjaartje had om uit te vogelen wat ik wilde doen en dat ik naar die open dag ben geweest voor die kunstacademie en dus keihard ging werken voor een portfolio. Ik op een gegeven moment op een project ben gekomen getiteld Words Can't Kill Me, But I Can Kill Them. En dit project ging over het doodmaken van allerlei erge woorden in de cultuur die op dat moment controversieel waren of eigenlijk niet gezegd mochten worden. Denk aan neger, denk aan kanker. Kanker was eigenlijk de grootste in dat hele project. En dus daar zat al een klein intuïtief dingetje in. Hè? Ik wist op dat moment helemaal niet goed door en door wat politieke correctheid betekende of die hele reuten met deed. Maar daar ben ik mee begonnen. En dus ik maakte dat portfolio. En nu geef ik heel graag aan jou. Ja, het is heel grappig, want ik ben aan het luisteren en aan het nadenken. Dat zijn dingen die ook ik uitvoer het geluid. Sorry. Ik ben aan het luisteren en aan het nadenken. En waar ik over nadenk is, kijk, van tevoren hebben we al best wel veel gekletst en gepraat. Je hebt ook best wel veel uitgebreide recensies gegeven van mijn podcastafleveringen. En ik heb jouw brief gelezen waar we dadelijk over gaan praten. En je had ook over de voorbereiding. Het gesprek van dat ik hiervoor had met Richard Cameron was eigenlijk hetzelfde. Toen vroeg hij ook ging het ook over de voorbereiding. En toen merkte ik dat hij zich op een bepaalde manier wilde voorbereiden. Toen zei ik ook wat ik tegen jou ook heb gezegd, van ja, joh, bereid je voor zoals ik wil. Ik maak me leeg. Dat is mijn manier van hoe ik wil werken. En daardoor luister ik beter, weet ik. Ik ken mezelf een beetje inmiddels. Maar als jij heel erg wil voorbereiden, dat mag ook. En wat er nu gebeurt is dat jij eigenlijk de ruimte neemt om eigenlijk de regie zelfs over te pakken. Dat vind ik heel grappig. Dat vind ik heel leuk. Nee. Dat vind ik. Nee, wacht even. Hè. Dat vind ik dus leuk, omdat dat mij iets zegt over deze situatie. Want jij zegt eigenlijk van, het feit dat we over die brief gaan praten plaatst mij onmiddellijk in een bepaald aandachtscentrum. En voor mij, ik vat dat op als mijn debuut, want ik ben een kunstenaar. En dus moet ik me voorbereiden. En dus word je zenuwachtig en ga je voorbereiden en hierover nadenken. En heel die energie stop je in die eerste 10 minuten. Maar in die eerste 10 minuten communiceer je ook iets anders. Namelijk, je zegt eigenlijk, ja, ik kom van die kunstopleiding, maar ik wil helemaal geen kunstenaar worden. Nee, ik ben veel meer geïnteresseerd in de wetenschap van de psychologie en van de psychiatrie. En alleen, ik weet dat mijn intuïtie zei mij, correct me if I'm wrong, maar dit is wat ik terugkrijg. Mijn intuïtie zei mij dat die
dat die wereld, die wetenschappelijke wereld inmiddels zo is dichtgetimmerd, dat ik daar op een hele ironische manier juist niet ga halen wat ik wil vinden op een religieus en spiritueel level als ik die universitaire route loop. Dus ik ga de kunsten in. Maar ja, niet om kunstenaar te worden. Dus niet vanuit mijn eigen... Oh ja, dus niet vanuit dat ego of die ijdelheid van die ook altijd een beetje in kunstenaar zit, maar meer op een praktische level. En dat is dus interessant, dat je die twee bewegingen maakt. Dat maakt dus dat ik het feit dat jij de regie overneemt, eerst moet ik daar natuurlijk om lachen en ga ik een beetje achterover zakken. Ja, maar en wil ik jou natuurlijk betrappen op een fout. Maar in tweede instantie denk ik, you got my attention. Maar daar wil ik je dus wel onderbreken. Want okay. I'm not gonna deny dat ik was degelijk met een soort bepaald gevoel van zenuwen. En ik heb ook een beetje krakkemikker geslapen vannacht. Met die energie zit hier ook. Hè. Die is inderdaad ook deel van deze inleiding. Ja. Maar de reden, dat meen ik echt uit het grond van mijn hart en mijn ziel, als ik het mag zeggen, als je gelooft in het bestaan van de ziel. Maar de voornaamste reden voor deze inleiding die ik net heb gegeven is omdat ik het graag in een heel veel bredere context wil plaatsen. Ja, weet je? En misschien gaan mensen me een beetje aan de hand van het luisteren van deze podcast een beetje irritant vinden, want ik heb het idee dat ik nu, weet je, ik heb de afgelopen 2 weken heb ik al jouw podcast geluisterd. En dus ik zit helemaal vol met, oké, waar heb je met Lalo over gehad? Waar heb je met Zini over gehad? Waar heb je met Marijn over gehad? Weet je? Gewoon, dat zit allemaal in mijn kop. En ik heb daar allemaal echo's gehoord van dingen die ik ook heb gedacht, of dingen die ik ook zou zeggen, ja, of dingen zoals ik er op dat moment ook in stond. Ik denk dat het belangrijk is om nu even, om dat even allemaal los te laten. En eigenlijk, zoals ik zelf graag begin, is gewoon bij het begin. En nu heb je eigenlijk jouw, snap je, je hebt nu jouw agenda uitgerold. En dat is heel goed. Want dan weet ik dat ik het in die context moet lezen. Dus we gaan het hebben over, naar mijn idee, over Jordan Peterson. Okay. We gaan het hebben over Sunny Bergman. Okay. En we gaan het hebben over jouw bezoek aan Jordan Peterson. En waarom Sunny Bergman daar... Hoe zij eigenlijk het cliché van... Haar cliché van mannen op jou heeft geprojecteerd en jou daar heeft gebruikt, of misschien misbruikt, om een bepaald idee te installeren wat niet klopt. En waarom gaan we dat doen? Dat zegt de intro. Dat doen wij omdat jij geïnteresseerd bent als mens en als kunstenaar en als maker in die psychologische processen. Omdat je het idee hebt dat als je daar jezelf in blootgeeft, dat je daarin ook anderen kan begeleiden of helpen. Ja. Vat ik dat zo goed samen? Ja, alleen... Ik zit een beetje met die krakende stoel. Ik weet nu vanwege gisteren dat elk kraakje hoorbaar is. Oké, vind je het fijn als ik gewoon op de andere stoel ga zitten? Laten we dat doen, sorry. Geen probleem. Dus het wordt toch een meta-interventie, want we moeten toch even een knipje maken hier met die stoelen. Heb je het gevoel dat we een valse start hebben gemaakt? Of heb je het gevoel dat we goed begonnen zijn? Ik denk dat we eventueel het best opnieuw kunnen doen. Oké. Dat meen ik. En dus, ik weet niet of je hem nu al op stop wil zetten dan voor me. Dus ik denk dat het verhaal wat jij vertelt is voor mij heel interessant. Omdat het iets blootlegt over eigenlijk allerlei misvattingen. Ja. Rondom Jordan Peterson. Maar niet alleen rondom hem, maar überhaupt rondom de thema's die hij ook wil agenteren. Ja. En ook hoe dus in universiteiten die woke culture eigenlijk begint wortel te schieten. En ook hoe eigenlijk heel die cultuurstrijd of die culture wars, hoe die zich eigenlijk ontrollen. Dus voor mij is jouw brief, die we nu straks gaan horen. En voor mij is die casus is op een heel micro level, is gewoon precies een dartpijl in de 3D-dubbel 20, zeg maar. Yeah. Voor mij is dit gewoon... dus ik las jouw brief en ik vond het een hele... Wat ik dus interessant vind, hè? Dus ja, ik ga het gewoon even in mijn woorden proberen te parafraseren. Dus jij benadert mij en jij zegt van, het is heel grappig, want ik was bij Jordan Peterson in Amsterdam. En daar is Sunny Bergman. Nou, ik ken Sunny Bergman goed. Ik ken haar persoonlijk. Ik heb haar een aantal keer gesproken. Ik heb zelf ook bij de VPRO gewerkt. En ik heb al haar documentaires 1 of 2 keer gezien.
En ik ken ook haar researcher, dat is een vriendin van mij. En ik ken ook weer de haar familie is ook weer een van mijn beste vrienden. Yeah, kortom, yeah. Ik zit best wel in die Sunny Bergman wereld. Yeah. In haar kringen. Ja. Ik heb een probleem met Sunny Bergman. Want ik vind haar heel, echt heel aardig. Ik vind haar heel lief. Maar ik vind haar documentaires verschrikkelijk. Maar ik heb gewetensbezwaren om dus die documentaires van haar helemaal aan te vallen. Omdat ik haar zo aardig vind. En omdat ik helemaal in haar netwerk zit. Ja. Yeah. Dus dat is ten eerste even, ik leg ook even wat bewijsstuk op tafel. Hè? Ja. En op het moment dat jij mij benadert, dus de laatste film van Sunny Bergman, of de ene laatste film inmiddels, gaat dus over mannelijkheid. Ik zie mij nog bij de VPRO zitten, bij Stan van Engelen, de baas daar, bij wie ik ook mijn plannen pitch. En hij zegt tegen mij van ja, Sunny Bergman wil nu een documentaire maken over giftige mannelijkheid. Maar, en hij schuifelt een beetje, is ook een man. En ik moet een beetje lachen. En ik zeg ze van ja, vind je dat dan goed? Want het is toch een kut onderwerp. Weet je wat, toxic masculinity, wat is dat? Dat slaat toch nergens op, hè? Dus ik probeer dat idee aan te vallen. En hij zegt zo'n beetje van ja, we moeten nog een beetje gaan fine-tunen wat het precies moet worden. Dus ik zie al dat de VPRO ook moeite heeft met haar documentaire over mannelijkheid. Yeah. Ik zie het gewoon. En, maar ze kunnen ook niet nee zeggen tegen deze grote onderwerpenvernieuwer die bijna eigenhandig het Zwarte Pieten-probleem naar een breder naar een wit publiek heeft getild, snap je? Ze moet toch een beetje credit krijgen. Hè? Dus kortom, zij gaat een film maken over mannelijkheid, over giftige mannelijkheid. En zij stapt met haar camera naar Jordan Peterson. Want daar kunnen we eens even gaan aantonen dat deze enge nazi, deze enge extreemrechtse racist, dat deze man, dat daar komt een bepaald type man op af. En dat zijn precies die masculine mannetjes die voor mij perfect zullen gaan dienen in mijn these dat er toxic masculinity bestaat. Mm-hmm. Nou, dus dit is naar mijn idee, ik ben misschien ook een beetje lang van stof, maar dit is zo bespottelijk dat je zeg maar met je camera naar Jordan Peterson gaat om mannen te interviewen, om aan te tonen hoe toxic masculinity ruikt. En ik wil hier al 2 jaar lang wil ik dit rechtzetten, want ik zie dit als iets wat onrecht is en onrecht moet worden rechtgezet. Maar ik heb gewetensbezwaren, omdat ik dus in haar netwerk zit. Ik vind haar lief enzovoort. Hè? Nou, op dat moment dat jij me mailt, denk ik, wauw, dit is goed. Want niet omdat ik denk van, yes, ik heb hier een soort van, ik ben Don Quixote en dit is Sancho Panza. Laten we nu helemaal Sunny Bergman pakken. Snap, hoewel ik dat ook denk, hè? Daarom dat ik het meteen meta maak. Maar wat mij dus grijpt, is dat ik jouw brief begin te lezen. En ik pak die brief uit. En wat gebeurt er? Het is een hele lieve, eloquente, intelligente, zachte, empathische, warme brief. Ja. 4 kantjes. En ik lees hem ademloos uit. En ik denk gewoon van, wauw, dit is zo'n krachtige brief. Niet omdat het perfecte antithese is op die bespottelijke these van Sunny Bergman over toxic masculinity, hoewel het dat ook is, maar omdat het in vorm en inhoud eigenlijk perfect illustreert wat mannen ook zijn en wat zij niet ziet, waar zij blind voor is. Ja. Dus het is niet een perfecte aanval op Sunny Bergman, maar een perfecte aanleiding om aan te tonen, volgens mij. En dat gesprek, daar ben ik dus geïnteresseerd in. En daarna geef ik jou dus ook weer het woord. Wat ik graag zou willen doen, aan de hand van jouw brief en jouw verhaal, is niet alleen dus aantonen wat Sunny Bergman niet ziet, dus haar aanvullen eigenlijk, maar ook, en bovenal, dus aantonen wat dus die gekke misvatting is over Jordan Peterson, die toch wordt weggezet als enge nazi, terwijl volgens mij hij heel erg juist gericht is op iets blootleggen maatschappelijk, juist om tot elkaar te komen en op een hele no-nonsense praktisch level om mensen te helpen om het beste uit hun eigen levens te halen. En zo zou ik eigenlijk jou eigenlijk willen introduceren als de schrijver van een brief die mij in ieder geval helemaal om de vinger wond en waardoor ik dacht van kijk,
hier hebben we een eerste bouwsteen voor een gesprek dat al heel lang niet gevoerd wordt over mannen. En laten we dat gesprek vandaag voeren. Dus dat is even waar ik mee zou willen beginnen. Okay. Ben ik te volgen? Ja, helder. Ja, dus nu jouw brief natuurlijk. Nu jouw brief. Of moeten we die als bij... We kunnen ook de brief als bijlage losknippen. En, voor, nou ja, kijk. Een soort appendix. Wat hier dus het ding is, Michiel, is dat, en dat vind ik dus heel erg interessant. Kijk, jij zit hier op een bepaalde manier... jij hebt jouw soort van ongedefinieerde intenties. Jij voelt dat er iets bij jou speelt waar je het over wil hebben. En ik heb dat ook. Ja, vertel. Dus ik heb nu eigenlijk mijn helft op tafel gelegd. Het lijkt me dus interessant aan de hand van wat jij nu hebt gezegd over die brief. Hè, en dat is de rode draad in waar je het net eigenlijk over gehad hebt. Om dat eigenlijk nu soort van op tafel te gooien. En aan de hand daarvan dat je me allemaal vragen kan stellen. Oké, want hoe, wat is daar dan precies verder gebeurd? En hoe denk je daarover? En hoe was dat moment? En wat gaat er dan eigenlijk daar vooraf? Ja, dus laten we dat nu doen. Laat ik nu de vraag stellen. Oké, hoe zou jij het verhaal opnieuw... Waar zou je beginnen als ik jou opnieuw zou zeggen? Wat is nou gebeurd daar? Wat is de bredere context voor jou? Of waarom is dit zo'n belangrijk moment voor jou geweest? Nou ja, is het een idee dat ik gewoon heel even kort vertel over die dag zelf? En dat ik daarna echt gewoon die brief ga voorlezen? Ja, zeker. Okay. Zeker. Dit is dus waarschijnlijk waar we het later nog meer over gaan hebben. Maar ik ben dus in 2016 begonnen met mijn studie. Toen al vrij snel op Jordan Peterson gestuurd. En ik ben me toen helemaal ook vanaf dat moment, rond 20-jarige leeftijd, ben ik me gaan verdiepen in Amerikaanse politiek. En daarbij specifiek dus identiteitspolitiek. Nou ja, ik heb daar echt met gewoon angst en boosheid en frustratie en allerlei emoties door mij heen gingen. Van al het nieuws, van de meest absurde dingen die er zeg maar overseas gebeurden. Weet je? En kun je voorbeelden noemen? Want meestal als mensen zeggen van allerlei dingen, dan zijn er toch één of twee dingen die het meest eigenlijk symbool staan voor die soort ontwikkelingen. Dat heb je ook in een eerdere podcast met iemand, heb je dat inderdaad genoemd. Maar ik heb daar wel een weerwoord. Standaard gesprekstechniek, ja, maar ik is heb, gewoon maar zo. Maar ook niet. Ook niet. Want het kan ook iets zijn dat iets zo vaak gebeurt en dat je zoiets lang voorbij ziet komen. En dat je daar compleet machteloos over voelt, dat je dat in één keer loslaat. Weet je? En het is gewoon, als iemand bij mij in de buurt, weet ik veel, begint echt radicaal hè, over racisme of gender of wat dan ook, dan ben ik heel erg geneigd om gewoon een soort van symbolisch soort van een beetje mijn ogen te rollen. Zo van, ik weet wat het. Wat voor gewicht het van in mij heeft gekregen in het verleden, doordat ik er zo erg mee bezig was. Ja. Maar ja, weet je, om heel kort dan iets te noemen. Ik heb een keer een artikel gelezen, jaren geleden, over dat er weer allemaal professoren hebben geschreven over dat wiskunde racistisch zou zijn. Maar misschien het meest belangrijke internationale voorbeeld, wat ook echt toevallig ook in Canada een grote controversy is geweest, is van Lindsay Shepherd. Dat is een meisje geweest van een jaar of 24. Die als het goed is op dat moment, of misschien iets ouder, geen idee, maar les gaf. En dat ging dan heel even over gender, als het goed is. En die behandelde de casus van Peterson in haar les. Ja, en alleen inderdaad. Omdat zij hem en die hele casus bespreekbaar probeerde te maken, is zij uiteindelijk op het matje geroepen. In de context van debat. Het debat ging over pronouns. Precies. En die pronouns is een discussie rond dat moment. Rond dat punt in Amerika en in Canada. We hebben het nu over 2017, geloof ik. Yeah. En in 2017 is de vraag inderdaad van hoe je eigenlijk inclusief taal kan gebruiken. En omdat zij gaf ook volgens mij iets op dat taalspectrum. Dus voor haar was het ook een onderdeel van het debat. Hoe kun je nou... Het is ook een lastig iets, hè. Hoe kun je bijvoorbeeld een meervoudsvorm hanteren voor een... dus je kunt zeggen hem of haar. Ja. Yeah. Maar als je een meervoudsvorm pakt voor de trans community, dan krijg je dus taalproblemen. En de vraag is, hoe ga je daarmee om? En in die context van dat debat, waar zij overigens voorstander was voor een juist inclusief, progressief taalgebruik, liet zij Jordan Peterson zien, omdat Jordan Peterson daar best wel grote uitspraken over heeft gedaan. En omdat zij dat heeft gedaan, werd ze op het matje geroepen. En zij mocht niet weten wie er had geklaagd, hoeveel mensen dat waren. En zij werd eigenlijk berispt. Ze, ja, als trans,
transfobia wordt dan gezegd. Hè? Dus je bent, dat is hetzelfde als dat je iemand racist noemt. Dat is niet iets wat je zomaar wegpoetst. Het is misschien niet iets wat meteen consequenties heeft, maar het is ook niet iets wat je graag hebt. Je wil niet in Nederland bekend staan als een racist. Dat is, ja. Nou ja, zij heeft dus dat gesprek opgenomen. Nou ja, ja. Ik heb daar echt oprecht met tranen in mijn ogen bij gezeten. Van ja, maar luister, wat hier gebeurt is zeg maar gewoon. Het is pesten. Het is pesten wat hier gebeurt van de zooi die ze over zich krijgen. En een beetje een soort blackmail en chantage. En nou ja, weet je, en zeg maar die voorbeelden van. Wat daar in Canada gebeurd is of zo, dat vind ik interessant. Ik vind dat ook goed om te noemen. Maar ik trek dat heel graag nu ook op dit moment op een bepaalde manier naar de aarde. En daarbij op een bepaalde manier naar mezelf. Wat ik zelf persoonlijk heb meemaken. Want ik heb dus een heel verloop gehad vanaf het moment dat ik ben begonnen met studeren. Dat ik op een gegeven moment dus gewoon al die onderwerpen bij mij begonnen te spelen. Van, oh hey, blijkbaar is dit in Canada en Amerika zijn het hele grote dingen. Alleen is iets van, ja, hey, kom op, luister. We zijn het koude klaar. Een hele nuchtere kikkerlandje, toch? Dat is in Nederland niet zo. En daar waar je heb ik op een gegeven moment ook... want die Lindsay Shepherd ben ik ook gewoon voor een tijdje gaan volgen. Hoe zij op een gegeven moment naar buiten is gekomen met het statement van... Hey, jongens, ik dacht dat ik links was, maar ik krijg eigenlijk nu zoveel gal over mij heen. Ik identificeer me eigenlijk niet meer echt met links of progressief. Ja. Heb ik voor mijzelf een vergelijkbare transformatie bij wijze van spreken meegemaakt. Mijn transformatie is uiteindelijk op een punt gekomen van... fuck die hele dichotomie van links en rechts. Dat zijn voor mij kaders en hokjes die voor mij op dit moment helemaal niet meer relevant zijn. Maar het hele gegeven, hè, ik zou dat bijna het noemen van... Hè, mensen noemen dat nu in de cultuur fucking blue pillen of red pillen, weet je. Ik zou het meer noemen als soort van het... wanneer viel voor jou... de linkse sluier, zeg maar. En ik heb dus een heel proces gehad van eigenlijk bewustwording over een heel hoop onderwerpen en hoe daar een soort van massaal over nagedacht werd. En op een gegeven moment ben ik dus op een punt gekomen. Ik denk een belangrijk moment is geweest toen ik met mijn vriendin destijds een documentaire heb gekregen van Cassie nog iets. Een Amerikaanse documentaire maakster, een blonde vrouw. Misschien grappig ook om langs Sunny Bergman te leggen, zeg maar. Maar die is begonnen met als feminist. En die heeft allerlei documentaires gemaakt over allerlei onderwerpen. Maar die is op een gegeven moment zich gaan focussen op mannenrechten. En die heeft daar dus een documentaire over gemaakt, genaamd The Red Pill. En zij realiseerde zich, hey, zodra ik het over mannenrechten ga hebben... krijg ik allerlei shit naar mijn hoofd geslingerd. En dus ik keek dat destijds met mijn vriendin. En toen keken we elkaar alle twee aan het eind van die documentaire. En dat was iets van... dit was eigenlijk wel raar en interessant. En gek dat hier eigenlijk inderdaad echt niet over gepraat mag worden. Hoe zit dat eigenlijk hier in Nederland of zo? En voor mij eigenlijk het grootste momentje van... bro, op welke plek ben ik, is denk ik een les geweest in 2018 op de Willem de Koning. En dat was dan een soort extra keuzevaklesje. Dus niet standaard curriculum, maar wat je kon kiezen. En het was van cultural diversity. En het is iets van, oké, ik ben benieuwd, was geïnteresseerd om daar te zitten. En ik had gewoon geen vermoeden voor wat ik ging verwachten of wat dan ook. Maar die les begon en dat startte met... ja, jongens, deze les is over het algemeen heel erg confronterend voor witte mensen. En toen dacht ik, oké, what's gonna happen here, weet je? En dus zij begon die les en er was een mevrouw en die zat met haar benen over elkaar. En het was toen zomer en die keek een beetje in de klas rond. En die zei toen van, ja, ik kan bijvoorbeeld alleen maar door naar alle benen te kijken hier in deze les... kan ik zien wie er jongens of meisjes zijn. Weet je, en toen dacht ik, oh god, wat gaan we in deze les over ons heen krijgen? Nou, die doelde dus op, ik kan zien aan de hand van beenhaar of mensen dat hebben of niet... of het over het algemeen, zeg maar, biologische jongetjes zijn of biologische meisjes... die ik hier in deze kring heb zitten. Nou ja, en ik dus heel bij de hand, die al 2 jaar eigenlijk aan het kauwen was... en gefrustreerd was over het hele meekrijgen van alle gekte van die identiteitspolitiek... wat zich Amerika en in Canada afspeelde. En waarbij ik dacht dat het ook alleen maar daar afspeelde... gooi ik in 1 keer mijn handje omhoog en ik zeg...
ja, oké, okay, ik begrijp dat. Ik denk dat ik weet waar u heen wilt. Hè? Dat die hele idee van social constructions, dat wij bepaalde sociale pressure hebben, gewoon bepaalde culturele dingen die we met z'n allen bepalen, die mensen tot bepaald gedrag forceren en dat gedrag dus genormaliseerd wordt. In dit geval vrouwen die geacht worden hun benen te scheren. Weet je, en ik stak dus mijn hand op en ik vroeg, hey, ga je er, of ziet u geen enkele mogelijkheid dat dat eventueel ook enigszins van biologische aard is? Weet je, en ik zei niet eens dat je het alleen maar op biologie kan gooien, maar speelt biologie hier een beetje een rol? Weet je, jij noemt het dingetje van op het moment dat mensen zeggen, dit gebeurt heel vaak voor, dan hebben ze altijd een paar voorbeelden. Mm-hmm. Dit is ook zo'n soort van archetypisch ding aan de hand van hoe gesprekken werken. Is heel vaak na een heel erg heftig of belangrijk gesprek of moment, heb je aan het aflopen van het gesprek, of na 3 dagen of zo, dat je er nog eens even over nagedacht hebt van hoe dat gesprek is gegaan, krap je zelf achter de oren en dan zit je zo van, shit, ik had eigenlijk dit of dat moeten zeggen. Mm-hmm. Weet je, en dat had ik na afloop van die les had ik ook. Dat ik begon na te denken en ik dacht, shit, daar werd toen het heel even over beenhaar gehad. Weet je, de social construction van beenhaar. Mm-hmm. Alleen, ik weet niet per se wat de biologische factor daarin zou kunnen zijn. Terwijl ik wel weet, en dat had ik dus van een lecture vanuit Jordan Peterson, dat er een evolutionaire reden is waarom we rode lippenstift gebruiken. Namelijk op het moment dat we opgewonden raken als mens, dan is er meer bloedtoevoer naar de lippen. En dus die lippen worden roder. En dat accentueren we op het moment dat we rode lippenstift gebruiken. Maar goed, point being, in die les steek ik dus mijn hand omhoog, maak ik dus die opmerking over, is er misschien een biologische factor die meespeelt met dit, zeg maar, dit beenhaar verhaal? En zij gooit eruit, nee, that is biological essentialist. Weet je, dan gooi je alles op biologie. Het is iets van, oké, volgens mij zit ik nu inderdaad in dit soort van enigszins marxistische gedachtegoed wat op universiteiten nu heerst, waarin biologie ondermijnd wordt en een spirituele dimensie helemaal niet erkend wordt. Ja, en dat haal je, als ik het goed begrijp, vooral ook uit de rigiditeit van haar nee. Dus niet het feit dat zij het over dat beenhaar begint, en ook niet het feit dat zij die brainstorm begint, maar zodra jij haar bevraagt van, kan het zijn dat het ook daarmee te maken heeft, op het moment dat zij hard nee zegt, denk je, oké, die harde nee, daar, zij gooit op een bepaalde manier de luiken dicht en dat herken ik. Nee, precies. En dat is, maar dat, is, maar dat is, maar dat is, precies. Maar dat is hoe ideologie werkt. Hè? Op het moment ja. Als jij ideologie aan iemand helemaal verkocht hebt en die persoon gaat er dus helemaal op in, dan kan je bij wijze van spreken een soort schema maken van letterlijk, zo werkt het gesprek. Weet je, een fervent communist die kan een heel stappenplan uitschrijven van hoe je om moet gaan met bepaalde argumenten van waar een kapitalist mee zou kunnen komen. Maar op het moment dat je met die vooringenomenheid met dat soort onderwerpen ingaat, dan kom je met inderdaad die harde neeën. Maar sterker nog, ik kan het nog veel simpeler maken. Hoe jij nu deze cursus beschrijft, waar ik meteen aan moet denken is hoe wij in de Pathé-bioscoop, toen ik 18 was, upsell trainingen kregen om gewoon meer cola en popcorn te verkopen. Snap je? Yeah. Het is gewoon heel erg die manier van, snap je? Er is iemand met een trainingprogramma. Dat programma is bepaald. Snap je? Dus ik geef ook les, hè, op een kunstschool. En ik moet er niet aan denken dat ik op die manier als een zendeling mijn lesje ga afdraaien, snap je? Dus ik heb natuurlijk ook wel dingen die ik wil aanleren in mijn les. Alleen voor mij gaat dat heel erg uit van de wisselwerking en het debat en het gesprek. Precies, en de intellectuele ontmoeting. En als docent ben je altijd ook leerling geweest. En je leerlingen worden ook weer docenten. Het is een soort eindeloos doorgeefsysteem. En van heel veel docenten weet ik, en van mezelf, dat heb ik meteen ook zelf ook, lesgeven is heel belangrijk, want lesgeven houdt je bij de les. En ik heb heel vaak dat ik mijn schrijfdagen vastloop en dan zit ik die dinsdag dat ik naar het Koningstheater ga om les te geven, dan zit ik te praten met mijn leerlingen en ik denk gewoon van, fuck, dit is het gewoon. En gisteren zit ik een hele dag vast in mijn eigen schrijfproces en dit is het. En ik weet je wel, het is een geven en nemen en een situatie waarin je allebei evenveel aan hebt. Precies. En op een heel ander gebied.
En net als bijvoorbeeld bij schaken, hè, dus als je schaakgrootmeesters hebt en iemand die helemaal niet meer een amateur is, die kunnen toch met elkaar schaken. En de een kan altijd de potten winnen en de ander kan altijd verliezen. En toch kan er een soort nederigheid van beide ontstaan, omdat je allebei wil leren om beter te schaken. Dus er kan een asymmetrische situatie zijn waar je toch allebei evenveel aan hebt. En zo zie ik ook de leerling-leraarverhouding of de meester-leerlingverhouding. En op dit moment, als je zegt van zij zat op die manier, begon zij over beenhaar, dan denk ik, dit is hoe zij lesgeeft. Zo wordt aan mij geleerd hoe ik moet upsellen in een upselltraining bij de patébioscoop. Of zo wordt bij het straatwerven voor Greenpeace aan mij verteld hoe ik op straat meer inschrijvingen voor Greenpeace kan doen. Het is een vercommercialiseerde manier van hoe er een soort marketing denkt. Ja, maar precies, dus het is een soort format. En het is een soort one-way ding, weet je. Het is eenrichtingsverkeer, bij wijze van spreken. Eigenlijk, dat is het letterlijk. En voor mij het vervelende op dat moment, waar ik me heel erg aan stoorde, dat gebeurde op dat moment met een glimlach. Samen met mij waren er twee anderen die hun mond open trokken en het er over het algemeen niet heel erg mee eens waren. Eentje die zei af en toe, ja, ik ben het eigenlijk met jullie eens, maar daar bleef het bij. Alleen ik samen met één iemand anders die zeiden echt inhoudelijk langere zinnen dan zes woorden, zeg maar. En dus goed, dat hele argument wat gepresenteerd werd, dat werd helemaal uitgespeeld. En dit vind ik heel erg interessant om nu met jou te delen. En aan jou te vragen hoe je daarnaar kijkt en of je dat herkent. Maar op een gegeven moment kom je tegen een bepaalde muur aan. Dan kan het niet verder gaan. En dus ik steek mijn hand op. En ik zeg, oké, ik ga helemaal met jullie mee. Hè. Ik ga nu gewoon heel even advocaat van de duivel spelen. Stel, jullie hebben gelijk. En hier kwam het dus op neer aan de hand van de discussie. Weet je, dan kan je zelf invullen wat daarvoor allemaal gezegd is aan polariserende shit. Ik zeg, stel, het is inderdaad echt zo dat aan de hand van mijn witte huidskleur ik iemand van een andere kleur huidskleur echt nooit zou kunnen begrijpen. Ik weet niet, ik heb die ervaring niet, want ik heb dat niet gehad. Aan de hand van mijn... Hè, ik ben helemaal afgedekt en afgesloten door mijn ervaring met de huidskleur die ik heb. Ja. Wat moet ik er dan van vinden op het moment dat ik zelf een paar mensen gevonden heb, noem een Lil Wayne, hoe heet die acteur, Morgan Freeman, die met dezelfde argumenten komen als ik, maar die dan niet die huidskleur hebben. Weet je, en dan kom je op een heel interessant punt waarin je dat nu gespiegeld ziet worden of parallel ziet lopen bij in elke andere discussie. Kreeg ik. Dan zijn er. Voor die leraar op dat moment waren er toen twee opties. En dit is waar het dus heel vaak op gegooid wordt in deze discussies. Dat er aan de hand van, zeg maar. Jij hebt een aantal keer op Instagram. Heb je Sowell. Thomas Sowell. Heet die Thomas? Thomas Sowell heb je gedeeld. Nou ja, en daar is nu een bepaald argument. Dat op het moment dat zulke figuren. Met hun huidskleur. Hè, en ik vind het dan verschrikkelijk om daar een nadruk op te leggen. Maar die dat met zulke argumenten aankomen. Vervolgens verteld worden. Ja, maar jij komt alleen maar met deze argumenten. Omdat jij heel dat witte racisme hebt geïnternaliseerd. Je bent zo erg bevlekt door het racisme van de witte man, dat je zelf niet eens door hebt dat je hun agenda aan het verdedigen bent. Evenals dat er, zeg maar, nu bij wijze van spreken een soort oorlog is op, laten we zeggen, de traditionele huismoeder. Mm-hmm. Hoe zeg maar bekrompen is het en soort van antifeministisch is het om tegen een vrouw te zeggen die in haar eigen kracht en autonomie zegt, ja, kom op, luister, het spijt me, maar ik wil gewoon thuis het huishouden runnen, lekker koken voor mijn man en mijn kinderen en voor mijn kinderen zorgen en ik hoef geen baantje te hebben, om daar dan over te zeggen van, dat noemen ze internalized misogyny, weet je, en dus dat is de muur die je tegenaan loopt. En dus wat interessante, wat er in die les gebeurd is dat die leraar op dat moment niet met dat argument kwam. Want ze had kunnen zeggen, ja, die mensen zijn zo erg, die een Lil Wayne of een Morgan Freeman die je nu noemt, die hebben dat zelf allemaal niet door, hoe erg zij bevangen zijn of beïnvloed zijn door dat racisme. Mm-hmm. Maar ze deed iets anders. En nog veel vilijner. Namelijk, ze stak nu haar eigen hand op en ze zei, jongens, wie vindt het nu allemaal een beetje te spannend en te eng worden? Beetje te trippy allemaal. Nou, 99% van alle studenten die daar zaten in die kring, die staken hun hand op. En toen heb ik gezegd van, yo, luister, hoe ironisch is het? We zijn deze les begonnen met een disclaimer. Deze les gaat over het algemeen heel erg spannend worden voor witte mensen. En nu is die spanning er.
En nu moet dat in één keer gestopt worden, omdat mensen het allemaal veel te heftig gaan vinden. En hier, dit is meestal het moment volgens mij in het protocol, en ik ken het protocol ook van buiten inmiddels, waarop dat gekoppeld gaat worden aan white fragility, ja. Witte gevoeligheid of witte fragiliteit. En dus als een wit iemand in een soort weerstand komt, dus dit is de toxic, mannelijke, fragiele schrikreactie die eigenlijk altijd komt als reactie op dit verhaal. Hè? Ja. Dus dat is heel interessant, ja. Terwijl er eigenlijk geen vragen kunnen worden gesteld. En als je vragen stelt, dan zegt iemand van ja, oké, allemaal handen opsteken. En, iemand hypnotiseert een hele zaal. Alle kritische denkers trekken zich terug. En dan ga je zeggen van oké, wie wordt hier zenuwachtig van? En dan steekt iedereen zijn hand op. En dan, dat is eigenlijk een hele gemene strategie. Ja, maar en hier komt dus ook de ironie aan bod van het idee. Want dat is allemaal in het mond natuurlijk van het creëren en het hebben van een safe space. Ja. En luister, in een safe space moet ruimte zijn voor een gevoel van onveiligheid. Als onveiligheid niet welkom is, als onveiligheid er niet mag zijn, dan is dat het meest giftige klimaat wat er is. Want dan voelt iedereen zich helemaal fucked up. Maar nou, daar mag niet over gepraat worden. Nee, maar ik bedoel, ik hoef echt geen interne logica van mezelf te bedenken om mee te doen met die safe space logica. Ik vind het gewoon een belachelijk idee. Dat heeft niets met kunst en cultuur te maken. Weet je wel, hoe moet je ooit echt goede kunst maken in een safe space? Flikker toch op met je safe space. Ik verwerp gewoon dat hele idee. Ja. Ik hoef echt niet een soort semantisch spelletje te doen waarin ik degene die een safe space wil, ga uitlullen met die argumentaties of zo. Nee, ik ga gewoon geen safe space doen. Dan ga jij lekker in je safe space zitten. Maar goed, even lang verhaal kort. Dus dit is jouw ervaring op die Willem de Koning. En hieraan zie je van oké, het is ook naar Nederland te komen. Het is eigenlijk dichter bij huis dan ik denk. Mag ik daar nog één ding op aanvullen? En dan noem ik daar wil ik één ding op aanvullen. Want zeg maar, die problematiek op zich, daar heb ik me heel erg veel zorgen om gemaakt. Ik heb oprecht in angsten gezeten van oh god, hoe gaan we dit als cultuur ooit overbruggen of overwinnen of hiermee omgaan of wat dan ook. Ja. Die discussie, al die onderwerpen en discussies op zich, vind ik op zichzelf staand op dit moment niet meer mega interessant. En dus een aanvulling die ik wil maken op dit hele verhaal is wat ik wel in die groep heb gegooid aan het einde van eigenlijk die hele discussie die er ontstaan was in die les. En dus op het moment dat ik aan de beurt kwam, terwijl ik mijn hand omhoog had, en dus een heel pleidooi aan het doen ben over dat we moeilijke gesprekken ook moeten kunnen hebben, ben ik vervolgens ook begonnen over, en daarbij, als ik daar nu aan terugdenk, dan vind ik eigenlijk dat heel erg een beetje knullig, word ik helemaal warm van. Want ik heb daar zeg maar woorden verteld, woorden gedeeld die ik nog niet zelf helemaal geïntrigeerd had. Maar toen ben ik ook gekomen met, maar jongens, jullie komen toch niet naar de kunstacademie om zeg maar nog hetzelfde over dingen na te denken als op het moment dat je hier binnenkwam. Weet je, is het niet de bedoeling dat je hier juist op een kunstacademie of een universiteit uitgedaagd wordt, dat jouw hele wereldbeeld kapot wordt gemaakt, aan de kaak wordt gesteld, dat je dat helemaal moet opnieuw in elkaar moet puzzelen, weet je, alsof bij wijze van spreken een studie een soort spirituele reis is, waarbij je bij wijze van spreken als een phoenix meerdere keren doodgaat en elke keer weer terug. Hij reist uit de as, weet je. Nou ja, daar quote ik letterlijk gewoon een soort van iets wat ik ooit mee heb gekregen uit de lecture van Jordan Peterson. En dat vind ik eigenlijk ook het hele interessante om dadelijk ook bijeen te brengen met de hele reden waarom wij hier nu eigenlijk op dit moment zitten. Namelijk wat er in 2018 gebeurd is op het moment dat ik naar een event ben gegaan van Jordan Peterson, waar Sunny Bergman ook bij was. Ja, vertel. Want daar wil ik natuurlijk naartoe. Ik geef wat ruimte. Kijk, probeer even hier te blijven, snap je? Yeah. Probeer even te vergeten wat voor jou zo belangrijk is. Want voor jouw gevoel komt er heel veel bij elkaar. Dus je bent je metabewust, niet alleen van mij en van mijn kritische vragen, maar ook van de luisteraar waar je naar refereert. Maar probeer eens even hier te blijven en in het midden en geconcentreerd te blijven. Want er is zoveel te bespreken dat we eigenlijk niet
ons mogen verliezen in te veel omwegen, snap je? Want, nou ja, want anders kunnen we niet de diepte in waar het over gaat. Zeg maar, de reden waarom ik dus enigszins huiverig ben om daar in één keer in te springen. En dat is dus waar ik echt op een bepaalde manier echt een nadruk op wil leggen. En dit is heel concreet ook. Hè? Ja. Ik heb het idee dat Sunny Bergman een heel vooringenomen en duidelijk beeld had van wie de Jordan Peterson volger is. Ook ja, in de media wordt dat helemaal geëchoed als een soort van religieuze acolytes. Die hebben gewoon religieuze fanatisten die man helemaal op een voetstuk zetten. Ja, en, dus aan de hand ook daarvan, van heel die cultuuroorlog met fucking filmpjes die allemaal komen van mensen die met elkaar in discussie gaan, noem een Ben Shapiro. Of dat je ook veel filmpjes hebt van Jordan Peterson, destroys feminist of wat dan ook. Ik vind het heel erg belangrijk om te noemen vanuit mijn eigen zijn, mijn eigen autonomie en mijn hele leven om juist te vertellen dat de reden waarom ik Peterson zo hoog heb zitten niet om zijn politieke standpunten is, maar puur en alleen omdat op het moment dat ik die man hoorde praten en vervolgens me dus ben gaan verdiepen in waar hij eigenlijk echt om draait, wat hij tientallen jaren gedaan en verteld heeft voordat hij politiek of internationaal helemaal bekend is geworden, over het algemeen had over Jungiaanse psychoanalyse. Jungiaanse psychologie. Ja, en waarom is dat voor jou zo belangrijk? Omdat het een bepaalde verdieping geeft aan alles wat er nu in de wereld speelt. En hoe bedoel je dat? Nou, ik heb... In eerste instantie... Kijk, probeer even los te komen van... Ik vind het belangrijk om te benadrukken dat. Yeah. Maar benadruk dat. Snap je? Ik stel gewoon vragen. En probeer gewoon geconcentreerd te blijven op... Niet wat je wil benadrukken. Want dat heb je bedacht. Je bent heel erg aan het denken terwijl je praat. Yeah. En je bent heel erg aan het denken vooraf. En dat stop je allemaal in die... paar uur dat we elkaar ontmoeten. Yeah. En dat kan helemaal niet. Okay. Ik wil het allemaal... begrijpen, snap je? Kijk, wat ik wil begrijpen is waarom dit symbolische moment, waarom daar zoveel samenkomt. En voor mij is het heel zichtbaar. En ik, snap je? Ik heb me de afgelopen jaren ook veel in Jordan Peterson verdiept. Mm-hmm. Via die weg begrijp ik ook zijn fascinatie voor Jung en voor archetypen en zijn liefde voor verhalen en zijn liefde voor de Bijbelverhalen en zijn fascinatie voor hoe narratives en grand narratives en great narratives werken, yeah. Hoe metanarratief werkt. Ik begrijp zijn fascinatie voor de Holocaust en de Gulag-archipel van Solzhenitsyn. Yeah. Ik begrijp heel goed dat hij al 3 decennia als als klinisch psycholoog gefascineerd is door die horror scenario's. Ja. En hij probeert volgens mij in 300 of 500 lectures online stapje bij beetje in kaart te brengen hoe dat psychologisch in elkaar zit. Hoe het komt dat het heeft kunnen gebeuren. En volgens mij is zijn doel om dat in kaart te brengen om te voorkomen dat het nog een keer gebeurt. En om zelf inzicht te krijgen. En om zelf inzicht te krijgen in dat het in iedereen zit. Niet alleen in jou en mij, maar ook in Sunny Bergman en wie dan ook. Dat iedereen in potentie helemaal die duistere kant op kan, maar ook helemaal die lichtkant op kan. Ja. En dat probeert hij op een allegorisch level te doen. En wat hij volgens mij heel goed doet, is dat hij dat, dus die duistere geschiedenis en die psychologie koppelt aan onze hele verhalenpool. En dus daarin maakt hij heel veel inzichtelijk voor mensen. En mensen kunnen dus op een hele praktische manier, volgens mij, daarmee aan de slag. Yeah. Dus daarom dat heel veel mensen na afloop van die lectures van Jordan Peterson helemaal lyrisch over hem zijn. Omdat ze zeggen ik word in de media wat mij verteld dat ik te maken heb met een of andere enge nazi-racist. Maar dat is helemaal niet aan de hand. Ik heb te maken met een professor die eigenlijk... op een heel doorwrochte, intelligente manier heel veel grip heeft na 3 decennia studie
wat er gebeurd is in de recente geschiedenis, in de 20e eeuw, met de grote horrorscenario's, die zijn voor een deel zijn uitgekomen, en hoe dat psychologische in elkaar zit. Ik heb daar heel veel grip op. En ik begrijp daardoor ook iets beter hoe mijn eigen psychologie in werkt. En ik begrijp ook heel goed wat de problemen van deze eeuw zijn, en ook de nieuwe eeuw zijn. En ik zie ook heel goed wat ik moet doen om grip op mijn eigen leven te krijgen. En hoe ik kan navigeren in deze puinhopen, in deze chaos. En om daarbinnen een goed leven te creëren. Eerst voor mezelf. Dat is zijn eerste devies ook. Ruim je kamer op. Daarbij bedoelt hij volgens mij ook ruim je bovenkamer op. Je psychologie. Ruim je hoofd op. En als je daarin slaagt, kun je ook anderen aan gaan raken. En kun je eigenlijk pay it forward. Spread the word. Kun je eigenlijk goed doen voor anderen. Mm. En daarmee is hij eigenlijk voor mij veel meer een pater. Snap je? Ja, maar dan, kijk. En vader. En dus ik kan er ook kritiek op hebben. Want ik zie ook wel, snap je? Ik kan ook zeggen van hij gaat dan heel kort op de bocht als het gaat om de postmodernisten bijvoorbeeld. Hè? En hij maakt helemaal gehakt bijvoorbeeld van Foucault. Maar ja, als ik een documentaire over Foucault kijk, dan kan ik ook helemaal in die Foucault-trip. Snap je? Dat kan ik ook geweldig vinden. Of als ik de Leuze lees, kan ik dat ook geweldig vinden. Dus voor mij is het niet één ding. Maar volgens mij, wat dus interessant is dat Jordan Peterson dus iets doet met mensen op een heel praktisch level. En het is bijna de grootste ironie van deze tijd dat uitgerekend hij wordt afgeschilderd als een soort van supernatie. Omdat hij als een van de weinigen juist bezig is om te ontrafelen wat daar gebeurd is, psychologisch gezien. Nou, kijk, en dit is dus hoe dat bij mij bij de balletje in één keer begon te rollen, zeg maar. Ik ben ooit op hem gestuit. Echt vanaf het begin, echt de eerste beginstapjes van het hele opkomen van die controverse, zeg maar, in Canada op die University of Toronto. En voor het wist zag ik allemaal, heel, heel actueel was dat op dat moment. Allemaal comments die er stonden van, hey, dit is echt de grootste transfoob die er is. En andere gasten die zeiden van, yo, stay strong Peterson of wat dan ook. Weet je, en dan voor mij is het heel erg makkelijk om dan te kijken, oké, dan heb ik een persoon waar de meningen enorm erg over verdeeld zijn. Maar hey, met 3 klikjes kwam ik erachter dat hij zijn eigen YouTube-kanaal had. Weet je? En ik heb altijd in mijn kop zitten dat individuen qua informatiebron 1000 miljoen keer betrouwbaarder zijn dan hele groeperingen. Ik kon helemaal uitvogelen waar hij vandaan kwam of wat dan ook. En dus toen ben ik er inderdaad ook op gestuurd dat hij dus, hè, hoe ironisch het is dat hij dus afgeschilderd wordt als een soort fascist. Terwijl hij al gewoon tientallen jaren probeert te waarschuwen en probeert te verklaren. Uitleg probeert te geven over de psychologie van dictatoriale regime, ja, zeg maar. En de topironie, het bizarre is, ik heb nog zijn boek gelezen 2 of 3 jaar geleden, echt met een geslepen potlood in de hand, omdat ik een PowerPoint-presentatie aan het maken was over een bepaald onderwerp. En ik was echt van plan om er gaten in te schieten, snap je? Ik heb nog allemaal streepjes in het boek staan en allemaal side note van, hier ben ik het niet mee eens. Of ik wilde precies weten, zo van, uit het idee know your enemy, van waar zitten dan de gaten? En gaandeweg kom ik erachter van, er zitten geen gaten. Yep. Er zitten wel gaten, maar die gaan over heel iets anders. Die gaan veel meer over, voor mij, over zijn missionarisachtige goeddoenerij. Dus ik vind eerder dat hij overdrijft in het goed doen dan dat hij iets engs doet. Nou, kijk, ik bedoel, dat, net zoals dat je ook bij Freek de Jonge kan zeggen van, hou nou eens op met het moralistische kantje. Snap je? Dus als je heel vaak over het verhaal van Cain en Abel begint, dan kan ik op een gegeven moment ook melig van worden. Dan denk ik van, ja, oké, we get it. Snap je? Mm-hmm. Dan kun je, heb je dus misschien ook weer tijd om ook weer andere denkers raad te plegen. Dus ik vind bijvoorbeeld heel leuk, als Jordan Peterson in debat gaat met Zizek, dan denk ik van, oh ja, dat is interessant. Want die legt precies weer een ander gewicht in de schaal. Ik denk dat we daar ook zo komen. Want ik vind dat dus een heel interessant gegeven. Maar jij hebt net een best wel lang lang en uitgebreid gedetailleerd verteld over hoe je tegen Jordan Peterson aankeek. Je hebt ook Sots Nietzsche aangehaald en heel zijn studio of wat dan ook. Dus ik dat heel even kort mag samenvatten in grote lijnen, hoe ik daar tegenaan kijk. Ja, graag. Jordan Peterson was voor mij een persoon waarvan ik intuïtief bij voelde dat hij echt aan het voorfront staat op een bepaalde manier van de cultuur.
puur en alleen omdat hij dus op een hele religieuze, spirituele wijze ook op een bepaalde manier wetenschap benadert. Wat ook interessant is, omdat hij ook een mega traditionele wetenschapper is binnen zeg maar de psychologie. Hij heeft echt heel veel werk gedaan en echt heel veel studies gepubliceerd en wat dan ook. Hij heeft echt mokerveel gewerkt. Maar het ding dus is voor mij in grote lijnen. He, een wereld wat nu al gewoon het paradigma van het materialisme, waar we al weet niet, tientallen jaren in verstrikt zijn geraakt en nu dus dat het op nihilisme begint aan te duiden. Dat heeft hij vervangen met, nee jongens, er is een symbolische dimensie op deze, in deze realiteit die misschien nog van een hogere orde is dan alles te reduceren tot materie. En dus hier is dus een punt waar jij eventueel irriteert ook aan zijn missionaris, he, zijn soort van even rechtzetten. Het is niet irritatie. Het is eigenlijk dat waar ik nog het meest begrijp dat mensen ook kritisch zijn. Mensen in mijn omgeving die ik wel hoog op zitten, die kritisch zijn op Jordan Peterson. En ik zeg alleen maar, daar sluit ik ook weer aan op zijn critici. Snap je? Ja. Dus ik denk van, oké, als je dan kritiek wil hebben op hem, dan snap ik niet dat je hem naar het nazisme wil duwen. Want dat is juist waar hij goed in is, om dat helemaal te ontrafelen. Mm-hmm. Maar als je dan zegt van, ja, maar weet je, ergens overdrijft hij in het goed willen doen, in dat hij ook ergens een soort missionarisstand heeft, dan denk ik, daar kan ik wel inkomen. Snap je? Dus daar kan ik gevoelig voor zijn. Ik wil niet meteen zeggen dat ik het er helemaal mee eens ben, want ik vind het ook interessant om inderdaad te zeggen waar het aan ontbreekt. Namelijk een bepaalde bezieling of een bepaald soort verhalen vertellen die wel in die oude Bijbelverhalen bijvoorbeeld zit. Ja, nou ja, daar doe je op, toch? Precies. En ik word daar dus bij wijze van spreken het meest warm van. Het zijn niet zijn hele wetenschappelijke shit, of überhaupt niet eens over die regimes, maar dat het hele gegeven dat hij metafysisch. Hij heeft zeg maar metafysica heeft hij weer bespreekbaar gemaakt. Terwijl dat is al gewoon tientallen jaren lang wordt dat als kwarts van tafel geschoven. Van ja, metafysica heb je niks aan. Het is gewoon het filosoferen over de natuur van de realiteit. Daar ben je alleen maar je tijd aan het verdoen. En hij heeft daar echt gewoon concreet een soort basis gelegd van, nee jongens, we kunnen weer echt in grotere lijnen en in de grotere patronen over de realiteit hebben. En dus hier is een heel, kijk, ik heb mijn eigen ideeën over, ja, ja. Over Peterson en waar ik het wel en niet met hem eens ben. Ook op dat gebied. Maar echt gewoon puur en alleen als iemand die nu al een aantal jaar de cultuur volgt en de cultuur observeert, vind ik het een heel interessant gegeven dat er nu door Peterson en zijn boeken, en ik ben niet één, ik maak niet deel uit van die groep, maar mensen die zichzelf nu Christian atheists noemen. Weet je, dus die zeggen, ik geloof nog niet in God, maar luister, die Peterson heeft zodanig bepaalde dingen gezegd over al die Bijbelse verhalen, dat ik toch wel zit. En dat is, weet je, dat is vaag. Dat is op een bepaalde manier een soort nieuwe mens, bij wijze van spreken. Weet je, je hebt nu ook op dit moment New Age mensen die bij wijze van spreken helemaal belachelijk worden gemaakt en die helemaal door kunnen slaan in die esoterische shit. Maar er is nu, zeg maar, ik zie dat er een, op een bepaalde manier een kantelpunt is. En ik voel dat dat de kern is van waar we collectief als soort van paradigmaverschuiving heen moeten. Dat we moeten omarmen dat spiritualiteit wel degelijk een ding is wat serieus genomen mag worden. En dat op het moment dat je op dat gebied gaat begeven, dat je rationaliteit niet helemaal hoeft laten vallen of er in één keer niet meer toe doet. En ik heb het idee dat Peterson daar één soort van als eerste een soort sprintje heeft gemaakt daar naartoe, om dat aan te duiden. Ja, en om dus mensen dus uit dat nihilisme te trekken. Ja, en dat nihilisme, volgens mij, zorgt ervoor dat mensen die dus inderdaad links ideologisch blind voor de ogen worden, zoals hij eigenlijk jouw les beschrijft, hè? Dus mensen die helemaal in die waan zitten van dat die neo-marxistische waan, dat er een Dat er sociale onrechtvaardigheid heerst en dat er sociale rechtvaardigheid moet worden nagestreefd. Mensen die in die blinde ideologische waan zitten, die zijn eigenlijk gevoed door dat nihilistische, die bodem van betekenisloosheid, waar ze zelf betekenis moeten gaan geven aan hun levens. En dat maakt dat je dus een analyse maakt van de wereld, dat de wereld een tyranniek
evil, patriarchaal systeem is. Waar eigenlijk, en dan als je het eenmaal zo kijkt, dan zie je dus in alle witte mannen het bewijs van die theorie. Ja. En, als je dus, en dat is eigenlijk ook waar het dus steeds op neerkomt. En daarin is Sunny Bergman dus ook naïef. Want zij is dus eigenlijk een soort heel goed bedoelende, lieve vrouw. Die eigenlijk ook met de beste wil van de wereld naar haar omgeving luistert. En in die omgeving van haar zullen er veel mensen zitten die ideologische waas hebben voor hun ogen. Ja. En dus zij wil eigenlijk met de beste bedoelingen iets moois doen voor hun. Hè? Sunny Bergman komt ook eigenlijk op een heel andere manier dat toneel op. Hè? Dus zij is eigenlijk bezig met documentaires die dicht bij haarzelf liggen. Zij maakt haar eerste doorbraakdocumentaire waar ze succes mee oogt, is beperkt houdbaar. Mm-hmm. En daarin toont ze eigenlijk aan, voor ja, in ieder geval, daarin laat zij zien hoe voor haar schoonheid werkt en voor vrouwen. Dus zij gaat dan naar een plastisch chirurg bijvoorbeeld, en of iemand die ook schamer in lipcorrecties doet, en die legt dan haar helemaal uit van, nou, je kunt dit aan je lichaam laten doen en dat. Zij schrikt ook heel erg daarvan. En zij is op dat moment volgens mij al eind 30, en zij denkt van, wow, is mijn lichaam beperkt houdbaar? Wat heftig, zouden alle vrouwen zo kijken? En die persoonlijke benadering, dat is ook waar mensen haar om waarderen. Ze zeggen van, ja, dat is mooi dat je dat zo persoonlijk hebt benaderd, hoe jij met schoonheid omgaat als vrouw. Yeah. Ik heb die documentaire, kan er ook enorm veel kritiek op hebben. Hè? Misschien is dat iets voor later om uit te werken, maar laten we dat in deze fase nog even liggen. Wat interessant is, is dat als zij dus succes krijgt met die persoonlijke benadering, gaat ze ook andere documentaires maken vanuit die persoonlijke benadering. Maar dus die documentaire die daarna komt, is volgens mij Sletvrees, wat gaat over hoe komt het dat mannen niet sociaal worden afgerekend als ze heel veel verschillende vrouwen neuken, en vrouwen wel sociaal worden afgerekend als ze heel veel verschillende mannen neuken. Mm-hmm. Wat is dat wat ik sletvrees noem? Nou, is eigenlijk weer die persoonlijke benadering. Is ook weer een gekke hypothese, maar wederom, je kunt lof hebben voor die persoonlijke benadering. En dan op een gegeven moment, ja, dan heb je het over schoonheid en over je sletterigheid gehad. En wat nu? En dan komen die mensen in haar sociale omgeving in beeld. En dan heb je in één keer documentaires over Zwarte Piet, over racisme, over wit is ook een kleur. En dan ga je denken, ja, Sunny, het lijkt wel op die persoonlijke benadering, maar het is niet een persoonlijke benadering, want het zijn issues waar blijkbaar jouw vrienden heel erg mee zitten. En volgens mij is het jouw sociale reflex dat jij nu namens hun, als een soort white savior, dat voor hun agendeert. En daarin maakt ze dus een gekke stap. En dat, als ze dus vervolgens met heel veel mensen omgaat uit die kring, daar ontstaat volgens mij dat sprongetje wat op haar overslaat. Dat mensen uit haar omgeving het gaan hebben over toxic masculinity of mannelijke giftigheid. En ja, ik vind het oneindig leuk en interessant om over de gekke psychologie van mannen te hebben. En ja, je kunt inderdaad de hele holocaust erbij halen, zowat. En je kunt, zoals Solzhenitsyn zegt, van ja, het zit in iedere man, weet je wel, al die eigenschappen. Dus je kunt een hele waaier aan eigenschappen analyseren. Maar volgens mij is het te simpel om het allemaal te gooien op dat witte mannen per definitie, doordat ze man zijn en omdat ze wit zijn, eigenlijk giftig zijn. Dat is een resultaat van een zienswijze waar Jordan Peterson volgens mij heel succesvol mee afrekent. Dat hij zegt, ja, zolang we in dat nihilisme zitten en dus niet die wereld eigenlijk bezielen met allerlei andere analyses van hoe die werkelijkheid ook werkt. Op dat moment is er een koude nihilistische wereld en dan is er een cultuurstrijd, en die cultuurstrijd komt er gewoon op neer: wie hebben de middelen en wie niet? En als je dat echt gelooft, dan geloof je dus dat de wereld te reduceren is tot een kwaadaardig, predatory jungle van witte machthebbers die de rest onderdrukt en uitknijpt en uitbuit. Ja. Ja. En dat is volgens mij de verwarring, toch? Als ik hem even heel kort voor je mag samenvatten. En ja, ik wil zo kijken. Het is gewoon een enorm simplistische reductie van de realiteit. En hoe Sunny Bergman daarmee omgaat, denk ik, zonder dat ze dat doorheeft, is dat bij het maken van dus die documentaires, waar jij en ik misschien met een stuk kritischere blik naar zouden kijken, is dat zij eigenlijk niet doorheeft dat zij een gedeelde kijk op de realiteit
verfilmt al hoe ze dat persoonlijk ervaart. In plaats van dat zij persoonlijk een eigen idee of vormt. Dus ze zit bij wijze van spreken in een bubbel. En ze maakt bij wijze van spreken in zo'n documentaire een dagboek over hoe ze in die bubbel leeft, zeg maar. Maar dat wordt gepresenteerd als ik kijk er zus en zo tegenaan. En zo zit het bij wijze van spreken in elkaar. En het is eigenlijk zo bizar, omdat ik me dus in al die clichés van, ook van hoe zij mannen ziet, ook totaal niet herken. Nee. Ik bedoel, ik kijk geen voetbal. Ik ben niet een lallende, bierdrinkende, boerenlatende man. Ik hou allemaal niet van die dingen die zij opnoemt en die zij als mannelijk gedrag ziet, snap je? Ja. En ik vind het heel raar, dat beeld wat zij schetst, snap je? Dus ik voel ook al enorm veel vervreemding. Ik denk van, hé, maar waar heb je het over? Ja, maar dat is dus ook gewoon het interessante. Dat op het moment dat je, als je daar een beetje aan gaat pulken, zeg maar. Dan bij heel veel van deze onderwerpen. Weet je, of het nou de racisme verhaal is of seksisme of wat dan ook. Dat als je daar vragen over stelt, dat heel erg bij wijze van spreken hier, dat het in de lucht blijft. In plaats van dat mensen gewoon... Mensen kunnen die confrontatie niet aan op het moment dat je even concreet alles probeert naar de aarde te trekken, zeg maar. Dat vind ik ook het gegeven over bijvoorbeeld institutioneel racisme. Het is echt mega ongedefinieerd. En met die toeslagenaffaire en alles wat daarbij komt kijken. Het is er wel degelijk. Alleen er is... En dus, volgens mij heb ik hem zien delen. En het is heel, heel belangrijk om hem te noemen, denk ik. Volgens mij heb ik je... wat ik ook in mijn brief noem, die gast. Heb jij een keer iets gedeeld op Instagram van James Lindsay? Ja, dat klopt. Ja. Precies. Nou, en een nieuwe discourse. Weet niet of je deze gelezen hebt, maar is op een gegeven moment volgens mij ook in 2018, eind 2018, december, is hij naar buiten gekomen met een heel lang essay. Dat heet Postmodern Religion and the Faith of Social Justice. Hij heeft een heel essay geschreven over eigenlijk hoe heel die gedachtegoed werkt. En dat daar dus allerlei connotaties worden gemaakt met hoe zeg maar heel woke cultuur werkt. Aan de hand van bepaalde mechanismen die je ook ziet hoe dat werkt in religie. En dus zeg maar, ik had het bij wijze van spreken had ik dat als voorwerk nu moeten lezen om daar gedetailleerder over te kunnen lullen. Het is ergens wel jammer misschien, maar... Nou ja, James Lindsay, wat hij volgens mij doet, is hij legt nu een database aan waarin hij eigenlijk probeert alle ideeën van woke culture gewoon encyclopedisch in kaart te brengen. Hè? Yeah. En het is monnikenwerk. Het is ook echt niet te doen om al die shit te luisteren. Ik vond de eerste keer dat ik dat luisterde, vond ik het heel erg goed en heel erg leuk. En op een gegeven moment vind ik het ook heel saai. Omdat op een gegeven moment denk je gewoon van, ja, het is aangetoond voor mij dat het gewoon eigenlijk alleen maar paradoxen zijn. Yeah. En dan op een gegeven moment zit je gewoon vol. Dan denk je gewoon van, oh, ja, maar, kunnen we erover ophouden? Ja, maar dat is dus... I'm fed up with it, met een woke culture. Weet thank je? You dat jij dat zegt, want op dat punt zit ik nu dus ook. En dus dit is, ik denk dat dit nu een heel erg mooi punt is om het heel concreet te brengen naar de dag waar ik uiteindelijk aan de hand daarvan een brief zou gaan schrijven. Omdat daar in één keer soort van die hele cultuur waar wij alle twee echt helemaal fed up bij zijn. Mm-hmm. En mijn eigen, laten we zeggen, persoonlijke en daarbij soort van spirituele dimensie bij elkaar komt. Ja, precies. Ja, vertel. Dat event was dus, als het goed is, in oktober van 2018. Of nee, het was 1 november. Het was 1 november. 1 november 2018. En hier wordt het voor mij in één keer persoonlijk. En kan ik wat licht schijnen op het feit waarom het ook enigszins eng is geweest. Niet alleen om hier te zitten, maar ook om meegemaakt te hebben wat daar gebeurd is. Namelijk, ik ben zelf gedurende mijn studie op een gegeven moment erachter gekomen dat ik met een
heel hoop meer problemen kampte dan dat ik ooit verwacht had wat er allemaal in mij huisde of speelde. Ik heb mijn studie daarbij ook op stop moeten zetten. En helaas in 2018 ben ik in therapie gegaan. Ik ben naar het alternatieve circuit gegaan. Ik ben gaan praten met een Jungiaanse psychotherapeut of psychoanalist. Ook geïnspireerd door Jordan Peterson. Iets van, hey, als ik ergens dan moet zijn, dan ga ik het daarbij zoeken. En wat was dan de diagnose? Of mag ik dat niet vragen? Nou ja, dat is dus het interessante. Ik heb, voelt niet voor mij nu op het moment de plek of de tijd om te vertellen wat er allemaal mis is gegaan. Of mijn ervaring is geweest met de reguliere geestelijke gezondheidszorg. Maar ik heb daar ooit aan de deur geklopt op mijn 14e. En ik heb op mijn 20e een laatste soort van psychologische test, intelligentieonderzoek, een heel traject doorlopen in het Erasmus ziekenhuis, daar de psychiatrieafdeling daarvan. En de conclusie wat daar dat onderzoek uitkwam, toen is mij EMDR aangeboden gekregen. Dat doe je alleen maar op het moment dat er eventueel een duiding is voor onverwerkt trauma. Maar omdat daar niet zo'n mega duidelijke diagnose uitkwam en heb ik vervolgens dat advies zeg maar afgeslagen. Ik heb altijd het gevoel gehad in de jaren dat ik af en toe bij de GGZ langs heb moeten komen of wat dan ook, altijd het idee gehad. Alsof ik tegen een computertje of dat ik tegen een muur aanpraatte of iemand die mij als een soort computertje zag, weet je. Dus er werd weinig oogcontact gemaakt. Als ik wat zei, dan werd er maar een beetje wat op een blaadje geschreven, maar ik werd nooit echt gehoord, ik werd nooit echt gezien als gewaardeerd als mens of wat dan ook. Ja, dat hoor je veel, hè? Daar zat geen warmte overigens, in, geen overigens, liefde wat, in. Wat dus heel interessant is dat dit ook vaak het verhaal is van de trans community. Nou ja, en dat is dus ook ergens ironisch aan. Hè? Dus het feit dat in de jaren 70 en 80 en 90 eerste homoseksuelen een gevecht voeren eigenlijk met de instituties en instanties om homoseksualiteit geaccepteerd te krijgen. En niet van later ook de trans community. En dan krijg je in de jaren 80 de eerste grote verhalen over geslachtsverandering. Ik zag laatst een hele goede documentaire van Adam Curtis, waarin eigenlijk ook een van die lijnen die hij volgde was hoe in de jaren 80 een van die allereerste transseksuelen eigenlijk tegen die instituties opliep. En ook eigenlijk werd afgeraden om geslachtsverandering te ondergaan. Mm-hmm. En dat brengt ons op een hele ironische, grappige manier ook weer terug bij Jordan Peterson. Want in 2016, als hij op dat plein staat, wat in dat filmpje wat viral is gegaan, wat hij volgens mij verdedigt, en waarom het zo'n belangrijk moment is, en waarom Jordan Peterson zo'n belangrijke figuur is, wat hij verdedigt is free speech. En hij zegt eigenlijk, als we vanuit de regelgeving de taal gaan dichttimmeren. Dus als je op het niveau van de wetgeving gaat zeggen, ik moet die pronouns op een bepaalde manier gebruiken. Ja. Als dat regelgeving wordt, ja, dan pak je mij iets af, namelijk mijn taal. En als ik mijn taal niet meer kan gebruiken, als dat niet meer kan, dan dat kan eigenlijk niet. Want ik denk en ik praat met taal en ik moet daarin vrij zijn. Want het is een ideeënuitwisseling, een botsing van ideeën. Als dat niet meer kan, dan is dat en hij is eigenlijk iemand die het fascisme of het totalitaire denken, het denken vanuit die totalitaire nachtmerrie, al in de kiem herkent. Want hij heeft 3 decennia aan studie van het nazisme en de gulag en Rusland en communisme erop zitten. Dus hij is iemand die denkt van, wacht eventjes, hè, dit herken ik. Dit is waarom Orwell 1984 schreef. Dit is waarom Huxley Brave New World schreef. Hè. Hier beginnen we in de taal te kruipen. En 1984 gaat er ook over, hè, dat er heel veel woorden uit de taal worden gewist, zodat er geen taal meer is om jezelf te uiten en om bepaalde gevoelens te uiten. Ja. Dus dit is de reden waarom Jordan Peterson op dat plein eigenlijk staat en waarom hij eigenlijk zegt van ho eens even, dit moeten we niet willen. Dit moet zelfs de trans community niet willen, ook al hebben zij nu niet door dat dit tegen hun belang ingaat. Ja, dat... Maar op het moment dat die trans community hem aan het filmen is, op dat moment,
hebben zij natuurlijk dat engagement, wat jij nu ook hebt, hè, van... vanuit dat zij tegen die instituties oplopen. In dat filmpje zeggen ook mensen van... ja, maar daar gaan mensen dood. En mensen worden doodgevonden thuis. En iemand heeft zich opgehangen. Wij lijden, we hebben pijn. En dat is zo ironisch daaraan eigenlijk. Dat Jordan Peterson eigenlijk daar iets verdedigt... wat zo ontzettend belangrijk is. En wat wij allemaal belangrijk zouden moeten vinden. Mm-hmm. Alleen, we zouden ook ons moeten herkennen in wat daar op scherp staat. En daar wil ik even dit moment ook als terzijde aangrijpen... om dat even aan elkaar te koppelen. Hè? Want ik denk van, wat jij zegt... dat je met jouw eigen psychische of psychologische achtergrond... bij de GGD dan tegen muren oploopt... dat is een frustratie die volgens mij aan het begin staat van die trans community, maar ook van BLM en ook van woke culture. Nou, dit is iets wat we allemaal delen. Maar ik zeg maar, en dit is, als ik dat heel erg zwart-wit tegenover elkaar mag zeggen, zie ik dit in de wereld gebeuren. Heel de wereld is gewoon helemaal gepakt en nog bij wijze van spreken onder spellbound door het materialistische paradigma. En wat je nu ziet ontstaan, is dat hoe er... Hoe bedoel je? Nou ja, we gooien alles nog steeds op materialisme. Alles wat we niet kunnen zien, wat niet tastbaar is, dat is voor ons onwaar. Dat heeft geen bestaansrecht, dat is er niet in deze realiteit. Ja, dus eigenlijk de consequentie van de uitspraak, God is dood, zeg maar. Hè? Precies. Ja, en Jordan Peterson is daar dus een interessant figuur dan ook geweest. Die heeft gezegd, ja jongens, wacht eens even. Iedereen doet alsof Nietzsche heel blij is geweest met God is dood. Ja, maar zeg maar, de extensie van die quote is, God is dood en het bloed gaat door de straat heen lopen. Weet je, De hele westerse beschaving realiseert zich niet wat er gebeurt op het moment dat je die God dood verklaart en daarbij zeg maar de basis van die samenleving op een bepaalde manier onderuit haalt. Ja, weet je? En dus jij hebt daarin vanuit, als ik het goed begrijp, steeds vanuit jouw eigen achtergrond en vanuit jouw eigen spiritualiteit en vanuit jouw eigen psychologie en jouw eigen problemen heb jij een waardering voor Jordan Peterson op dat spirituele level. Dus jij bent daar in die zaal niet vanwege Jordan Petersons strijd... Politieke standpunten. Vanuit die politieke strijd. Ja. Maar je bent daar omdat jij geïnspireerd bent... door het antwoord wat hij daar voor in de plaats wil geven. Of hij zegt van, ja, er moet iets wel gebeuren. En dat is iets wat jou inspireert. En dat is de reden dat je daar bent. Precies. Ik ben geïnspireerd in datgene waar hij het meest geïnteresseerd in is. Ja, en ik precies. denk dus dat die metafysische shit is. Ja. Weet je, er zijn nu op dit moment geen... Ik heb het zelf persoonlijk meegemaakt hoe mensen die werken in de reguliere geestelijke gezondheidszorg helemaal vastgeroest zitten in dat paradigma. Maar iemand als Jordan Peterson, en dat heb ik altijd dus heel erg interessant gevonden, die heeft het ook in zijn lectures over, yo, what the fuck? Psychedelica begrijpen we helemaal geen fuck van. DMT begrijpen we helemaal niks van. Maar zijn allemaal één voor één nu studies gedaan. Of MDMA voor mensen met posttraumatische stress. Allemaal studies gedaan met al deze substanties. Waarin je dan empirisch misschien niet kan zeggen dat als iemand voor depressie psilocybine tot zich toe heeft genomen. Dat als die persoon uit zijn trip komt. Dat je niet empirisch iets kan zeggen. Of iets wetenschappelijks kan zeggen over het feit dat die persoon terugkomt met een heel verhaal dat hij in contact is gekomen met God. Maar ik kan wel heel erg empirisch bijhouden dat al die mensen gewoon, en dit zijn de resultaten van die studies, objectieve resultaten die daaruit zijn gekomen, dat voor terminale mensen die dus trips met psilocybine hebben gedaan, tot nog een jaar daarna zeggen dat het een van de meest waardevolle ervaringen is uit hun leven. Percentages die omhoog schieten van mensen die heel veel meer tevreden zijn met het idee van de dood. En zeg maar op dat spanningsveld tussen wetenschap en datgene wat wetenschap nog niet weet, maar nu wel langzaam maar zeker zijn teentjes aan het dopen is, dat vind ik mega interessant. En ik denk dat een interesse is die ik samen met Peterson deel. Om het onbekende vanuit een soort van, laten we zeggen, spirituelere rationaliteit te benaderen. Die per definitie nog steeds gegrond is en te volgen is en empirisch te verklaren is, zeg maar. Iemand als Richard Dawkins, ja, het spijt me, maar die slaat echt de plank mis door zich voor een heel hoop dingen niet open te stellen. Ik wilde ja?
zeg maar, wat ik als reactie wilde geven op... want ik vond het heel vet dat je dat aanhaalde. Dat je een gelijkenis zag tussen hoe ik daar dan zit bij die psycholoog en die trans community. Dat daar een soort primordial screams zijn. Je ziet echt nu gewoon hele emotionele dingen uitgeroepen in de cultuur. Weet je, ik heb met een vorige podcast heb ik je ook gehoord dat je heel erg ziet dat er in de cultuur nu bepaalde uitspattingen zijn waarbij, je hebt dit nu gezegd, maar wat nu? Weet je, ik zie dat een zinnetje als Zwarte Piet is racisme. Ja, oké, okay, maar what's the next step, weet je? En dus wat ik nu zie, wat tegenover elkaar staat, is oprecht een moment in onze cultuur. En iedereen voelt dat. Iedereen voelt dat. Dat we het echt concreet over dingen moeten hebben die ons hart aangaan. Die pijn die in alle zielen in de mensen op aarde zit. Dat gebagatelliseerd wordt door een materialistisch wetenschappelijk paradigma. Terwijl wat daartussen zit, waar ik denk dat wij heen moeten, is mensen die ertoe in staat zijn om hun primordial pijn rationeel te beargumenteren. Dus niet alles dood te slaan. Niet alles te zeggen van, we draaien hier maar rond op deze aardbol en het heeft allemaal geen zin. En dus daarbij hoef ik me ook niet eens heel erg te bekommeren om mijn pijn of mijn vragen over of het leven betekenis heeft. Maar een vorm van praten waarin wij weer optimistisch naar de toekomst durven te kijken met hoop. Maar tegelijkertijd ook het cynisme van deze tijd niet ondermijnen. Dus kan je dat gepaard maken? Kan je iets wat jou heel erg aangaat vervolgens ook nog verpakken en brengen dat het behapbaar is voor mensen en dat je niet alleen als een baby zeg maar in het rond aan het slaan bent en aan het klagen bent over hoe kut de wereld zeg maar is? Ja, wat ik net zat te denken. Ik vroeg het niet voor niets. Ik dacht van, ik vroeg net, klopt het dat dit de essentie is van jouw bewondering voor Jordan Peterson en ook de reden waarom je daar zat? Ja. En toen zei je ja. Vervolgens, daaruit volgde een hele onderbouwing die ik heel goed kan volgen. En die voor mij, die ik zou samenvatten als, hij raakt iets in mij omdat ik voel dat er iets mist. En dat vatten we samen als nihilisme. En dat gaat over bezieling. En dat voert ons helemaal terug op de oerverhalen uit alle culturen die we maar kennen. Mm-hmm. Behalve de laatste 100 of 200 jaar. Sinds Nietzsche zei, God is dood inderdaad. En Nietzsche zei dat ook niet vanuit een soort plezier, maar meer vanuit een soort shock. Hè? Dat was ook een religieuze man, ergens. Hè? Of een bezielde man. Mm-hmm. Dat weet ik niet zeker, maar dat idee heb ik altijd. Dat hij dat ook zegt, omdat hij eigenlijk wil dat het niet zo is. Of dat er iets voor in de plaats komt. Of dat we in ieder geval een stap richting een oplossing zetten van dat probleem. Als je dat constateert, hè? God is dood. Ik begrijp ook waar mensen die heel erg anti-religieus zijn mee willen afrekenen. Waar zij mee willen afrekenen, volgens mij, is precies hetzelfde waar wij ook tegen oplopen als we die woke community in kaart brengen. Namelijk die blinde ideologische overtuiging, die woede. Mm-hmm. Het is zo. Yeah. Dat idee dat je denkt gewoon nee, het is niet het is zo. Mm-hmm. Het is een gesprek, het is jouw ervaring, mijn ervaring, een dialoog, een zoektocht. Dus je wil afrekenen met het idee, het is zo. En dus wil je afrekenen met wat religie heel lang in onze wereld geweest is. Ja. Maar op het moment dat je zegt, God is dood, creëer je een vacuüm. Dus daar komt dat nihilisme. Ja. En vervolgens krijg je allerlei mensen die zeggen van, ja, we hebben iets weggegooid. We hebben het kind met het badwater weggegooid. Mm-hmm. En ik zie jou als iemand die van die school is. Dus jij zegt, ik weet niet wat het is, maar er is iets van bezieling nodig. En dus een zoektocht in wat dat kan zijn. En ik zeg tegen jou van, ja, luister, volgens mij, wat jij zelf hebt als je tegen die instituties oploopt, is hetzelfde wat de trans community heeft en wat de woke community heeft en wat de BLM community heeft. Eigenlijk allerlei communities die allemaal ergens hetzelfde zeggen. Namelijk, ik voel een hele diepe pijn, een existentiële pijn. Ja. En ik kan daar niet nergens mee terecht. Dus ik ga vanuit mijn trauma in de agressie, in de aanval. Ja. Ik stap naar voren, ik stoot door. Ja. Want er moet iets veranderen. Mm-hmm.
Dus dat even over die bezieling. En als het klopt wat ik nu zeg, als je zegt van ja, dat is inderdaad de reden waarom ik geïnteresseerd ben in Jordan Peterson, waarom ik een ticket koop en op die stoel ga zitten. Volgens mij hebben we dan via een hele lange, uitgebreide omweg, hebben we alle kaarten op tafel om die casus te gaan begrijpen. Precies, precies. Dus ik denk nu dat we een mooie voorwoord geschreven met elkaar. Okay. Waarin we hebben Cindy Bergman geduid en hoe zij in haar community zit. Mm-hmm. We hebben Jordan Peterson geduid en hoe hij controversieel geworden is en waarom hij een hotshot is die in Amsterdam op dat moment is. Ja. En we hebben jou passie geduid en jouw psychologische bedrading op het moment dat jij die op die stoel plaatsneemt. Ja. Dus we hebben alle kaarten op tafel liggen, toch? Of missen er nog kaarten? Ja. Een klein dingetje, want daar begon een vertakking mee. Jij vroeg, wat was jouw diagnose? Ik heb dus niet verteld over de diagnose die ik gekregen heb. Ja, je deed er een beetje vaag over, dan vroeg ik niet door. Ik ben een open boek, hoor. Je mag me alles vragen. Wat is de diagnose? Nou, interessante dus, is dat ik een hele bewuste keuze heb gemaakt om het op dat moment in het alternatieve circuit te gaan zoeken, omdat ik geen vertrouwen heb. Nu rijden we weer omheen. Maar wat was de diagnose? Ik heb geen diagnose gekregen bij deze alternatieve therapeut. Als je wel eerst een diagnose bij een niet-alternatieve therapeut. Ik heb ooit EMDR aangeboden gekregen. Maar wat is dat? EMDR, dus dat is een therapievorm waarbij je, zeg maar, ik heb het nooit gedaan, misschien zeg ik het verkeerd. Maar je volgt een soort, je volgt een lampje, dus je volgt gewoon met je ogen een beweging en je wordt eigenlijk in een soort hypnose of een soort van trance-achtig ding gebracht. En het hele punt ervan is dat je heel gemakkelijk diep in jezelf kan gaan, in je onderbewuste, en dat je traumatische ervaring kan herbeleven en daarbij opnieuw een plekje kan geven. Ja, ik herinner me wat mij het meest bleef van wat je zei net, is onverwerkt trauma. Ja. En daar ga ik ook van op aan, omdat ik eigenlijk al best wel een tijdje de hypothese heb dat we allemaal onverwerkt trauma hebben. We hebben onverwerkt collectief trauma en onverwerkt persoonlijk trauma. Ik heb gescheiden ouders en ik merk het gewoon aan mezelf dat ik daar ook onverwerkt trauma heb. Mm-hmm. En dus ik ben eigenlijk altijd geneigd om het begrip trauma heel ruim op te vatten. Om heel erg royaal te... Om een beetje strooiig met dat begrip trauma te zijn. En niet zo zuinig, snap je? Omdat het voor mij best wel verklarend is. Dus zodra ik eigenlijk die woke cultuur, als ik dat google en ik zie die plaatjes van die mensen met van die verkrampte gezichten, dan zie ik eigenlijk dat onverwerkte trauma in die kramp schieten. En dit is dus de rode draad die door heel mijn leven loopt, oprecht. Ik ben altijd mega bewust geweest van wat er in mij speelde. Mm-hmm. Ik heb dat nooit. Er ging bij mij echt de licht ging aan toen ik me realiseerde van oké, dus wat je altijd gevoeld hebt is trauma, weet je. Maar ik heb wel heel veel van mijn trauma is ook dat ik heel graag mensen wil wakker schudden voor de realiteit dat er allemaal zoveel pijn is. Niet eens weten welk labeltje of zo. Je wilde dus al op hele jonge leeftijd mensen redden en helpen. Precies, weet je. Ik heb echt het grootste Messiah's complex gehad gewoon ooit. En dus er is ook gewoon zoals ik zeg net eigenlijk even tussen neus en de lippen door. Ik heb gescheiden ouders, ik weet dat dat trauma zit. Yeah. Heb jij ook zoiets dat je denkt van ik weet waar het vandaan komt? Of is dat voor jou heel weggestopt? Nee, door en door. Kijk, wil je dat vertellen of is dat iets waar ik liever niet aankom? Nee, dat is voor mij echt te privé, omdat daar... Gaat het om jonge leeftijd? Gaat het echt om ja, vroege kindertijd? Gaat ook ver terug, hoor. Maar dat is nog steeds heel actueel. Kijk, weet je, ik ben mijn eigen auto in mijn leven vanuit Jungiaans perspectief, en dat heb ik dus heel erg hoog zitten, ben ik mijn eigen autobiografie aan het schrijven. Alleen de mensen waar jij die zeg maar deel uitmaken van mijn trauma, ben ik nog in mijn verhaal niet op het punt gekomen dat we alle twee het erover eens zijn dat het oké is dat ik hierover mag lullen. En dus ik voel me nog niet comfortabel genoeg om echt te delen. Ja, maar, precies. Dus je zegt eigenlijk van, nee, ik begrijp het ook wel, hoor. Want je zegt, ik mag alles vragen, dus ik mag dit wel vragen. Van, wat is het trauma? En, maar ik weet ook dat binnen deze gesprekslogica volstaat het om te zeggen dat wat eronder ligt, dat trauma is. Hè? We hoeven er ook niet in te duiken nu. Yeah. Dat is eigenlijk niet noodzakelijk. En ik weet ook dat met traumaverwerking helemaal niet per se noodzakelijk is om elke dag maar een breinaald in te prikken. Weet je wel? Mm-hmm. Het feit dat je dat kan koppelen, doet alweer iets met die verwerking. Dus laten we dat voor nu even op die manier benaderen. Okay.
Dus, maar dan nogmaals, dus jij koopt dat ticket, je zit op die stoel. Ja. En wat ook belangrijk is, is dat echoot met jouw persoonlijke trauma. Ja. En dat je dus eigenlijk die lecture van Jordan Peterson volgens mij ook in die zin gebruikt. Als iets waarvan je denkt van, je hebt daar natuurlijk een bepaalde verwachting bij. Je denkt van, wauw, dit gaat misschien wel een dag zijn waarop ik een stap verder wordt gebracht in mijn zelfinzicht over mijn leven, over mijn verwerking van vroeger en over hoe ik de wereld moet bezien. Ja, wellicht. Ja. Ja. Of ja, ik weet niet, misschien... Gewoon in eerste instantie om die man voor mijn neus te zien en gewoon precies, zoals je ook naar de Beatles gaat. Weet je, precies. Dus dat bracht enige vorm van melancholie met zich mee, weet je. Want ik heb Jordan Peterson's lectures geluisterd. Vooral eentje die ik nu from the top of my head kan zeggen, zijn biblical lectures. Volgens mij is het de 6e of de 7e, Call to Abraham. Nou, gewoon letterlijk, dit eerste 3 kwartier tot een uur gaat over... pathologie binnen gezinsstructuren. Janken, tranen met tuiten, zo vaak gekeken. En bij mij ook nog steeds, elke keer raak. En dus ik zit daar inderdaad met die man voor mijn neus. En ik zit daar vanuit mijn eigen psychologie. Van deze man eigen leven, zeg maar. Mij. Nee, dat is niet meer... Zeg maar, ik probeer het wel in een groter geheel te plaatsen. Weet je? Het is niet dat ik daar gewoon obsessief als een individu... hem zelf helemaal op zit te smullen. Maar het is zeg maar, ik heb een persoonlijke connectie... met de interesse die wij delen over waar het in het grotere geheel bij wijze van spreken heen moet gaan. Ja. Want een groot trauma van mij is dus ook dat ik voor mijn gevoel nooit serieus ben genomen door de reguliere geestelijke gezondheidszorg. Nou, ik deel het met Jordan Peterson, dat we alle twee heel erg op de hoogte zijn dat de ontwikkeling van de moderne psychologie en daarbij de geestelijke gezondheidszorg nu op dit moment gestopt is. Weet je, het is gewoon als je, weet je, de fysieke gezondheidszorg kan je één ding over zeggen, maar bij de geestelijke gezondheidszorg, sorry. Maar het is echt symptoombestrijding. Het is gewoon, oké, weet je bent dit, dus antidepressiva. Of je bent dit, of antipsychotica. Het gaat nooit naar de kern van dingen. Sterker nog, trauma, het hele idee van trauma. En ik heb het idee dat gewoon de wortel is van alle psychische problemen die er zijn. Echt gewoon, de DSM-5 kan je gewoon, bij wijze van spreken, voor mijn gevoel, in de prullenbak mieteren. Het is een van de meest diabolische boeken die er ooit geschreven zijn. Nee, geen gram, het is een boek van de duivel gewoon. Ja. Dat kan je gewoon in de prullenbak flikkeren. Want het heeft allemaal met trauma te maken. En misschien een beetje een soort complottheorie, maar lees dit boek. Iedereen, want iedereen zou dit moeten weten. Gewoon jouw intuïtie over het feit dat we allemaal persoonlijk en collectief trauma hebben. Waar? Oké, lees boek uit 2015, The Body Keeps the Score van Bessel van der Kolk. Nu in de coronacrisis is op een gegeven moment een opnieuw piekmoment geweest van allemaal sales. Het is het beste en meest recente boek nu van alle wetenschap van trauma. En daarin staat letterlijk trauma, onverwerkt trauma. En dan ook vaak, dat het vaak is uit onze jeugd. Het is de grootste onzichtbare gezondheidscrisis die we hier op dit moment hebben. Een andere trauma-expert, Gabor Mate. In oktober komt er een nieuwe viewing online van zijn documentaire. Kan je gewoon je e-mailadres voor invullen. Hij heeft een documentaire gemaakt, The Wisdom of Trauma. Nou, dat gaat helemaal in op het verband tussen lichaam en geest. En dat gewoon je allemaal fysieke kwaaltjes kan krijgen door onverwerkt trauma. Die hele dichotomie tussen geestelijke gezondheidszorg en fysieke gezondheidszorg is gewoon kwatsch. Dat zou bij elkaar moeten. We moeten naar een holistisch systeem van de gezondheidszorg. En daarbij vind ik het dus fucking vet dat jij noemt, BLM en die trans community en al dat. Daar zie ik dat daar hetzelfde gebeurt. Ze gaan er alleen op een hele andere manier mee om. Namelijk collectivistisch. Het is gewoon als wij maar met z'n allen keihard schreeuwen over wat voor pijn we hebben, dan gaat er iets veranderen. Terwijl ik kijk daarnaar op zoiets van, ik herken waar dit gedrag vandaan komt, maar it's not the way to go, guys. Weet je, het gewoon... moet het persoonlijk aanpakken. Fix eerst jezelf en dan kan je de wereld verpakken. Maar ik zie dus... wat me dus steeds meer opvalt... want ik ga ook vaak naar die protesten om dan met mensen te praten. Ook als ik totaal niet eens ben met de doelen. En dan valt me dus de hele tijd op... dat ik het heel goed kan vinden met de individuen. Ja. En dan ga ik naar die leuzen luisteren... en dan kan ik het dus helemaal niet... vereenzelvigen met die leuzen. En dan denk ik, oké, er is een totale schizofrenie tussen de collectieve verbeelding en de individuen. Dus die individuen hebben allemaal dat gevoel, wat jij ook zegt, die scream, die diepe... The primordial scream. Ja, dus iedereen schreeuwt vanuit dat diepe trauma zelf. Maar als je met die mensen zelf gaat praten, dan kun je heel...
hele goede gesprekken hebben. Of je kunt ook met enige ironie over die, zelfs over die protesten praten. En dan komt er een moment dat er ineens een soort van groep leus wordt gescandeerd. En je denkt van, wat zijn die mensen nou weer te lullen? En je ziet ook dat ze het helemaal niet voelen. Snap je? Ja, maar... Dus er is een totale splitsing. En dat is er zo absurd aan. En dat is het ding. Op het moment dat je zo'n individu spreekt, dan zie je bezieling. Alleen op het moment dat ze met die leuzen aankomen, dan lijkt het alsof ze een soort programmaatje aan het runnen zijn. Ja. En dit is dus wat ik ook... En dit is de grootste mindfuck voor mij geweest op mijn opleiding. Ik ben begonnen en ik kwam als een heel naïef ventje daarop. Dus iets van, ik ben een kunstenaar en ik ga groots kunstenaar worden en ik ga heel de wereld veranderen. En ik kijk wel op een hele eigen unieke manier voor mijn gevoel naar de wereld, maar ik heb het idee dat ik er niet hele gekke ideeën op nahoud. Dus ja, waarschijnlijk zijn een heel hoop mensen het wel heel erg met mij eens. En eigenlijk over het verloop van jaren ben ik gewoon op een punt gekomen dat ik me gewoon realiseerde van, ja maar shit, al deze mensen, al mijn medestudenten en mijn docenten, ik mag jullie allemaal. Jullie zijn zulke verschrikkelijk leuke mensen. Maar vervolgens als het gewoon over iets serieus gaat, gewoon over een maatschappelijk debat of een onderwerp, dan maken jullie gewoon een soort U-turn waar ik niet met jullie mee kan gaan. Is het, gewoon, ja, het is leuk om met jullie te lullen, maar dan gaat het over iets wat maar dat is die collectieve verbeelding die ik ook steeds meer zie als een collectieve, als een soort massapsychose of een massahypnose. En iedereen kan erop, en ik heb het idee dat ik zelf daar ook in gezeten heb heel lang. En in een soort linkse hypnose. Ja. En ik ben nu met allemaal mensen in deze podcast aan het praten. En één voor één zeggen ze allemaal iets wat heel erg hetzelfde is. Namelijk, ik voel me precies dezelfde. Ik voel me progressieve, ruimdenkende kunstenaar. Sommigen zeggen daarbij dat ze links geëngageerd zijn. Maar allemaal maatschappelijk geïnteresseerd. Of inderdaad, zoals jij dan, wat jij nu vandaag nog toevoegt, is dat je eigenlijk geïnteresseerd bent in de bezieling en in het niet zichtbare, het niet tastbare, de immateriële wereld. Ja, ik ben trouwens ook een heel groot fan geworden de laatste jaren van George Harrison, van de Beatles, die dat ook heel erg heeft, hè? De niet-materiële wereld, die hij eigenlijk probeert te verkennen met zijn kunst. Heel interessant eigenlijk als je daarin gaat verdiepen. En ik ben ook heel veel bezig met psychedelica. Dus in die zin ben ik ook gevoelig voor wat je zegt. Dat ook weer een hele wereld is. En al die mensen zeggen dus één voor één van, ik voel me dezelfde, maar die wereld is veranderd. En ik herken dat. En ik denk van, ja, ik heb in de laatste jaren ook daar op de een of andere manier uitgesnapt. Wordt groter en groter, maar ja, hebben we nu voldoende kaarten op tafel om dat moment te begrijpen? Ik denk het zeker. Oké, dus nu, laten we dan nu die stap maken. Dus jij koopt dat kaartje, jij gaat er naartoe. En wat gebeurt er dan? Nou ja, voordat ik... Dit is wel een klein stukje context. Ik had dus gediagnosticeerd moeten worden door deze alternatieve therapeut met iets. Ik denk dat posttraumatische stress had moeten zijn. Ik heb namelijk maandenlang voordat het event ook begon, meerdere dagen achter elkaar, meer dan 10 uur lopen janken, lopen spartelen op de vloer van spierspasmes en wat dan ook. Bijna alsof ik epilepsie had. En voordat ik... Echt letterlijk? Letterlijk. Op mijn slaapkamervloer gewoon urenlang spartelen en janken. En dat heeft maanden aangehouden. Dat is daarna ook nog aangehouden. Het is een heel groot drama. Het is voor mij, zeg maar, alles wat er de afgelopen paar jaar voor mij gebeurd is, is een verhaal aan een hele grote soort traumatische doods die ik uit mag pakken. En heel mooi mag gaan versieren. Want ik kan er nu over lullen. Het gaat de grootste inspiratiebron zijn. Het fundament van alles wat ik wil gaan doen met betrekking tot creatief werk. Maar dus, dat is heel belangrijk om te noemen. Dat ik zit daar bij dat event van Jordan Peterson. Ik heb notabene 2 weken daarvoor heb ik me helemaal de nest ingewerkt voor een portfolio wat ik ging maken om op exchange te kunnen naar Engeland. In mijn traumatische verwerkingsproces had ik ook zoiets van, yo, aankomend september moet ik wel weer beginnen met school en dan wil ik gelijk op exchange, dus ik moet ook maar weer shit doen. Dus ik heb 2 weken lang daarvoor heel mijn emotionele proces op stop gezet en ben toen letterlijk 2 weken lang van bijna 9 uur 's ochtends tot 10 uur 's avonds bezig geweest met dat portfolio maken. En toen op 1 november, dat was notabene de nacht voordat ik dat portfolio verzonden had naar een kunstacademie in Londen, ging ik naar dat event toe.
En dus ik heb het idee dat jij nu wel een beetje begrijpt dat hoe erg ik me geëngageerd voel ook in al die sociale maatschappelijke discussies. Ik daar ook mijn eigen persoonlijke en psychologische lading aan wil geven. Mm-hmm. En dus wat voor mij heel erg vet is geweest, is dat ik van tevoren mezelf af heb gevraagd, oké, hoe ga ik daarheen? Wat ga ik aantrekken? En laat het nou net zijn dat ik een aantal jaar daarvoor naar Schotland was gegaan, een kilt had gekocht, met de intentie om die ook daadwerkelijk te dragen in mijn dagelijks leven. Maar ik met twee huisgenoten woonde waarbij ik bang was dat op het moment dat ik die kilt aan zou trekken, dat ze me uit zouden lachen omdat ik een rokje aan zou hebben. Weet je? En toen zag ik, dus toen ik deed mijn kleerkast open en ik zag die kilt hangen, toen zag ik, fuck it. Weet je, new Berend, new me. Weet je, ben net klaar met die portfolio. Ik ga Jordan Peterson voor het eerst in het echt zien. Ik ga daar gewoon heen in mijn kilt. Dus ik ben daarheen gegaan. Weet je, is ook interessant wetende dat Sunny Bergman daar later zou staan en een documentaire aan het maken was over mannelijkheid. Ja. Weet je, hij was daar een soort rare. Want dit is meteen interessant. Ja. Kun je iets nog herinneren van de psychologie van het moment dat jij besluit om die kilt aan te trekken? Nou, daar ging dus wel in één keer natuurlijk, ging er bij mij alles door mijn hoofd heen. Ben je nu niet een politiek statement aan het maken? Of doe je dit nou niet wel echt voor jezelf? Want ik wilde het voor mezelf doen. Weet je, ik wil niet edgy gaan zitten. Dit is een politiek statement of wat dan ook. Maar daar speel ik dus mee. En dat is ook ergens op een bepaalde manier de reden geweest waarom ik die kilt in Schotland gekocht heb. Ik vond het wel leuk om soort van. Ik denk, zeg maar, laat ik het zo zeggen. Ik denk niet dat ik zelf snel geneigd zou zijn om een rokje te kopen en dat in mijn dagelijks leven te dragen. Maar het feit dat ik in Schotland was en dat in Schotland juist de kilt een hyper masculien kledingstuk is, had ik zoiets van, hey, dit vind ik vet, dit ga ik rocken. Dit vind ik ook gewoon tof om in Nederland, zeg maar, te dragen. En dus toen stond ik voor die kledingkast en toen, nou ja, dat is een soort kleine optelsom van, hey, je gaat naar een event van Jordan Peterson. Daar was toen al dus al een hele controverse van tevoren over ontstaan. Ja, bij studenten precies. Die bij elkaar samen zijn gespannen, docenten die erbij hebben betrokken, een hele brief hebben geschreven en allemaal handtekeningen hebben gezet om hem te weigeren hem daar te laten komen. In dat besef van die polarisatie die daar al op dat event plaats zou vinden, dacht ik, luister, ik ben echt een van de grootste Peterson fans die je maar, zeg maar, kan voorstellen. Maar ja, ik ben ook wel gewoon deze gast die ook deze kilt in zijn kast heeft zitten. En wat ben ik eigenlijk een domme lul, dat het de enige keer dat ik die kilt heb aangetrokken was in Schotland zelf. En daarna ben ik gewoon veel te erg een pussy geweest om in het dagelijks leven te dragen. Fuck it. Ik doe hem aan. Dus nou, ik ben in die kilt, ben ik daarheen gegaan. Ook nog, zeg maar, complimenten gekregen van mensen om mij heen op het moment dat ik daar rondliep in mijn kilt. En waarbij mij dus ook door mij heen ging van, oké, maar hebben jullie nu het idee dat ik misschien eventueel nu anti-Peterson zou zijn? Hè? Omdat ik met een soort vrouwelijk dingetje rondloop. Zeg maar, was daar een beetje soort van aan het ik realiseerde me dat het een soort performatief aspect had. Ook al droeg ik gewoon helemaal zelf persoonlijk, zeg maar, op een bepaalde manier die kilt. Dus ik heb daar, zeg maar, complimenten soort van over gekregen. Er is notabene ook nog een journalist geweest na afloop van het event. Die een beschrijving gaf. Al deze mensen zijn erop afgekomen. En het was heel divers. Er was namelijk ook een knul en die had ook een kilt aan. En dat heb ik doorgestuurd gekregen van iemand van, hey, yo, iemand, een journalist is je opgevallen en die heeft hier dit over geschreven. Dat was wel grappig. Maar dus ik zit op dat event. En het was dus een interview waarbij mijn neefje van een jaar jonger een van de interviewers was. En dat was voor de rest niet mega bijzonder. Vond ik ook achteraf ook een beetje jammer. Maar was best wel gewoon normale vragen. Was niet per se een hele explosieve Peterson gathering, zeg maar. Maar na afloop was er een momentje voor vraag en antwoord. En nou, ik heb er toen ook heel lang met mijn vinger in de lucht gezeten. Ik had echt gewoon een brok in mijn keel en ik wilde eruit gooien van, yo jongens, alle vragen die ik nu gesteld hoor worden. Weet je, en dat kwam 9 van de 10 keer uit die wat meer linkse activistische hoek. Ik hoef daar verder niet heel veel mijn mening of mijn oordeel over te vellen. Maar ik maak me heel erg zorgen, Jordan. Hoe gaan we om met het feit dat al deze mensen echt gewoon hun hart op de juiste plek hebben, maar wellicht niet er helemaal op de hoogte van zijn wat er eigenlijk op een bepaalde manier allemaal speelt. Weet je, want ik zat daar voor mijn gevoel en ik definieerde mezelf toen op dat moment ook nog met die termen. Ik zat daar van, yo, ik ben net zo fucking links als jullie. Alleen, volgens mij hebben jullie niet door dat dit niet een persoon is die je op deze onderwerpen bij wijze van spreken moet gaan zitten aanvallen. Ja. En dus, ik heb een beetje... En dan inderdaad op zo'n moment, als je dus al die laagjes begrijpt, dan begrijp je dat Jordan Peterson op het moment dat hij inderdaad op dat plein
tegenover die trans community staat, dat hij eigenlijk de belangen behartigt van die trans community. Want hij zegt eigenlijk van ja, als we straks een situatie hebben zoals we dat in Rusland hebben gekend in de communistische tijd met de Gulag archipel, dan zijn de eerste die worden afgevoerd, dat zijn juist die trans mensen. Ja, ja. Snap je? Ja. Dus ja, wat dus op de, en daar gaat jouw de vraag die je in je hoofd prepareert natuurlijk ook ergens over, toch? Dat je eigenlijk denkt van hoe gaan we om met het feit dat mensen die hier zo eigenlijk weer blind ideologisch instaan, ja, niet doorhebben dat waar we het vandaag met z'n allen over hebben eigenlijk gedeelde belangen zijn. Precies. Toch? Precies. Ja. Even geparafraseerd, ja. Ja. Hoe ik het begrijp. Ja. Goed, en nee, maar ik denk dus dat dit dus een groot patroon is wat er bij Peterson gebeurt. Hè? Het is heel vaak, hij wordt dus in een bepaald politiek hokje gestopt en zijn antwoord is 9 van de 10 keer, luister, kunnen we het alsjeblieft niet hierover hebben, want ik wil het over die grotere lijnen hebben die er nu in de wereld spelen, die zeg maar, ja, ongeacht welke politieke aard of afkomst, gender, leeftijd, wat je ook hebt, dit is belangrijk voor iedereen om over na te denken en dit is een gesprek wat we sowieso ten alle tijden hoe dan ook over zouden moeten hebben en een correct antwoord zouden moeten hebben aan de hand van wat er op dat moment in die tijd in de samenleving speelt, zeg maar. Dus dat is, ja, dat is archetypisch. En nou ja, wat er gebeurd is na afloop van dat event, van dat interview, is Jordan Peterson daar van het podium gegaan. Nou ja, je ziet het gewoon aan de hele populariteit ook en de intensiteit van dat moment. Staan natuurlijk iedereen in één keer op en er gaat een hele horde, bij wijze van spreken, achter hem aan, omdat mensen hem een hand willen geven of een vraag willen stellen of wat dan ook. Nou ja, overduidelijk, ik was daar één van. Weet je, en dus ik ben blijven plakken. Jordan Peterson was gewoon voor een paar uur verdwenen. Wat bleek na dat interview van dat Room for Discussion, die event op de University of van Amsterdam, had hij een aantal interviews met grote Nederlandse kranten. Nou, hij is daar zo moe van geworden dat hij blijkbaar helemaal moe is geworden en als een soort gestoomde broccoli in een klein achterdeurtje van de universiteit undercover een soort van een taxi in gemieterd is en naar zijn hotel is gereden om bij te komen. En gedurende de tijd, en dat is dus echt iets van 2 uur of zo geweest, dat hij daar die interviews met die kranten aan het doen waren ik samen met een heel hoop andere mensen aan het wachten in de hoop dat hij, wat vaak dus ook nog gebeurt, dat hij even zijn hoofd komt laten zien. Een soort van zijn fans die altijd gewoon geneigd zijn om een paar uur te wachten om nog even een handje te geven en aan te horen wat hun persoonlijke verhalen zijn. Hey, want dit is dus ook gewoon een heel belangrijk ding. Hè? Weet je, hij wordt afgeschreven als een soort hypermasculine, tyrannische gast of wat dan ook. Maar die man die loopt vaak genoeg te huilen over als hij verhalen moet denken aan alle persoonlijke verhalen die mensen met hem gedeeld hebben over wat het impact is van zijn werk op hun levens. Ja, ja, precies. Dat is heel verwonderlijk. Hij zegt ook van ja, er komen zo ontzettend veel jonge mensen en het zijn mannen en vrouwen, ja, die komen naar hem toe om gewoon concreet verslag te brengen van wat zijn lectures psychologisch hebben teweeggebracht. En dat gaat dus over, dus inderdaad, dus clean your room, maak je kamer schoon. Dat, ik lees dat altijd ook heel erg als in maak je bovenkamer schoon. Dus als je dus heel erg goed luistert naar bepaalde lezingen van hem, en dat vind ik dus ook interessant. Hè? Ik had het er laatst met iemand over van, die zei ook, die had ook een aantal lezingen gehoord, en die zei op een gegeven moment van, wanneer begint nou het racistische gedeelte? En die moest ook heel erg lachen. Want wat diegene daar eigenlijk mee zei is, het begon me plotseling te dagen dat er gewoon helemaal niet aankwam. En dat eigenlijk bijna alles wat hij zegt best wel spot on is. En dat idee dat hij een soort enge racist is, heel erg in de media was gecreëerd. Terwijl hij eigenlijk hele empathische lezingen geeft. En dat vond ik zo ontzettend fascinerende uitspraak. Die is me eigenlijk altijd bijgebleven. Dus als je het dan hebt over 1 of 2 voorbeelden, dit was mijn voorbeeld van dit jaar. Ik zat eigenlijk bij wijze van spreken met mijn potloodje in mijn hand, in zijn boek, klaar om 12 Rules for Life, elk gat wat ik kon vinden, wilde ik openscheuren. Weet je wel, ik wilde, ook al was ik wel gefascineerd door hem, ik wilde toch aantonen waarin, naar mijn idee, hij het verkeerd zag. Mm-hmm. En een jaar later zit ik met iemand Een lezing te kijken. En diegene zegt tegen mij van, ja, wanneer begint het racistische gedeelte? En wat die eigenlijk wil zeggen is, volgens mij komt dat niet meer, hè?
Ja. En dat gedeelte wordt ook geïmpliceerd doordat hij 300 lectures heeft. Dan denk je, van, ik heb nu toevallig 10 goede gezien, maar dan zal die in die andere wel racistisch zijn. Maar, kijk, maar dat is er, en dat, die is er dus en helemaal dat vind niet. Ik dus, dat is dus de grap van Jordan Peterson. En dat vind ik dus ook het interessante gegeven en wat je dus daaruit kan halen. Weet je, ik heb met tranen in mijn ogen zitten kijken dat hij in eerste instantie op het eerste moment in 2016 wordt uitgemaakt voor racist of transfoob of wat dan ook. En dat hij gewoon zegt, jongens, what the fuck? Ik ben al 20 jaar les aan het geven en gewoon een psycholoog aan het zijn en mijn klinische praktijk. Ik ben ook maar gewoon een man en nu zit ik in deze hele controverse. En dan luister, ik heb 500 uur op YouTube staan waarbij je gewoon dingen kan kijken. En dus gewoon, als er echt iets mis met mij is, wat de dingen die ik zeg, dan gaat er wel met hoe erger nu zeg maar soort van bloeddorstige mensen zijn die uit zijn om mij neer te halen, dat als ik in die 500 uur echt iets zeg wat echt niet kan, dan wordt dat zo vaak op me gegooid dat er gewoon geen sprankje leven in me meer gevonden gaat worden. En dat is er nooit gevonden. Het is nooit gebeurd. En dus waar het op neerkomt, weet je, gewoon dit oude, herhaal een leugen vaak genoeg. En mensen nemen het voor waarheid aan, weet je. Maar I don't buy it. En de grap is, en dit heb ik ook al in de afgelopen afleveringen steeds maar weer benadrukt. Ik geloof er heel sterk in. En dat zeker sinds ik dus nu met allerlei mensen praat. Ik geloof er heel sterk in dat de waarheid komt bovendrijven. En dat zal in een vrije open samenleving. Mm-hmm. En ik weiger te geloven dat we dus niet in die vrije open samenleving leven. Dus ik geloof, ik ben er zelfs echt heilig van overtuigd, dat we in een vrije open samenleving leven waarin dus die waarheid komt bovendrijven. En ik denk dat het probleem van heel veel mensen is dat mensen zich zo ontzettend blind staren op het nu, op het moment, op het heden, op de actualiteit. Mm-hmm. Dat ze alleen maar denken dat die subculturen ertoe doen die dus meedoen aan die waan van de dag. Ja. Dus deze waarheid zal niet bovendrijven op Nederland 1 op zaterdagavond om 8:30. Snap je? Aha. Want daar is iedereen bezig met die waan van de dag. Nou, dat is... Maar deze waarheid zal wel bovendrijven over 5 jaar of over 10 jaar. En I don't care, we wachten wel, snap je? Maar de waarheid die komt bovendrijven, die zie ik wel. En dat is dat Jordan Peterson in 2016 op dat plein de belangen behartigt van de hele trans community als hij zegt dat we niet het mogen laten gebeuren dat we op het level van de regelgeving die taal mogen aanpassen op zo'n manier dat wij die taal niet meer vrij kunnen gebruiken. Mm-hmm. En dat is zo ontzettend belangrijk wat hij daar doet. En dat is zo cruciaal dat hij over 100 jaar als held gezien wordt voor dat moment. En over 200 jaar. Ja. Tenzij we natuurlijk echt in die totalitaire nachtmerrie gaan leven. Dat kan natuurlijk ook. Maar zolang dat niet gebeurt, zal ooit dat moment gezien worden voor wat het is. Want hij verdedigt daar iets cruciaal. Okay, maar en het is niet voor niks dat 1984 zo lang een bestseller is en zo lang in de collectieve verbeelding zo betekenisvol blijft. Want dat boek gaat daarover. Zeker. En dus als we op dit moment in de vertelling aan zijn gekomen bij wat het belang is van Jordan Peterson en hoe mensen hem zien. En ik ben het met je eens, hè, dat heel veel mensen hem dus vereren op het level van wat hij dus voor die mensen betekent. Gewoon puur op dat level van hun eigen leven en hun eigen bedrading en hun eigen trauma's. Maar ik blijf het ook zeggen dat hij dus dat het eigenlijk niet uitmaakt hoe hij wordt weggezet in de media of gezien wordt, want de waarheid is gewoon dat hij daar iets belangrijks heeft gedaan. En dat maakt dat hij zo bekend werd voor zo fucking veel mensen. Mag ik het noemen dat jij ziet dat die hele actualiteit, dat je dat een beetje kan noemen als een soort psychotische collectieve stroomversnelling waar we bij wijze van spreken in zitten? Nou, ik denk wel dat we nu op een punt zitten dat inderdaad iedereen die verbonden is aan de mainstream media eigenlijk in de bizarre situatie zit dat zij eigenlijk van bovenaf krijgen opgelegd dat ze niet mogen berichten wat ze willen berichten, maar dat ze moeten berichten wat wordt gedicteerd. En dat zie je dus met COVID. En dus zie je het ineens overal. En dat is gewoon totaal raar. Want nu denk je van oké, we krijgen inderdaad gewoon via de mainstream mediakanalen
gewoon misinformatie. Precies, en dat is een realiteit. Dat is een soort storm van chaos en misinformatie waar je ingetrokken kan worden. Yeah. En bij mij is er echt aan de hand van het luisteren van jouw podcast in het begin met bij mij binnengekomen. Ja, hey Berend, met hoeveel zorgen je de afgelopen paar jaar hebt gemaakt over al deze onderwerpen. Jij was echt een cultuursnuiver. Jij was echt een cultuursnuiver. Je snoof heel, je snoof lijntjes van die cultuur. En je bent er helemaal kapot aan gegaan. Weet je, want ja, wat gebeurt er op het moment dat die cultuur bestaat uit een soort diabolisch mengsel van cocaïne gemengd met absint? Weet je, het blaast je ego op, het maakt je energiek en vervolgens brengt het je ook in verwarring. Dan heb je eigenlijk geen idee meer wat je aan het doen bent. En dat is nu wat ik bij wijze van spreken zie gebeuren. Ik dus ben geen cultuursnuiver meer, maar ben een cultuurkijker. En dus ik wil nu weer terug naar het moment waarbij ik echt de grootste cultuursnuiver nog was. Want ik zat helemaal in dat, ook die soort van traumatische primordial scream op het moment dat ik op dat event zat van Jordan Peterson. Wil je daar weer terug? Ja, natuurlijk. Ik wil natuurlijk het verhaal. Want ik denk dat we pas echt kunnen gaan beginnen met duiden als het verhaal is verteld. We zijn nu nog bezig met het opbouwen. Nee, maar ben ik niet helemaal mee eens. Maar, ja, dan moet natuurlijk naar die situatie dat jij oog in oog met Sunny Bergman staat. Maar nu, ik dacht dat het een voorwoord zou zijn, maar het is nu een finale aan het worden. Ja, maar I guess. Ik denk dat het is een beetje langs elkaar heen gegaan. Maar als we dit gaan afronden, dan wil ik daar ook nog wel een beetje mijn vinger op leggen. Maar goed, dat event was er. En dus Jordan Peterson die verdween. Die heeft al die interviews gedaan met die grote kans. Is uiteindelijk als een gestoomde broccoli een auto ingeflikkerd. En ik stond daar gewoon met een aantal andere mensen urenlang te wachten. En dus ik zie daar op een gegeven moment iemand met een camera langs lopen. En vervolgens een vent ook met zo'n hele geluidstok, zeg maar. En ik ben op een afstandje heel erg een beetje de kat uit de boom aan het kijken. Precies van, ja, fuck dit. Ik ga er niet op. Wat is dit, weet je? Ik kende Sunny Bergman wel, maar ik herkende niet dat zij dat op dat moment was. En dus, nou ja, dat ging een kwartiertje, 20 minuten, een half uur zo door. En op een gegeven moment hoorde ik gewoon een paar vragen. En dat is dus gewoon voor mij de reden geweest. Voornamelijk de reden waarom ik achteraf me echt kuts zou voelen over wat er die dag gebeurd is. Maar daar is bij mij een soort van een traumatisch knopje in gedrukt, waarbij ik een hele traumatische respons heb gehad. Namelijk, er werden daar vragen zodanig gesteld door Sunny, die voor mij heel erg manipulatief waren of vooringenomen. Bijvoorbeeld, kun je die vragen herhalen? Wat vroeg zij? Geen idee. Maar ongeveer? Idee. Nou ja, heel oppervlakkig. Hele oppervlakkige vragen. Die bij wijze van spreken uit een soort kern kwamen van, nou, ik heb hier een groep mensen voor mijn neus die naar Jordan Peterson gaan. Dus die hele strikte, gedefinieerde verschil maken tussen man en vrouw. Ik ga nu vragen stellen om antwoorden te krijgen dat zij mijn ideeën over hoe ik denk dat zij kijken naar de verdeling tussen man en vrouw, dat zullen bevestigen, zeg maar. Yeah. Dat is dus ook één ding wat ik dus vervolgens noem in die brief. Dat er een meisje was die dus gewoon in haar hele verhaal op een gegeven moment zegt van, ja, maar jongens, het is toch ook gewoon zo dat gewoon vrouwen vroeger voor de zorg deden en de bedjes gingen verzamelen en gingen koken en wat dan ook. En dat mannen dan gingen jagen en vechten en shit. En dat was voor Sunny, voor mijn gevoel, op dat moment een moment waarvan zij smulde, omdat dat binnen haar simplistische beeld paste van wat zij in kaart wilde brengen. Van, oh kijk, hier zie je weer dat hele gevaarlijke soort van evolutionaire biologie wat de kop op komt steken, wat ons wil terugtrekken naar die oerbiologie waar we daar dan helemaal niet aan kunnen ontsnappen, zeg maar. Want ik denk dat dat de gevangenis is voor Sunny. Hè? De vrouw moet dit moeten kunnen zijn. En dus jij zegt eigenlijk, zij kwam er naartoe en ze stelde op een bepaalde manier vragen waarin ze eigenlijk probeerde antwoorden los te krijgen. En je zag ook dat zodra iemand in dat frame stapte, dat ze daar ook dankbaar mee omging. Dus zodra iemand eigenlijk een soort van cliché bevestigt, dat ze zeggen van, vrouwen die waren ook met de bestjes bezig in de oertijd en mannen gingen op mammoetjacht, bij wijze van spreken, dat zij dan denkt van, oh yes, dit is televisiegoud, want dit is precies het cliché wat ik in mijn hoofd heb. Nu zegt iemand dit, mooi, hier kan ik ook
de documentaire. Ja, als je een documentaire maakt, dan neem je toch een hele zo'n neutrale en objectief mogelijke houding in om jouw onderwerp te onderzoeken. Ja, dus, je wilt toch weten wat de realiteit is en niet de realiteit creëren. Ik ben het daarmee eens. Dat een soort proces van fabricatie is die zij bewust of onbewust. Ja, maar daarom dat het zo belangrijk is om te weten wat voor vragen ze stelden. Snap je? Dus kun je het nog herinneren? Ja, je zegt van zelf precies in mijn trauma, maar je weet niet meer wat de vraag is. Er is zoveel gebeurd, hè? Maar probeer eens even een soort van, in welk straatje lag het? Wat waren de soort vragen? Ja, fuck. Ja, ik weet nog wel een beetje van die documentaire. Zo van, ik herinner me nog van die documentaire dat ze aan het begin naar een sportkantine of zoiets gaat. En dat ze ook aan mannen vragen van, hoe voelt het om man te zijn? Of wat is voor jou man zijn? Of wat is een man? Of zo. Dus dat herinner ik me nog wel van die documentaire. Dus dat ze wel, volgens mij, probeert aan zichzelf te verkopen dat open vragen zijn. Ja. Terwijl je toch zelf al het idee hebt, ja, maar dit is best wel sturend. Dit is echt iemand. We hebben ooit eens een bespreking gemaakt van BNN, over mijn lijk. En in die bespreking kwamen we eigenlijk achter dat er op een hele cynische manier eigenlijk die mensen die best wel hele heftige ziektes hebben, of eigenlijk gewoon doodziek zijn. Ja, dat ze dat toch een beetje als worstenbroodjes benaderen. Weet je wel, ze moeten daar naartoe, ze moeten in één dag schieten. Dus ze komen even met die camera in die neuzen. Ze stellen directe BNN-achtige vragen om lekker wat stof los te krijgen. En dan strik je eromheen en dan is het formatje klaar. Hè? Mm-hmm. En dat zit ook een beetje, vind ik, in deze manier van benaderen. Dus je hebt eigenlijk een vooringenomen idee. Nou gaan we eens even die oermannen, die kip eten en van naar voetbal kijken. Die gaan we eens even juichen om Jordan Peterson en die alpha males en die testosteronbommen. Laten we die eens even in kaart brengen in het wild. Ja. Dus je stapt erop af en je zegt van, zo, hoe voelt dat nou om naar Jordan Peterson te zijn geweest? Ja, 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 ja. Dus ben je aangezet in je mannelijkheid? Voel je je weer lekker masculien? Voel je je weer lekker... ik was er niet bij, hè, maar dat is het beeld wat ik krijg van Sidney Bergman en van jouw verhaal. Nou ja, kijk, ik kan me dus oprecht, ik kan me de vraag niet meer ophalen wat zij daar allemaal gesteld heeft. Maar ik kan je dus wel vertellen dat de korte samenvatting die jij nu geeft van hoe jij denkt dat daar gegaan is, dat de reactie die er bij mij uitloopt is dit. En dat is precies hoe ik ook voor haar neus heb gestaan. Want ik op een gegeven moment, daar kwam dus ook van, ja, hij is helemaal masculien. Dat is bijvoorbeeld iets wat zij wel echt genoemd heeft. Ik kan me goed herinneren dat zij geduid heeft hoe zij naar Jordan Peterson kijkt. En ik heb daar dus wel echt een reactie op gehad. Ja, maar hoe kan je dit rijmen met het feit dat hij gewoon ook vandaag weer traantjes weg heeft moeten pinken aan de hand van een verhaal wat hij vertelt van wat mensen allemaal met hem delen? Hoe rijm je dat met zijn soort idee van een hypermasculine, toxic masculine dude of zo? Kijk, luister, hij wordt helemaal een soort van de hemel ingeprezen door mensen die echt enorm door hem geraakt zijn als soort van de archetypische vader. En kijk, dit is iets heel belangrijks wat ik over Jordan Peterson eigenlijk kwijt wil. Ik heb veel van zijn lectures gekeken. Weet je wat het meest van mij bij is gebleven van alles wat hij verteld heeft? Hoe hij, weet ik veel, een keer met 10 kinderen op in een vakantieoord, samen met ook toen hij met zijn vrouw en kids op vakantie was, met kinderen aan het spelen was. Of hoe hij praat over honden. En hoe hij speelt met honden. Ik word daar warm van. Ik wil die man knuffelen. Ik vind hem super lief. Weet je? En gewoon echt oprecht. En dit is voor mij ook het interessante. Toen ik hem in 2016 op hem stuitte, kwam er bij mij binnen, ja, maar hij doet me heel erg denken aan mijn pa. Alleen, hij staat wel gewoon een beetje een soort rare alternatieve hippie, psychologisch, spirituele, zweverenachtige manier in een heel hoop dingen. Wat is deze man die over al deze vooraanstaande hippie shit heeft, die tegelijkertijd een heel net pak aan heeft, weet je? Ik denk nu meteen, daar hebben we trauma. Ja, precies. Dus hij is eigenlijk een substituut vader voor jou. Hij is iets wat je vader niet was. Nou ja, kijk, en dus hierbij vind ik het dus grappig dat ik de hemel naar de aarde wil trekken. Kijk, ik voel me natuurlijk helemaal op mijn plek gezet op het moment dat ik zeg, ja, eigenlijk wel, weet je. Ik vind hem, eigenlijk is het een soort vaderfiguur voor me. Maar om dat dan ook weer, zeg maar, minder persoonlijk te maken. Hè? Ja. En dat probeer ik dus ook, dat vind ik ook waardevol aan de discussie die we hier aan het hebben. Het gesprek wat we hier hebben, is dat het in grotere lijnen voor mensen zo is. Dus voor in de cultuur op zich zijn er geen goede mannelijke voorbeelden. En daarbij is het dus grappig dat Jordan Peterson zo bekend is geworden. Dus in de cultuur heeft hij een snaar geraakt. En van de mensen die het hart schreeuwen over dat er eigenlijk geen goede mannen meer zijn,
wordt zeg maar de archetypische, zeg maar. En die heeft dan wel een pak. Weet je, het is ook, hij is ook een product van zijn tijd. Ja. Weet je? Maar het is wel een goede vent. Ik heb nu ook een absurde ervaring. Die kan ik wel delen. Kijk, ik realiseer mij nu eigenlijk, nu jij eigenlijk bij de kern aankomt. Voor, yeah. Je zegt eigenlijk, ja, Jordan Peterson is eigenlijk als een vader. En dat is een hele mooie uitspraak. En daarmee laat je namelijk iets zien van mannen wat Sonny Bergman niet kan laten zien. Namelijk een zachte, sensitieve, warme kant. Mm-hmm. Dat is ook waarom ik jouw brief zo goed vond. Dat zei ik aan het begin al, hè. En op het moment dat ik dat denk en jou hoor praten, denk ik, verrek. Ik doe precies hetzelfde als Sonny Bergman. Ik ga namelijk met jou praten en mijn vraag aan jou is, wie is toch die Jordan Peterson fan? Mm-hmm. Snap je? Ja. En dat is er zo grappig aan. Nou ja, kijk, en snap je? Snap je wat ik bedoel? En tegelijkertijd, dat is dus het spanningsveld. Want ik probeer me eigenlijk te onttrekken aan die vraag, omdat ik mijn eigen persoonlijke geschiedenis heb aan de hand van met hem in contact komen. Ja, nee, snap je? Voor mij is het ook meer een subvraag. Ja. Maar ik kan niet ontkennen dat ik gaandeweg het gesprek wel nieuwsgierig ben. Ik denk van, eigenlijk ben ik ook, terwijl ik met jou deze podcast maak, op een soort meta-level, bewust van het feit dat ik ook nieuwsgierig ben naar het cultuurfenomeen Jordan Peterson. Mm-hmm. En wat, waarom het toch komt dat hij zoveel mensen raakt. Yeah. En ik moet ook toegeven dat ik heb net nog gezegd dat ik klaar zat met mijn potlood om er gaten in te schieten en dat ik uiteindelijk ook door hem geraakt word. Mm-hmm. En alleen ik vlieg de vraag van Sonny Bergman eigenlijk aan van de andere kant. Omdat ik ook een man ben. Maar goed, ik herken me niet in de mannenclichés. Ik ben een hele vrouwelijke man. Ik heb heel veel vrouwelijke eigenschappen. Ik vind ook heel... LGBTQ zegt altijd, don't assume gender. En dan denk ik altijd van, ja, dat klopt. Don't assume gender. Dus waarom plaats je mij dan bij die witte mannen? Weet je wel? Wat is jouw probleem dat je mij daarheen duwt? Want ik herken me ook niet in het cliché, snap je? Wat, weet je wel? En dat is er zo grappig aan, hè? En dan komen we weer terug bij die Lindsay, die eigenlijk al die paradoxen blootlegt. Yeah. Hij zegt ook van, hoe kan het toch zijn dat gender een construct is en ras niet? Ja. En terwijl, daarin, dat vind ik eigenlijk, met die paradox heeft hij eigenlijk heel woke cultuur de kleren uitgetrokken. En eigenlijk helemaal blootgelegd. En ergens vind ik het ook mooi dat jij eigenlijk met die kilt, en dat voorbeeld, en ook het voorbeeld van die vrouw met die geschoren benen en het geschoren beenhaar. Eigenlijk raak je daar diezelfde vraag aan al in het hele klein. Want je zegt eigenlijk ook tegen die vrouw die begint over die geschoren benen. En dan zeg je, oké, dus je wil het gaan hebben met mij over ras en racisme en BLM. Mm-hmm. Maar je begint je voorbeeld met die geschoren benen, dat dat een sociale constructie zou zijn, mm-hmm. snap je? En jij zou voor hetzelfde geld die dag in die lecture met je kilt aan kunnen zitten, snap je? En dan had ze alweer een logica moeten maken van, ja, maar jij hebt een privilege, dat jij als man je benen niet hoeft te scheren als jij cultural appropriation toepast op een kilt. Yeah. Snap je? Dus jij kan als witte man, heb jij een machtspositie dat je een kilt kan aantrekken van een andere cultuur en met je ongeschoren benen in deze klaslokaal kan zitten. En dan is in één keer weer het geen construct, weet je wel. Ja. Dus iedereen jong leert maar met die belachelijke beelden. Waar wil ik nou naartoe hiermee? Weet niet of je hierop kan voortborduren, maar om je een concreet antwoord te geven aan de hand van dat jij nu een paar keer al genoemd hebt, dat je het idee dat je jezelf betrapt op een soort Sonny Bergman-achtige vraag of benadering. Ik ben niet de archetypische, standaard gegeneraliseerde Peterson-fan. Ik denk oprecht, weet je, gewoon. Ik denk dat de toekomst dat het best kan laten blijken. Maar nee, ik ben een te rare snuiter daarvoor. Nee, weet je, oprecht. Maar dat is dus eigenlijk volgens mij ook wat er gebeurde, toch? Dus jij staat daar oog in oog met Sonny, die jou probeert te framen als een. Mag ik een compleet treffend, maar in eerste instantie ongerelateerd, wat lijkt ongerelateerd voorbeeldje noemen? Ik volg al een aantal jaar een hele controversiële imam. Hij noemt zichzelf de Imam of Peace.
Ik weet niet wat ze... Volgens mij heet hij zelfs ook Mohammed van zijn voornaam. Australische immigrant met een migratieachtergrond. Mohammed Tawidi heet hij, als het goed is. Er was een keer een event dat hij in Nederland zou komen om te spreken. Was in Rotterdam. Was een event ook voor. Mm-hmm. Hadden ze helemaal geregeld. Is uiteindelijk gecanceld. Ik vond dat echt superkut. Weet je hoe ik daarheen wilde gaan? In een witte djellaba. In zo'n witte, zeg maar, Arabische jurk. Ik wilde daar mijn eigen kunstdingetjes en symbooltjes op prikken. En ik wilde dat helemaal zelf gaan bewerken. Waarom? Ik als hele linkse knul die op de kunstacademie zit, die zichzelf echt mega links vond, ben wel gewoon automatisch geïnteresseerd in alle personen en figuren en gesprekken en onderwerpen waar de cultuur van zegt dat je daar eigenlijk niet over mag hebben of dat je daar ver vandaan moet blijven. Dat vind ik interessant. Dus ik wilde naar dat event gaan van deze imam in mijn eigen gewaad, met mijn eigen symboliek vanuit mijn eigen kunstpraktijk, om te zeggen, hey, elke fucking journalist die daar op dat event gaat zitten, je gaat niet schrijven en mij, zeg maar, in een soort blob van een extreem rechtspubliek wat daarop afkomt, daarin opnemen. Want nee, ik zit hier in mijzelf. Het gewaad wat ik aantrek, daarbij geef ik aan, dit zijn mijn contouren. Hier begin ik en na de waar mijn mouwen stoppen, daar stopt ook mijn identiteit. Ik wil niet dat je me in het hokje gaat proppen van jullie vooroordeel dat hier waarschijnlijk extreem rechtse mensen over zeg maar heen komen. Want ik wilde naar dat event gaan om die imam Tawidi, die ik echt dus rete interessant vind, persoonlijk op een bepaalde manier vragen te stellen. En ook om die reden, persoonlijke redenen, zat ik daar om eventueel na dat event, ben ik er nog een aantal uur bij verplakken, om persoonlijk Jordan Peterson de hand te schudden. En voor, ik had ook een kopie mee van dat portfolio wat ik twee weken daarvoor gemaakt had. Ik wilde hem meegeven, hey, kijk Jordan Peterson, en dat is ook een beetje een traumatisch dingetje, hè? Want het is bij wijze van spreken gewoon een klein ventje wat een tekening aan papa komt laten zien, weet je. Maar ik zit daar, ik ben heel jouw lectures aan het eten en gewoon ben aan het nadenken over hoe de wereld in elkaar steekt en de cultuur en wat voor kritiek ik daarop wil leveren als kunstenaar. Dat zat helemaal verpakt in het portfolio wat ik gemaakt had. Weet je, ook met een inleiding en een heleboel minder woorden dan dat ik hier in deze podcast gezegd heb. Het is echt gewoon bam. Het was echt het is een fucking goed kort portfolio. Nou, ik ben daar nooit aan toegekomen. Ik ben op een gegeven moment dus opgestaan omdat ik getriggerd ben door een van die vragen van Sunny Bergman. En ik ben daar eigenlijk soort van verdwaald geraakt in de roes van wat er gebeurt op dat moment dat er een camera bij is. En allemaal jonge mensen om mij heen. Hè, en dat waren dan voornamelijk mannen, maar waren ook genoeg vrouwen te bekennen die ook voor die camera stonden. En haar vragen beginnen te beantwoorden. En wat er dus was ook heel interessant, wat er dus vervolgens met die camera gebeurt. Weet je, die gaat de hele tijd naar links, naar rechts, naar links, naar rechts. Allemaal mensen die soort van hun spotlight proberen te pakken om daar, zeg maar, op een bepaalde manier een woordje te doen. En zeg maar complete chaos van dat moment voelde ik dat ik na afloop eigenlijk helemaal mijn individualiteit en mijn autonomie, bij wijze van spreken, voor mijn gevoel verloren was door die hele groep mensen op een bepaalde manier om mij heen. Het was van, ja, maar luister, ik kom vanuit mijn perspectief naar dit event. En vanuit mijn perspectief heb ik allemaal antwoorden op alle controverse om Jordan Peterson. Maar uiteindelijk stond ik daar, voor mijn gevoel, uiteindelijk op camera als een van die gasten die daar na dat event nog een aantal uur bij zijn blijven plakken. Met dus een gast onder andere naast me die, hè, cultureel symbool op dat moment, nog steeds, een rode Make America Great Again pet. Ja. Weet je? En, dus en die ook heel erg prominent in die documentaire zit. Oké, je hebt op een gegeven moment aan mij gevraagd, was jij ook de jongen die op die première... Ja, want die jongen was die daar. Precies dat. Ja, ik was op de première inderdaad. En dus jij wordt eigenlijk op dat moment geframed als een soort archetype Jordan Peterson fan. Van hier zijn ze dan in het wild. Ja. Wat doet dat dan met jou? Of wat gebeurt er dan met jou? Waarom gaat dat zo mis? Nou, de ironie ervan is hoeveel... De ironie er deed superveel pijn. Waarom voel je dan pijn? Omdat je in een hokje gestopt wordt, bij een groep gestopt wordt, terwijl die hele documentaire gaat over, of nou hebt over BLM of wat dan ook, om mensen niet in hokjes te stoppen. Hè. Ik denk dit hele issue van die trans community, heel hun agenda, dat ik voel daar echt iets mee. Ik heb op een bepaalde manier, ik kan me helemaal vinden in die problematiek om geaccepteerd te worden, want dat is ook mijn levensstruggle, zeg maar. Ja. Weet je? Ja, dus jij denkt. En inderdaad, ik denk ook dat een woke-activist als weerwoord zou zeggen van, nou begrijp je tenminste onze pijn. Dat ook vaak als een soort van,
Ja, ik heb vaak het idee dat als je dan uiteindelijk dus toegeeft en dat activisme en eigenlijk de andere kant op schiet. En bijvoorbeeld in dit geval zou je dan kunnen zeggen van, nou, ik vind het gewoon pijn. Het doet gewoon pijn, want jullie plaatsen mij in een hokje. Yeah. En dat dan het antwoord is, ja. En nou voel je eens hoe het is om in mijn schoenen te staan. Want ik sta altijd in mijn hokje. Ja, maar ja, dan ben je toch met stenen naar elkaar aan het gooien. Ja, en dan zeg jij eigenlijk van, ja, maar dat we, daarin kunnen we elkaar toch vinden dat we dat niet willen. Daarom zou je, maak je toch deze documentaire om toch te voorkomen. En daarom sta ik toch hier bij Jordan Peterson. Omdat we allemaal als gedeeld belang hebben dat we dat niet willen. Precies. Toch? Precies. Dat is kijk, eigenlijk jouw punt, en dit toch? Dit is dus inderdaad de crux. Ik had al mijn persoonlijke motieven om daar te komen. Maar ik ben uiteindelijk voor die camera gaan staan. Ook persoonlijk, omdat het me persoonlijk iets aangeraakt heeft. Maar wel omdat ik me geëngageerd voel om de problematiek in het collectief en op een bepaalde manier het grotere geheel. Ja. Weet je? En dus daarom stond ik daar. En daarbij is het dus inderdaad heel ironisch dat er iemand dan voor je staat met een camera die naar mijn idee alles eraan doet laten blijken dat zij met een bepaald bevooroordeeldheid iets probeert vast te leggen. Ja. Terwijl ik bij wijze van spreken heel hard wil schreeuwen. Luister, ik ben het levende bewijs hiervan van dat ik het tegendeel probeer te bewijzen. Weet je? En wat ik eigenlijk de topironie vind van Sunny Bergman is dat ze het heeft over schadelijke karikaturen, terwijl zij dus schadelijke karikaturen maakt. Ja. Zij maakt een schadelijke karikatuur van mannen eigenlijk, hè? Nou ja, waar ik me nu ook... De haar meest recente documentaire is gewoon... heeft ze het over linkse vrienden van haar... of dat ze ziet in haar linkse bubbel... allemaal mensen die nu spiritueel FVD'ers zijn geworden. Ja, wellness of rechts. Precies, ja, dat wellness rechts. Daar heb ik het eigenlijk vorige keer al heel erg uitgebreid over gehad... met Sietske Bergsma inderdaad. Ja. Dat frame van wellness rechts, dus eigenlijk dat uitwerkt. Ja. En kijk, en daarbij noemde hij dus ook dat hele gebeuren... van haar persoonlijke benadering daarin. Hè? Ja. Dus hoe ze dus met dat schoonheid... die eerdere documentaire van haar. Ik heb alleen die van wellness... over het wellness rechts gebeuren gezien. Maar daar ook zijn er een paar shots dat zij zelf ook op een yogamatje zit. Weet je? En daarbij zegt Sunny Bergman eigenlijk... Luister, ik doe ook yoga. Ik ben zo'n hatha yoga, hotpants, mevrouwtje die... Dus ik ga met jullie mee. Alleen hier gaan jullie... missen jullie zeg maar de goede afslag. Want jullie stemmen nu allemaal massaal op FVD. Zeg misschien maar. Kunnen we dan nu even eigenlijk... misschien is dat nu een moment om even iets meer ook los te laten over... wat mij eigenlijk zo stoort aan de aanpak van Sunny Bergman. Oké. Okay. En ik heb dit al vaker proberen... Ik heb al vaker geprobeerd om dit voor mezelf te verwoorden. Kijk, Sunny Bergman, die komt niet uit het niets ineens die documentaire maken. Die heeft ook al een carrière erop zitten als zij op de 38ste beperkt houdbaar maakt. Hè? En dat is volgens mij, als ik dat goed zeg... heeft zij dan al een poging gedaan om soapactrice te worden en model. Ja. Yeah. Alleen, zij heeft niet het ideale gezicht om model te worden. Snap je, als je model wil worden, dan moet je ergens concurreren met die bijna absurde schoonheidsidealen. Mm-hmm. Ja, om die reden zou ik geen model willen worden. Maar het zou kunnen dat je zo betoverd wordt... door die wereld van die ideale schoonheid. Voor mij is dat eigenlijk al op hele jonge leeftijd duidelijk... dat is een illusie. Dat bestaat niet. Hè? Kunstmatig. Ja. Dat is kunstmatig. Maar zij is blijkbaar daar wel betoverd door geraakt. Dus zij wil daarin shinen. Mm-hmm. En vervolgens als zij dus tegen die muur oploopt... dan heeft dat te maken met haar eigen uiterlijk... in relatie tot die perfecte schoonheid. Mm-hmm. Dus die teleurstelling die zij uiteindelijk verwerkt in haar... eigenlijk doorbraakdocumentaire beperkt houdbaar... is voor mij helemaal geen algemeen verhaal. Terwijl ze dat wel verkoopt als een algemeen verhaal. Maar voor mij is dat ook overduidelijk... haar persoonlijke trauma met schoonheid. En voor mij heeft zij iets... op een veel latere leeftijd waarschijnlijk geleerd... wat voor mij al klip en klaar was... to begin with. Namelijk dat illusionary wall was. En datzelfde geldt voor soap. Hè? Want soap is eigenlijk iets heel anders dan... in zeg maar bij toneelgroep Amsterdam of zo carrière willen maken. Hè? Dus wat wil je nou als je soapactrice wordt? Dus voor mij is Sunny Bergman... Zij laat ze eigenlijk zien door in die soap en in die modewereld te bewegen... dat zij zelf is begonnen met een enorme fascinatie... voor iets wat ik associeer met buitenkant. Iets wat te maken heeft met je naam, of je faam, of je rising star. Yeah, yeah, yeah. Snap je? Dus mensen die heel erg graag soapactrice willen worden, of model... dat zijn voor mij mensen die met die buitenkant bezig zijn. Yeah. Heel erg. Yeah. En waar dat vandaan komt,
I don't know. Vast weer ook weer onverwerkt trouwens. Ja, ja, ja. Maar laten we eventjes dat neerleggen op tafel. Zo kijkt Sunny Bergman. Als iemand die dus als zij die doorbraakdocumentaire beperkt houdbaar maakt, dan probeert zij iets sociaal-maatschappelijks aan te kaarten. Maar dat sociaal-maatschappelijke is helemaal niet volgens mij iets wat Sunny Bergman van nature doet. Dat is ook iets wat de VPRO vraagt. En ik weet inmiddels, dat is het tweede bewijsstuk wat ik op tafel wil. Ja, ja, ja. Ik weet inmiddels hoe de VPRO werkt, want ik heb daar een jaar of twee jaar of drie jaar gewerkt. En ik zie het gewoon gebeuren. Ik zie die Stan van Engelen, ik zie die Bella Boenders. En goed, het zijn leuke, lieve mensen ook weer, hè? Het zijn echt hele lieve mensen die heel zachte benadering hebben. Maar uiteindelijk, als het puntje bij paaltje komt, hebben ze echt geen benul waar ze het over hebben. Mm-hmm. Dus die Bella, daar gaan we dan vragen of we een documentaire mogen maken. Dus ik vraag haar ook geld aan. En zij komt eigenlijk echt met domme ideeën, snap je? Zij heeft dan echt, ik wil dan mensen gaan interviewen op plekken die wel echt lijp zijn, snap je? En dan gaat ze vragen aan mij van, is het niet leuk om met jouw theaterachtergrond sketches te schrijven en met die mensen die sketches te gaan spelen? Weet je wel, dat is dan haar feedback. En voor mij wordt het dan wel duidelijk dat de VPRO dus met sparringspartners werkt om jou aan het, ja, om eigenlijk, daarmee wordt de voorwaarde gecreëerd. Zo van, als ik nou die domme sketch schrijf, dan krijg ik geld bij de VPRO los om die mensen te interviewen, snap je? Zij brainstormen dus proactief mee met domme concepten, snap je? Dat is echt, ja, is eigenlijk echt aan de hand. Ja. Dus als je naar die documentaire van Sunny Bergman kijkt, en ik heb ook mensen met documentaires gezien die ook hebben aangeboden met de VPRO, en die zeggen dan van, nee, ik wil geen domme voice-over. En als je dan die voice-over van Sunny Bergman hoort, dan weet je dus dat die is gecreëerd mede vanuit de wens van de VPRO. De VPRO zegt dan, ja, wij moeten verantwoording afleggen naar boven, naar de politiek die ons geld geeft en naar het mediaaanbod. Dus we moeten dit naar een breed publiek vertalen. Wat je zegt is heel ingewikkeld. En dan moet je die domme voice-over gaan inspreken. Dus een groot deel van die documentaires van Sunny Bergman, en die zijn ontstaan in co-creatie met de VPRO, die zelf ook die wens heeft. En ik denk dat daar ook de wens ontstaat van dat maatschappelijke. Dus dat is niet helemaal Sunny Bergman. En daarom wil ik dat er ook niet te zwaar aanrekenen. Ja, maar ja, ik denk toch dat zij dus daar in die mythevorming van zichzelf gaat geloven. Dus wat ik denk dat er gebeurt bij Beperkt Houdbaar, dit is puur gokken, hè. Maar ik denk dat zij dat zij op een heel persoonlijk level geïnteresseerd is in zichzelf. En zij is ook een beetje zelfabsorbed, hè. Want dat haal je uit die soap en die, mm-hmm, en die mode. En zij is dus bezig om daar een carrière te maken. Ze raakt teleurgesteld. En vervolgens maakt ze een documentaire die persoonlijk is over die teleurstelling. En tot zover zou ik denken, dat is een heel mooi uitgangspunt. En voor mij, waarom de kous wringt, is zodra dat maatschappelijk wordt. En dat is een wens, gok ik ook weer, van de VPRO. Die zegt van, ja, die eigenlijk gaat brainstormen van, dit moet een bredere bedding krijgen. Hier moet niets meer. Ja, ja. En dus dan krijg je dat zij eigenlijk in die domme voice-overachtige toon van haar gaat zeggen van, dit is iets wat speelt in de maatschappij. Zijn we niet allemaal beperkt houdbaar? Of weet je wel, zoiets. En ja, dan denk ik, nee, jij voelt dit, want jij hebt iets te schaften met jouw verleden als soapactrice en als model. Mm-hmm. En jij hebt blijkbaar geloofd in een illusie van schoonheid, waar ik helemaal om te beginnen niet in geloof. En die teleurstelling is een mooi onderwerp voor je documentaire. En als ik met Sunny zou werken, als vanuit een soort van, vanuit mijn expertise, en ik zou met haar gaan sparren, dan zou ik tegen haar zeggen van, hou het bij jezelf. Want ik denk dat dit een prachtig onderwerp is, maar probeer in je eigen trauma's te kijken hoe dat resoneert met jou. En wat het over jou zegt. Ja. Ja. En dan worden die persoonlijke documentaires namelijk universeel. Een docent van mij die ik heel hoog heb zitten, die zegt altijd van, als iemand jou kritiek geeft dat het navelstaderig is, dan heb je waarschijnlijk niet goed genoeg in je navel gekeken. Dan moet je meer in je navel kijken. Zodat het eindelijk iets wordt wat ons echt raakt. De meest persoonlijke. En dus voor mij, hoe goed ik het ook ergens vind dat Sunny Bergman wel die stap zet, hè? Ja. En met Beperkt Houdbaar, voor mij blijft hij dus ergens steken in een soort level waarvan ik denk, is dit wat je gedaan hebt met die documentaire? Ja. En dit is eigenlijk voor mij zo cruciaal in hoe ik naar haar kijk. En dus op het moment dat zij die documentaire over mannen gaat maken en oog in oog met jou staat, mm-hmm, Dan denk ik hetzelfde. Dan denk ik van, hoe kan het zijn dat je je niet kan verbinden met je onderwerp? Ja.
Snap je? Nou ja, maar dat, en daarom vind ik het zo'n mooi voorbeeld. Daarom vind ik, omdat ik denk van, je staat oog in oog. Jij komt op mij over als een hele empathische, zachtaardige jongen. Ik heb daar met tranen in mijn ogen gestaan. Ja, jij vertelt me dat je wekenlang op de grond aan het huilen bent, snap je? En zij kan niet een vraag aan jou stellen die die wereld opent, zodat zij ook weer kan stuiten op een erkenning bij haarzelf en haar eigen onverwerkte trauma. Kijk, ik heb dus, daarom vind ik het zo raar dat zij als een soort van uithangbord door de VPRO misbruikt wordt om ons... maatschappij om de oren te slaan met allemaal nonsens. Nou, kijk, dus ik heb die documentaire Beperkt Houdbaar niet gezien, maar kan je wel vertellen, er is op een gegeven moment, dat heb ik in een krantenartikel gelezen, nadat die documentaire over mannelijkheid de lucht is ingegaan. En in een van haar interviews over die documentaire is daar bij haar uitgekomen. Dat is een quote van haar, ik citeer, Sunny Bergman. Ja, ben eigenlijk wel verbaasd dat de documentaire zo mild is geworden. Weet je, en dat duidt eigenlijk op het feit dat het zeg maar een soort vanuit een persoonlijke basis begon. Alleen, en daarna komt er dat maatschappij en dat hele programma in samenwerking met de VPRO, dat wordt er dan overheen, zeg maar, op een bepaalde manier gegooid. En daar komt dan vervolgens uit van, hele liefdevolle documentaire over mannen heb gemaakt. Ja, een van de mooiste scènes is dat ze met haar eigen man te praten. En die is dan zo'n fiets in elkaar aan het draaien. Hij is fietsenmaker, ja. Ja, en dan hij is ook zo'n beetje zo'n piraat. Zo ziet hij er een beetje uit. En subversief. Hele, hele leuke man trouwens. En dan zegt Sunny Bergman, is hij hem zo aan het ondervragen. En dan uiteindelijk... komt ze erachter, gaandeweg door met hem te praten, dat hoe dat op de schoolpleinen werkt, dat iets is wat mannen en vrouwen met elkaar doen. Mm-hmm. Zo van, eigenlijk houden wij dus dat idee van mannen dus een beetje in stand, vraagt ze hem. En dan zie je hem zo kijken van, ben je gek geworden? Wat denk je? Natuurlijk houden jullie dat zelf in stand. Wist je dat niet? Of zo? Nee. Dan zie je echt zo van, hè? Maar heb je dit nu pas voor het eerst door, dat jullie als vrouwen eigenlijk op de schoolpleinen al in jullie verlangens van wat jullie van mannen verlangen ook creëren in mannen, waarvan jij zegt dat waar jij tegen oploopt in Beperkt Houdbaar, in wat jij ziet als een maatschappelijke druk voor vrouwen, dat is niet zo dat we in een... Het is bijna alsof tegenstellingen elkaar spiegelen. Ja, weet je? Wow. En dat is ook zo grappig, want als je dat eenmaal ziet, dan denk je van, ja, inderdaad, en dat is ook wat Jordan Peterson in al zijn zachtaardigheid bedoelt, we zitten niet in een evil predatory patriarchy. We zitten in een wereld waar mannen en vrouwen vanaf de oertijd tot heel recent altijd met elkaar hebben samengewerkt om te vechten op het level van bittere overlevingsdrang. Yeah. Om te vechten tegen alle bedreigingen die je maar kan bedenken. Mm-hmm. En daar zijn mannen en vrouwen altijd in co-creatie ook samen geweest. Ja, en alles is nu wel gewoon chaotisch geworden doordat wij allemaal een soort van ongeschreven regels hebben overschreden. Dus Jordan Peterson heeft een super vet interview gesprek met Camille Paglia. Ik heb haar super hoog zitten. Het is een heel oud, klein, transgender, Amerikaans-Italiaans vrouwtje. Die ook helemaal het heeft over de oude Griekse tijd. Waarin gewoon allemaal vrouwen met elkaar water gingen halen. En die kunnen helemaal in hun vrouwelijkheid opgaan. En we hebben dingen wel een beetje troebel gemaakt. Op het moment dat mannen en vrouwen gezamenlijk de werkvloer zijn gaan delen. Ja. Ik ga ook dus niet helemaal mee in het verhaal van Peterson. Van iedereen heeft altijd maar gewoon op een bepaalde manier zijn best gedaan. Voor mij is het de grotere crux eigenlijk. Van ja, kijk, je kan wel vinger wijzen naar mannen of wat dan ook. Maar dan het grotere geheel is. En dat hoor je dus ook weinig. En ik vind dat altijd zo lomp om dan te moeten noemen. Oké, toxic masculinity is een ding. Oh, what about toxic femininity? Weet je? En dan op het moment dat ik dat al zeg en hoe moe ik daarvan word, ziet ze van, yo, jongens, laten we ons realiseren dat er gewoon... Er is donker. En dat uit zich bij mannen op een bepaalde manier en bij vrouwen op een bepaalde manier. En dat kan je ook van elkaar overnemen. En dat is gewoon een heel spel wat we bij wijze van spreken met elkaar moeten uitvogelen. Ja. Maar goed, aan de hand van dit hele gegeven. Want zoals je zegt, dan mijn brief wordt waarschijnlijk nu gewoon een finale. Ik denk dan ook dat we dat als bijlage en op het eind eraan moeten plakken. Ja, zeker. We zitten nu, denk ik, over iets meer dan... Over 20 minuten zitten we aan 3 uur. Dus we moeten hem afronden. Ja. Het gesprek. Maar ik ben benieuwd. Dus jij benaderde mij met die brief die ik ook mocht lezen.
En die vertelde ook iets over het effect van jou op die ontmoeting. Dat het enorme effect heeft gehad. Dat je heel erg een maand lang in optimale stress hebt gezeten. Of dat je stresslevels heel hoog werden van dat idee dat jij eigenlijk oog in oog stond met Sunny Bergman. En dat je eigenlijk door haar op die manier geframed was. Nou, als ongeveer het tegendeel van hoe je over had willen komen als man in die situatie, toch? Precies. Kun je daar iets over vertellen? Nou ja, was dus al jarenlang daarmee bezig. En jarenlang met die tikken die ik op school op de academie had van shit, het is ook hier, het is ook hier. En toen stond ik in één keer oog in oog in het hele soort van seksisme verhaal. En de ongelijkheid tussen man en vrouw. Ja, dus je had dat op de voet gevolgd, jarenlang. En in één keer zag je jezelf terug in het centrum van die discussie. Terwijl je eigenlijk om een heel andere reden naar die plek was gegaan. Precies. En mijn grote verdriet was dus dat ik daarin mijn eigen individualiteit en autonomie niet heb kunnen tonen. Of daarin op een bepaalde manier heb verloren. En dit is dus een heel grappig afsluiting. Een einde wat ik kan breien aan dat verhaal van naar dat hele event gaan. Ik kwam dus op de Universiteit van Amsterdam en heb af en toe complimentjes gekregen om het feit dat ik een kiltra droeg. En dat er door mijn hoofd heen ging van gaan ze er nu vanuit dat alleen maar omdat ik deze kiltra dat ik voor of tegen Pietersen ben. Ik was helemaal bewust van dat psychologische speelveld, zeg maar. Mm-hmm. Diezelfde dag ben ik weer teruggegaan met de trein naar Rotterdam. En ik heb hiervoor, voordat ik in het centrum woonde van Rotterdam, heb ik een aantal jaar op Zuid gewoond. Ik ben bijna de hoek om van mijn straat, bijna bij mijn voordeur. En er rijdt een auto langs en er wordt heel hard kankerhomo vanuit een auto tegen mij geroepen. Weet je, en dus dat contrast van complimentjes krijgen omdat je een kilt droeg. Met mijn ideeën van hoe ik tegen mannelijkheid aankijk en de reden van de hele psychologie daarachter en blablabla fucking bla. En vervolgens helemaal onbegrepen te worden voor mijn gevoel op het moment dat ik voor de camera sta van Sunny Bergman. Om vervolgens dan ook nog in iets waar ik op dat moment voor mijn gevoel niet heel veel in had, die hele genderdiscussie, wel gewoon vanuit een auto wordt uitgescholden voor kanker, homo. En ja. Toen ben ik terug naar binnen gegaan. En dit letterlijk wat er gebeurd is. Ik loop de trap op, ik ga naar binnen, ik trek de voordeur achter mij dicht en ik stort gewoon in. Ik ben op de vloer neergevallen. En dat heeft zeker 2 weken, 2 weken geduurd. En de laatste 2 weken van die maand van november was ik wel weer een beetje aan het bewegen. Maar dat was nog steeds gemiddeld meer dan 10 uur huilen per dag. Letterlijk. En dit is, ik vind het nu interessant dat we bijna aan het einde van deze hele podcast zitten. Waarbij ik voel van, die brief is eigenlijk een soort verzamelpunt van allemaal collectieve patronen. Maar daarbij ook een soort van op een bepaalde manier mijn hele persoonlijke verhaal. En dat hier ook, hè, misschien is dat het ironische van dit gesprek hier. Ik denk ook dat hetgene is waarbij ik mijn laatste zegje zou willen doen om dit af te sluiten. Mm-hmm. Ik heb het idee dat ik ben heel erg blij om het gesprek wat we hier gehad hebben. En we hebben ook zeker echt mega veel besproken. Maar ik heb het idee dat hier 2 dingen heel erg langs elkaar zijn gegaan. Mijn intentie was niet per se hier om heel veel te praten over die documentaire of Sunny Bergman of wat dan ook. Dit is echt oprecht en dat is misschien een beetje misgegaan toen we hier elkaar net voordat we begonnen een beetje ontmoet hebben. Ik heb echt met alle aandacht al jouw podcast de afgelopen paar weken geluisterd. En ik wil heel erg graag in grote lijnen, metafysisch, de patronen uitstippelen van hoe we nu het beste om zouden moeten gaan van de chaos van deze tijd. En ja, maar kijk, ik wil dat ook. Alleen het enige wat ik heb gezegd is dat we daarvoor eerst de casus moeten horen. En ik kan er niet aan doen. Ik heb ook gezegd dat ik me niet voorbereid. En het resultaat is dat we gewoon 3 uur doen over die casus. Ja. Dus nu is gewoon het moment. Nu denk ik van nou mag je losgaan, snap je? Ja. Al doe je het er nog 1 of 2 uur over. Ik ga het wel knippen tot 3 uur. Maar mij geen fuck uit. Maar ik wil gewoon eerst de casus weten. Omdat anders een luisteraar niet begrijpt waar we het over hebben. Yeah. Heel simpel. Yeah. Dus ik wil weten waarom je een huilbui hebt als reactie op hoe je geframed bent met Sunny Bergman. Nou, nu weten we dat. En nu wil ik weten waarom jij denkt dat aan de hand van allerlei andere podcasts die ik heb gemaakt, nu mag je van mij het hele verhaal uitrollen. En ik luister wel en ik zet gewoon de recorder op rek. En ik ben nieuwsgierig naar hoe je dit allemaal gaat verbinden. Het enige wat ik wil is dat we eerst de casus uitleggen. En dan wil ik erop
freestylen. Maar voel je dat nu nog het moment is om ja, te doen? Ja, ik ben wel benieuwd. Vertel, hoe ga je dit allemaal... snap je? Het is het enige wat ik heb gezegd. We moeten eerst weten waar we het over hebben. En dan kunnen we freestylen. Je kunt niet eerst freestylen en dan zeggen waar je het over hebt. Dat kan niet. Nou, dat is mijn ervaring. Dat is niet verstandig. Oké. Want dan heb je namelijk geen welwillendheid voor degene die de wereld aan elkaar jongleert. Ja. Dan denk je gewoon van, dit is een idioot die iets vertelt. En nu denk je dat niet. Nu denk je, wauw, wat een prachtig, diep verhaal. Okay. En nu wil ik weten hoe hij het wel zou doen. Dus nu ga je sympathie krijgen voor het tegenvoorstel. En als je gewoon meteen met het tegenvoorstel... Ja, iedereen kan in het lukraak beginnen. Maar je hebt toch helemaal niet... mij verleid. Snap je? En dit kan ik allemaal uitknippen. Hè? Dit kan ik gewoon nu zeggen als een soort meta-interventie. Maar zo bedoel ik dat. Je moet eerst weten wie jij bent. En je leert jou kennen door dit verhaal. En dan kun je luisteren naar hoe jij ziet... Hoe je die puntjes zou verbinden. Hè? Waar jij de oorzaak van het probleem ziet. En hoe je dat allemaal zou verbinden. Dus nu is er ruimte om dat verhaal te doen. Maar eerst even naar het toilet. Zeker. Ja, ga ik dat doen. Dan zet ik hem even op stomp. Oké. Ja, ik heb het idee dat we nu de casus hebben neergelegd. En dus dat we weten waar we het over hebben. Die gekke ontmoeting tussen jou en Sunny Bergman. En haar idee over mannen. En jouw idee over de wereld. Mm-hmm. En die botsing. En ja, dat is een fascinerend verhaal. Dat heeft ook die scherpe brief opgeleverd. Wat ook voor mij de aanleiding was om met jou te praten. En ik heb je ook van tevoren met jou gesproken. En je hebt ook volgens mij zelf een idee over hoe je dat wel moet bekijken. Of hoe je dat wel kan bekijken. Of hoe jij dat bekijkt. Mm-hmm. En dus dat lijkt me een goed... Ik denk dat we in het laatste deel van ons gesprek... Misschien daar moeten eindigen. Dat ik even in jouw wereld stap. Van hoe kijk jij je nou naar? Of hoe... Waarom was het voor jou zo frustrerend? Of wat is jouw manier van naar die wereld kijken? Of hoe zou jij dit benaderen? Yeah. Dus misschien wil je daar eens over vertellen. Nou ja, kan ik twee kleine voorbeeldjes geven van wat ik ook zeg maar mee heb gemaakt op de kunstacademie. Wat voor mij heel erg duidend is aan hoe ik hier helemaal in sta. Yeah. Oké, gewoon heel kort. Het is bij een andere les geweest wat ook bij dat cultural diversity keuzevak momentje hoorde. Er was een andere lerares en die stond voor de klas en die was allemaal dingen aan het zeggen. En toen kwam heel even het onderwerp voorbij van Zwarte Piet en wat daarmee gedaan moest worden. En mijn hand gaat dan omhoog voor een psychologische reden. Omdat ik geïnteresseerd ben in mythologie en alles wat met het onbekende psychologische te maken heeft, zeg maar. En dus mijn hand ging omhoog. En ik stel de vraag, yo, maar is het dan niet wel heel erg belangrijk dat wij de mythologie die er in Zwarte Piet zit, de magie ook daarvan. Hè? Want mythologische verhalen zijn 9 van de 10 keer echt een soort van onwerkelijk. En dat geeft ze kracht en dat maakt ze heel erg mooi, vind ik. Weet je? Dus het hele idee bijvoorbeeld van, fuck joh, die discussie überhaupt, maar dat de Sint- en Pietenboot door een regenboog heen vaart en dat daar al die gekleurde pieten uitkomen. Maakt niet uit wat je daarvan vindt, van de gekleurde pieten. Het feit dat je dat aan kinderen kan verkopen, dat vind ik echt geweldig. Dat is echt gewoon een hele makkelijke optelsom voor hen. Oh ja, ze zijn door een regenboog heen gevaren, dus daarom zien ze er zo uit. Mm-hmm. Dus dat is de vraag die ik stelde van, maar is het niet dan echt belangrijk dat we nog de magie behouden van deze traditie? Dat we in ieder geval daar wel op letten. Mm-hmm. Want als je die roetveegpieten gaat doen, dan kan je wel gewoon zien dat het buurman Kees is die voor je neus staat. En dan is die magie weg. Mm-hmm. Weet je wat voor antwoord ik kreeg van die lerares? Ja, maar nee, Zwarte Piet moet wel echt weg, want ik heb een vriendin en haar man die is donker en dus haar kinderen zijn getint. En die krijgen af en toe nog als scheldwoord tijdens Sinterklaas Zwarte Piet naar hun hoofd gesmeten. En ik zit daar dan, shit, je hebt eigenlijk heel mijn vraag niet gehoord, want
ik stelde een psychologische vraag en het gaat weer gelijk over op een bepaalde manier die maatschappelijke discussie. Ja. En dus waar ik heel mijn leven lang eigenlijk al tegenaan loop, en dit is dus voor mij eigenlijk ook, hè, zonder eigenlijk specifiek te benoemen wat daar precies gebeurd is of hoe ik daarnaar kijk of hoe ik me toe verhoud of wat dan ook. Maar ik heb me heel mijn leven lang soort van ongehoord en onbegrepen gevoeld. En dat ik tegelijkertijd dus heel erg een drang heb om niet alleen mijn eigen gevoelens en ongehoordheid en ongezienheid probeer aan te kaarten, maar ook bij mensen op een bepaalde manier probeer te porren dat zij eventueel zelf ook ergens een soort van kink in de kabels hebben en dat zij bepaalde dingen beter hierop zouden kunnen leggen, kunnen aanpakken of hun aandacht op zou kunnen vestigen om lekkerder in hun eigen schoenen te staan. Weet je, ja. Dat is dus het stukje Messiah complex, weet je. Mm-hmm. En dus voor mij is het een heel bizar gegeven geweest om op de kunstacademie te komen. Hè, per definitie dan al bij wijze van spreken als een buitenbeentje. Al helemaal als je voor de studie beeldende kunst gaat, zeg maar. Mm-hmm. Maar ik ben erachter gekomen dat ik het op een of andere manier geflikt heb om een buitenbeentje te zijn in een groep van buitenbeentjes. Ja. Weet je, en dus dit is we kunnen heel veel verder in de tijdlijn spoelen van een maand lang kapot gaan na dat event van Sunny Bergman. Maar ik ben op een gegeven moment dus naar Londen gegaan voor een exchange. Vraag me niet waarom ik daar in godsnaam heen ben gegaan. Mm-hmm. Want alles aan mijn psychologische staat wees erop dat ik... Het laatste wat ik op dat moment moest doen was geïsoleerd raken. En ja, dan moet je vooral naar het buitenland gaan waar je niemand kent. Ik heb gewoon in mijn exchange 4 maanden vijf maanden in een kamertje van 4 vierkante meter opgesloten gezeten. En de paar keer dat ik naar de academie ben gegaan, ben ik ook gewoon veel te droevig daarvan naar huis gekomen. Ik heb bijvoorbeeld bezig geweest met een essay waar ik bij wijze van spreken een soort van à la Kirak gewoon het hevige schut op tafel wilde gooien en gewoon een cultuurkritiek leveren en zeg maar kunstkritiek leveren, waarbij ik gewoon dacht van ja, zo sta ik er wel echt in. Mm-hmm. Alleen op het moment dat ik dit opschrijf, dan barst dadelijk ook gewoon in één keer de fucking grootste bom die er is. Of krijg ik gewoon een fucking onvoldoende omdat dit bij hen er op een bepaalde manier niet ingaat. En dus hier is weer een heel interessant gegeven van een gevoelige knul die vervolgens naar de kunstacademie gaat. Die ook letterlijk met tranen in zijn ogen op een gegeven moment een gesprek heeft met een persoon die mijn werk gedurende dat exchange zou moeten beoordelen. En dat ik begin te praten heel traumatisch over, yo, ik wil over dit schrijven en bla 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 bla, maar ik heb het idee dat ik dit allemaal niet kwijt kan of wat dan ook. En ik ben ook gewoon überhaupt bang dat als ik ook het woord rechts noem of zo, dat jullie allemaal met grote, bange ogen mij aan zitten kijken of wat dan ook. Alleen ik kom hier gewoon op dit moment niet uit. Hier heerst zo erg een cultuur die zeg maar verstikkend is. Wat heel ironisch is, omdat ik tegelijkertijd juist het idee zou moeten hebben dat ik me hier verwelkomd zou moeten voelen. Alleen, ja, ik loop hier ergens gewoon op stuk. En dus in dat gesprek met die lerares die mij zouden moeten beoordelen op dat exchange in Londen, die ziet mij vervolgens dus gewoon de tranen over mijn wangen heen rollen. En weet je wat ze vervolgens zegt? Met grote, angstige ogen kijkt ze me aan en zegt ze, ja, we hebben hier in de buurt een kast en dat is een safe space. Wil je daar misschien niet heel even heen? Is niet erg hoor, ik heb er vandaag ook in gezeten. Wat gebeurt er bij mij? Ik begin nog harder te janken. En ik zeg tegen haar, nee, dat is helemaal niet waar ik nu heen moet. Dat is helemaal niet wat er nu moet gebeuren. En het feit dat jij dit nu tegen mij zegt, is de hele kern van het probleem. Weet je? Ik zit daar te janken. En ik. Ja. En waarom is dat de kern van het probleem? Als ik even... mag doorvragen hierop. Waarom is dat de kern van het probleem? Omdat ik bedoel, ik heb wel een good feeling waarom dat zo is, omdat maar ik ben benieuwd naar de verwoordingen. Omdat ik me kwetsbaar opstel. En mensen willen een safe space omdat ze zich kwetsbaar voelen en allerlei negatieve emoties erover aan spanning overhouden. En dus op het moment dat ik tegenover een docent sta die bij wijze van spreken een soort ouderlijke rol tot op zekere hoogte inneemt, weet je, dat is die verstandhouding, dat is waar je voor tekent, hè? Dat hele verband tussen student en leraar, zeg maar. Dat op het moment dat je dan zegt van, yo, ga naar de safe space, het is niet erg, ik ben daar vandaag ook geweest, dan zeg je, er is geen ruimte voor jouw verdriet, er is geen ruimte voor jouw kwetsbaarheid, los het maar lekker in je eentje op. Die vrouw heeft mij gewoon aan staan kijken met enorm bange ogen, omdat zij niet, zeg maar, dingen kon handelen. En als ik dan een soort term mag noemen die 2 jaar geleden voor mij zweverig was, spaceholder.
Heel onze cultuur kan dat niet. We kunnen niet. Niemand kan space holden. Heel onze cultuur die wil niet praten over emoties. Er is geen ruimte voor verdriet, voor alle negatieve. Maar dat wordt allemaal weggeduwd. Ja. Dat is de kern van het probleem. Dus jij zegt, als ik samenvat wat voor mij de kern is van waar ik tegenop loop, mijn hele leven en ook in dat moment dat we zo uitvoerig nabespreken, dan heeft dat en ook op de scholen. Dan heeft dat te maken met dat we niet kunnen omgaan met die emotie. Met het emotionele, met het spirituele, met het raden. Oké, hier, we zijn het er alle twee over eens. Dat Black Lives Matter, die trans community, dat allemaal gewoon gevoerd wordt door trauma's. Die primordial screams. Ja, kijk, daar komt, dat is een vermoeden. Hè? Nou, ik weet het natuurlijk niet, maar dat is hoe ik het nu zie. Lees The Body Keeps the Score van Bessel van der Kolk. Het is heel duidelijk wat voor percentage daaruit komt. Hoe het eigenlijk de grootste onzichtbare gezondheidscrisis is. Onverwerkt trauma. Dat is voor mij nu een feit. Het is gewoon een gegeven. Het is een mega wetenschappelijk boek. Echt gewoon praise the Lord voor die man. Ja. Maar dus we hebben dan laten we heel veel het advocaat van de duivel. We vermoeden dat daar trauma vandaan komt. Oké, dus iets een bepaald gedrag wat uit trauma voorkomt. Zie jij ook vervolgens traumaverwerking? Ik niet. Ik zie wel dat op het moment dat mensen naar lectures van Peterson kijken, dat ze echt keihard lopen te janken. Weet je wat ik zie op het moment dat de woke crowd naar een lecture kijkt van Robin DiAngelo? Ik weet niet of je haar kent, maar she's bad shit crazy, man. Ja, die is echt eng. Precies. Maar dus zie je daar mensen trauma verwerken? Zie je daar mensen echt huilen? Ik zie daar mensen eerder op een bepaalde manier bozer worden. Maar laten we het meer. Want ik voel nu in één keer dat ik gelijk in dat sociaal-maatschappelijke ga. Maar laten we het heel even in mijn persoonlijke verhaal blijven. En dan eventueel kijken of we daar vanuit daar ook wel nog sociaal-maatschappelijk bepaalde dingen aan kunnen kaarten. Want als ik dan dus tegenover die docenten sta. Ja. Of zit. En zij wil me naar die safe space sturen. Omdat er eigenlijk geen ruimte is voor mijn emotionaliteit. Wat ironisch is, hè? Want tegelijkertijd willen we juist dat mannen hun emoties tonen. Maar ze stuurt me eigenlijk weg. Ze wijst me af. Ja. Ja? Wat ik daar nodig heb, is een eye over mijn bol. Mm-hmm. Wat dat huilende kindje, dat was ik daar. Dat is gewoon, was dan wel op dat moment een jonge man van 23. Maar de emotie die daar voorbij kwam, was echt heel oud. Weet je, dat is een hele oude emotie die dan opkomt. Ik heb een eye over mijn bol nodig. Ik heb een gedisreguleerd zenuwstelsel. Dat moet helemaal stabiel worden. En ik heb het idee dat heel de cultuur daar dat op dit moment niet doet. Die hele die stroomversnelling van waar wij in deze cultuur in zitten. En dus dat iedereen geprimed is om te schreeuwen en te doen. Kijk, ik heb zelf... Ik ben nooit naar een psycholoog gegaan. En ik heb dat ook nooit nodig geacht, omdat ik met iedereen praat. En dus... Misschien vindt mijn omgeving mij daarin vermoeiend. Dat zou kunnen, dat weet ik niet. Dat is niet wat ik terugkrijg, maar dat kan wel zijn. Dat soort dingen achter de schermen spelen. Maar zelf heb ik daar heel veel aan. Doordat ik met iedereen praat, heb ik precies wat mensen vaak uit psychologie, uit psychologen en psychiaters halen. Dus bijvoorbeeld zo'n podcast voor mij maken is heel therapeutisch. Want ik kan gewoon met al die mensen praten. Dus als je zegt van niemand doet een traumaverwerking. Voor mij is dat... Als ik het even nu het thema is, hè, nu het thema traumaverwerking is, dan zou ik zeggen van nou, voor mij is dat traumaverwerking. Ja, maar... Dus met al die mensen praten. En daarom ben ik dus benieuwd hoe jij zei eigenlijk al eerder van ja, dat je heel graag zou willen reageren in een bredere maatschappelijke context. Je had het al over Jung, je had het al over Freud. Mm-hmm. Je hebt het je hebt met veel enthousiasme alle vorige afleveringen geluisterd. Daar heb je ook veel over verteld al in DM. En je zei van dat je een soort gut feeling hebt van hoe heeft dat nou allemaal met elkaar te maken? Nou, kijk, ik wil daar zou ik me aan willen vragen. Hoe kun je wat je nu zegt, hoe kun je nou dat verbinden aan al die onderwerpen en dat zeg maar op die manier benaderen? Nou, oké. Kun je daar iets over zeggen? Ja, nou kijk, ik heb dus geen idee hoe dit uiteindelijk geknipt en gemonteerd gaat worden of wat dan ook. Ik monteer heel weinig. Oké, prima. Ik laat meestal vrijwel alles in, maar nu wordt het heel lang, dus misschien moet er iets uit. Precies, maar hoe het er ook uit gaat komen,
Ik ben in eerste instantie begonnen over Jung omdat ik een soort inleiding wilde geven van, hey, joh, luister, Jung is ooit met een concept gekomen, individuatie. Wat zou stellen dat iemand een ziel, hè, want hij heeft echt gewoon een wetenschap van de ziel, heeft Jung proberen te maken. Hij heeft spiritualiteit naar de wetenschap proberen te trekken. Ik denk dat het hem gelukt is. Gros van de moderne psychologie vindt hem nog steeds een soort pseudowetenschappelijke kwakzalver. Jordan Peterson gebruikt ook heel veel Jung. Heel veel, ja. Hij vindt dat hij heeft Jung heel hoog zitten. Ja. Ja. En dus die inleiding die ik gaf, niet wetende of die uiteindelijk in die podcast gaat komen. Die gaf ik omdat ik uiteindelijk een term wilde delen, namelijk individuatie. En dat ik dus zelf vanuit de bijna 26 jaar levenservaring die ik op planeet Aarde heb, dat ik nu kan terugkijken en dat ik kan zeggen van, hey, er zijn er allerlei dingetjes die toch wel op een bepaalde manier op mijn pad zijn gekomen, waarvan ik zelf niet het idee had dat daar echt een lijn in zou komen te zitten. Maar nu zie ik daar op een bepaalde manier een lijn in. En dus vanaf het moment dat ik eigenlijk heel veel meer afstand heb kunnen doen van eigenlijk mijn persoonlijke trauma. En een groot deel van hoe ik naar de wereld kijk. Hoe ik naar de wereld kijk is daar een heel groot onderdeel van. Ik heb aan de hand van mijn geschiedenis heb ik een best wel traumatische relatie met de Nederlandse taal. En dat is ook de reden geweest waarom ik mega op ben gegaan in Engels. En me heel erg goed kan verwoorden in het Engels. Mijn Engels waarschijnlijk ook beter is dan mijn Nederlands. En dus ook in eerste instantie me veel ben gaan verdiepen in Amerikaanse en internationale politiek. Iemand als Sven Hulleman nu op dit moment met zijn podcast En Vrede Reeds Gewonnen. Heeft mij sinds vorig jaar oktober helemaal de Nederlandse cultuurwereld en politiek ingetrokken. En dus nu ben ik op jou gekomen. En dus wat ik voornamelijk heel erg interessant vindt, is dat wat er nu op dit moment in de wereld gebeurt, is dat mensen over het algemeen nog meelopen met een bepaalde massa. Hè? Dus bij wijze van spreken in hun bubbel zitten. Ik zeg, oké, alle remmen bij wijze van spreken los. Alle touwtjes uit handen. Dit vind ik dus ook een mooie quote van Lao Tse. Kennis opdoen of kennis... kennis verkrijgen is kennis dus opdoen. Weet je? Het is, je accumuleert iets. Je leert elke keer iets meer. Wijsheid is steeds dingen loslaten. En ik heb alles losgelaten. En hoe ik nu in de wereld sta is... Oké, ik wil graag niet mijn tijd verdoen met hoe grote groepen mensen bepaalde dingen denken. Hè? Gewoon echt gedachtegoed waar collectief op een bepaalde manier over nagedacht wordt. Nee, ik wil in de huid kruipen van individuen. Het vertellen van mijn verhaal, daar sleur ik eigenlijk mijn hele achtergrond en mijn familie in mee. Ja. Nou, ik kan jou vertellen, ongeacht van hoe diep je hier wil op ingaan of hoe lang nog je met mij wil praten, de afgelopen fucking 6 jaar is voor mij echt één fucking grote hel geweest. Echt gewoon de afgelopen 2 jaar specifiek. En ik sta nu op een punt waarbij ik zoiets heb van, ja, I don't give a shit anymore. Like, ik heb mijn huiswerk gedaan. Ik weet hoe de wereld over dingen nadenkt. Ik weet hoe de wereld over bepaalde dingen praat. Maar luister, dit is mijn verhaal. En als ik dan een quote van Carl Jung op je mag gooien. Het kwade bestaat omdat mensen hun verhaal niet mogen vertellen. Weet je, en dus ik speel met allemaal dingen. En ik plaats het dus in een bredere context van, yo, het maakt niet uit van welke afkomst jij komt. Wat voor gender je hebt, wat voor leeftijd je hebt of wat dan ook. Iedereen van elke afkomst, van welke wat dan ook, loopt blijkbaar op een gegeven moment tegen de muur aan dat er een soort linkse sluier over de wereld heen is gelegd, wat een soort waanrealiteit is. En dat het niet uitmaakt van waar je vandaan komt, maar dat op het moment dat die sluier valt en hè, of je wordt bloedpilt, je ziet in één keer hoe het echt is, dat je gewoon door de mensen die zeg maar dat waanbeeld, die illusiewereld in stand houden, je eigenlijk gewoon compleet uit wordt gekotst. En ik zit zeg maar nu gewoon op het punt van, yo, ik heb echt voor mijn gevoel een soort bipolariteit ervaren door helemaal op te gaan in de chaos van de cultuur. Dat is ook de reden waarom ik noemde, ik was vroeger een cultuursnuiver. Ik ben nu een cultuurkijker. Ik ga die cultuur niet meer opsnuiven, want die cultuur is fucking ziek. Weet je? Ik ga nu gewoon die cultuur kijken. En ik ga gewoon mijn dingetjes doen. En ik ga kijken hoe de cultuur daar op een bepaalde manier op reageert. Ja. Ja, het is heel helder en wat je zegt. En dit is ook heel... Dus ik vind... Nu komen we eigenlijk inderdaad op een... Tot de kern, een beetje. Op een verdiepingsslag. En ik moet heel sterk denken aan iets waar ik deze weken heel veel mee bezig ben. Want ik ben aan het voorbereiden op een performance over een paar dagen. En waar ik nu zelf heel erg over nadenk is...
Wat wij zien is een revolte van degenen die heel lang niet gehoord zijn, inderdaad. Mm-hmm. Ja. En er is één artikel. Ja, ik ben de titel vergeten, maar ik zal het je doorsturen. Maar in dat artikel werd eigenlijk de vraag gesteld: hoe kan het dat in die piek van Trump die mensen met die grote jachten en grote boten in die havens lagen? En hoe kan het dat deze mensen van zichzelf het gevoel hadden dat zij de dispossessed zijn? Degene die niet de bezittende klasse zijn. Terwijl zij de grootste jachtschepen in die havens hebben liggen. Dat is een hele goede vraag. Maar is daar een revolt geweest door die mensen? Nee, ik moet er even naartoe werken. Okay. Waarom voelen die mensen zich niet gehoord? Mm-hmm. Terwijl, als je naar de Polaroid kijkt, zie je dat zij alles hebben. Snap je? Mm-hmm. Dat heeft te maken met jouw verhaal. Ja. Want die mensen, die hebben dan misschien wel die jachtschepen. Maar alle instituties en overal waar het culturele kapitaal en het sociale kapitaal wordt verdeeld, al die plekken waar dat wordt verdeeld, zijn inderdaad onder die linkse sluier komen te liggen. Mm-hmm. En iedereen die niet meedoet met het protocol en die niet eigenlijk de tekstjes uit hun hoofd leert en leert die taal die te praten. Die verwachten precies. Die taal die, van, oh, dit wordt gezegd, ja, dus nu moet, ja, ik zo. Precies. Zo denken we er precies allemaal en over en na. En al die codes, ja, hè. En dat artikel is een lang artikel. Dat was iets van een... ik heb dat laten voorlezen door de audio van dat artikel. En dat was een uur luisteren. Dat was heel doorwrocht. En een van de voorbeelden die ik heb onthouden was van hoe absurd die codes zijn. Want een kroonluchter van €80.000, dat kan niet. Dat is kitsch. Mm-hmm. Dat is pronken met welvaart die je hebt verdiend op slavenarbeid, bij wijze van spreken. Ja. Maar een steenoven van €20.000, dat is juist weer goed, want dat is dicht bij de natuur. Snap je? En als een alien naar onze planeet zou afreizen en die zou zich een weekje verdiepen in onze cultuur, die zou eigenlijk echt niet snappen van, ja, die kroonluchter kan niet en die oven kan wel en dat is bijna even duur. Yeah. Zo'n goed voorbeeld. En die gast zei, iemand die heel goed kan navigeren in al die subculturen is iemand die al die talen begrijpt en al, yeah, die registers begrijpt, yeah, en alle ongeschreven regels begrijpt. En dat zijn degenen waar we allemaal naar luisteren. Dat zijn dus degenen die gehoord worden. Ja, okay, en jij zegt eigenlijk van, ja, en waar heel lang niet naar geluisterd is degene die niet gehoord worden. Okay. En dat is eigenlijk niet één klasse, maar dat zijn dwarsdenkers en avant-gardisten en kunstenaars, precies, individuen. Precies. En die zijn eigenlijk aan het overlopen naar die klasse bijna van Trump, omdat ze denken, precies, hier gebeurt iets. Want we moeten het wel aan. En daarom komt ook die fascinatie voor Jordan Peterson vandaan. Want ik ben ook eigenlijk daarom dat ik mezelf zo karikaturaliseer met dat potloodje. Want eerst wil ik gaten schieten in Jordan Peterson en nou wil ik al zijn lectures horen, omdat ik ook langzaam denk van, hier gebeurt iets wat, ja, eigenlijk eindelijk die sluier wegtrekt. Precies. Precies. Toch? Precies. En dat is, precies, eigenlijk het diepe gedeelte, precies, van ons gesprek. Precies. Daar hebben we het over. En precies. En op collectief niveau is er bij iedereen op een gegeven moment waarschijnlijk een soort kwartje gevallen van, in eerste instantie, Trump die zegt fake news dit. En dan lees je de artikelen over hoe hij heel de journalistiek zwart maakt en beschuldigt en dat hij helemaal psychotisch is doorgedraaid. En bij heel veel mensen is er op een gegeven moment een kwartje gevallen van, ja, fake news. Ja, de mainstream media is ook wel zijn relevantie aan het verliezen. En, ja, er zijn allemaal, precies. Maar dus, en nu, okay, heb je COVID, en nou, okay, goed, ik ook. Maar wat jij zei over die hele, zeg maar, avant-garde van individuen die nu bij wijze van spreken aan het opstaan, is aan het opstaan. Daar kan ik nu een persoonlijke invulling en dus daarbij ook, denk ik, een verdieping in geven. Maar het hele tragiek van mij, voor mijn gevoel, op het moment dat ik ben begonnen met mijn studies, dat ik het idee had van, nu kan ik eindelijk mezelf zijn. Kan ik echt doen wat ik eigenlijk op een bepaalde manier echt wil. Weet je? Mm-hmm. Alleen toen realiseerde ik me dat ik gewoon daarin nog op een bepaalde manier sturing voelde. Echt oprecht, hè? Dat is, yeah, waar je al gelijk al voor tekent. Dat geeft Maria ook aan in de eerste podcast. Ik heb het ook meegemaakt. Gewoon letterlijk van, je bent echt helemaal vrij om te doen wat je wil, hoor. Maar doe maar gewoon echt dit. Doe maar, yeah, dit. Ja. Ja, en dat is wat heel veel mensen nu druppelgewijs zeggen. En ja, het is eigenlijk
Ja, het is eigenlijk een heel angstig beeld. En ik had het er gisteren ook al over, wederom in de podcast die nog niet gepubliceerd is. Maar je hebt Jordan Peterson praat op een gegeven moment met een vrouw die uit Noord-Korea is ontsnapt. Yeah, yeah. Een heel indrukwekkend gesprek is dat. Yeah. En zij zegt dat zij eigenlijk in de universitaire wereld in Amerika meer op haar woorden heeft gelet dan in Noord-Korea. Ja. Dat is echt chockerend. En dat is zo betekenisvol dat zij dat zegt. En het zegt zoveel over de angstcultuur die wij op plekken hebben gecreëerd, die eigenlijk vrijplaatsen hadden moeten zijn. Ja. En dat is eigenlijk waar, als we echt in de bek van het monster kijken, weet je wel, dan, ja. Dat is eigenlijk. Ik geloof niet dat het helemaal weg is. Want ja, wij zitten hier en we hebben deze ontmoeting. En jij hebt toch een moment gehad dat je dacht, ik moet Michiel die brief sturen. En we hebben die uitwisseling gehad, snap je? En je hebt jouw hand naar mij uitgestoken. Yeah. En ik heb meteen die hand aangegrepen. Ja. En ik zeg meteen van, wauw, dit is een mooi. En het was echt niet, snap je? Want je zou mij ook kunnen verdenken van opportunisme. Van dit is een heel mooi verhaal. Kan ik eindelijk met Sunny Bergman verhaaltje doen, weet je wel? Dat is makkelijk. Verwijt zou je makkelijk kunnen maken, snap je? Maar de eerlijkheid gebiedt mij te zeggen dat ik echt was geraakt door die brief. Ik heb hem 's nachts in bed gelezen en ik was echt emotioneel daarvan, snap je? Dankjewel. Omdat hij bij mij op een herkenning stuitte. Ja. En ik denk dat we nu, via een hele lange weg, en nu hoop ik ook dat je een klein beetje begrijpt waarom we eerst die casus neer moesten leggen om in het diepe te komen. Mm-hmm. Want nu zijn we voor mijn gevoel in het diepe beland van dat onderwerp. Okay. En mijn vraag aan jou is, hebben we dat voor jouw gevoel goed genoeg blootgelegd? Of heb je nog iets dat je denkt van, nee, ik heb het nog niet helemaal gevangen. De casus op zich, zeker. Ik zit gewoon te denken van, laat me gewoon vragen. Heb je voor je gevoel alles gezegd? Want ik had het idee, toen we eigenlijk eindelijk die casuïstiek van Sunny Bergman bespraken, dat je ook een beetje geïrriteerd raakte. Zo van, ja, ik vind het goed om het hierover te hebben, maar ik wil niet laten gebeuren dat ik nu alsnog ook hier weer te kijk sta als toch weer een soort Jordan Peterson fan archetype in deze story. En dat is ook terecht, hè? En daarin kan ik ook helemaal mee. En eigenlijk gaf dat een soort doorstart aan het derde en diepe gedeelte van het gesprek, waarin ik eigenlijk nieuwsgierig was naar jou, hoe je het bredere verband zag. En daarin neem je me helemaal mee. En sociaal gezien heb ik nu de impuls om te vragen, heb je ook echt die tube voor je gevoel leeggeknepen? Heb je het laatste daarover gezegd voor nu? Hè? We kunnen niet oneindig praten, maar heb je het gevoel dat we het kunnen afronden? Je het belangrijkste hebt gezegd? Of heb je nog het gevoel van, nee, het gaat eigenlijk nog daarover? Ik denk dat het voor mij heel erg van belang is nu om genoegen te nemen met overal waar we het over gehad hebben. Alleen ik denk dat in een bepaalde soort miscommunicatie en hoe dit gesprek van start is gegaan, dat er inderdaad voor mijn gevoel minder gepraat is over. Laat dit achterwege, want dit wil je ook niet gezegd hebben. Dit moet ik er weer uit gaan knippen, snap je? Je wil niet in een podcast zeggen over miscommunicatie in een gesprek. Snap je? Maar dat vind ik dus ook iets. Waarom niet? Nou, waarom niet? Dat kan ik je uitleggen. Omdat dat gewoon helemaal niet in jouw voordeel is. Want dan kom jij gewoon op een bepaalde rare manier over. En dat is gewoon niet fijn voor jou. En ik heb er belang bij dat jij zo goed mogelijk overkomt voor jou. Dus ik probeer jou in het licht te zetten. Maar dan ben je toch aan het regisseren. Ja, natuurlijk. Ik maak ook die podcast. Ja, ik ben ook weer regisseur. Daarom vind ik het zo raar dat jij de regie uit handen pakt. Dat spiegel ik jou. Dat geef ik jou terug. Ik zeg dat is een neiging. Omdat ik denk dat het iets over jouw pathologie zegt. Het zegt iets. Jij bent een control freak. Zeker. Dat merk ik aan 10, 20 dingen. Zeker. Ja, dan denk ik van ja, let it go, man. Dat is helemaal niet goed voor het gesprek om een control freak te zijn. Je moet vertrouwen. Maar dat. Daar mis je me, om heel eerlijk te zijn. Daar mis je me. Omdat ik vertrouwen had in. Dus niet. Of heb?
had in het idee van de opzet van hoe ik dacht dat we tot een... Ik wilde een soort... Ik zag deze podcast, deze ontmoeting als een soort potentie om al jouw afleveringen tot nu toe op een bepaalde manier samen te brengen. En jij bent hier ingegaan als in, oké, luister, ik wil luisteren naar Berends persoonlijke casus. Ja, maar weet je wat het rare is? Kijk, jij begint op die manier, dat vind ik ook prima. En dus ik laat je eerst 10, 20 minuten praten over eigenlijk een soort lezing. En ik denk alleen maar van, wow, hij heeft het helemaal voorbereid thuis. Het is echt een control freak. Want anders kan dat helemaal niet, snap je? En je neemt ook helemaal mee dat het dan luisteraars zijn. Je zegt ook van, voor mij komt er heel veel samen, want ik ga mezelf introduceren. Dus jij zegt eigenlijk van ja, daar ben ik allemaal mee bezig geweest. Ik ben hier naartoe gegaan met het idee dat ik aan mezelf, aan luisteraars voorstel. En op een bepaalde manier mezelf blootstel aan al die luisteraars. Yeah. Voor mijn gevoel is dat ook de kennis, of de kern van jouw frustratie bij Cindy Bergman, namelijk hoe kwam ik over. Je kunt ook zeggen dat is helemaal niet belangrijk, hè, want dat is allemaal ego. Dus op het moment dat jij eigenlijk zo begint en meteen de regie pakt en eigenlijk meeneemt dat je op een bepaalde manier wil overkomen, op dat moment denk ik van oké, je gebruikt eigenlijk die situatie meteen om jezelf voor te stellen aan het publiek op een bepaalde manier wat je helemaal hebt overdacht en dat is geregisseerd. Dus dat, ik kan er niet omheen dat dat mijn gedachte is op dat moment. En aangezien ik een intuïtieve manier van werken heb, probeer ik dus me leeg te maken, zodat ik die gedachten kan volgen die ik krijg spontaan van wat ik zie. Ja. En dat is wat ik zie, dus dat geef ik terug. Dus als het eerste wat ik teruggeef is ik laat jou eerst helemaal dat uitwerken, die hele lecture. En vervolgens zeg ik van, het is grappig, want wat ik zie is... En wat ik dan doe is, ik bereid ook een beetje het gesprek voor. Dus ik denk dan van, ik gebruik dit meteen. Ik ga jou nu teruggeven dat je de regie neemt. Yeah. Want ik denk dat dit belangrijk wordt als we daar over Cindy Bergman gaan hebben. Want ik weet dat eraan zit te komen. Yeah. Want dat is onze agenda, dat we die casus gaan schoonpraten. Dus ik denk, als ik dat tegen jou zeg, dan denk je van, verrek, dat doe ik inderdaad. En dat is inderdaad iets wat ook te maken heeft met de anekdote straks. Namelijk, ik ben een control freak. Ik wil niet dat Cindy Bergman mij framed, want ik wil controle. Ja, maar okay. Snap je? En op het moment dat ik dat zeg, dus als ik het meta-level bespeel, zie ik aan jouw gezicht, ik zie het gewoon op jouw gezicht, een bepaalde teleurstelling. Ik denk van, oké, hij gaat naar het meta-niveau, terwijl ik gewoon door wil met mijn lezing. En nee, daar ontstaat nee, een soort, nee, maar, nee, maar dat zie ik gewoon. En dat is misschien niet helemaal waar, maar ik zie wel een verwarring. Ik zie nou, ergens jouw... Irritatie zeker. Ja, dus maar ik wil het eigenlijk helemaal niet over Cindy Bergman. Nee, precies. Ja, god, ja, maar dat is toch... Af het begin af aan staat dat wel op... snap je, dat is wel iets wat de aanleiding is van wat we... Ja. Snap ik, maar ik denk dus... Maar jij was echt van plan om het helemaal niet over Cindy Bergman te hebben? Ja, jawel, alleen omdat als een... dit hou ik uit een van je podcasts. Om in dat Cindy Bergman verhaal bij wijze van spreken... dat universum in dat sneeuwvlokje te zien. Maar ik heb nu het idee alsof we dat Cindy Bergman sneeuwvlokje hebben gehad... en daar in het beeld bij wijze van spreken op hebben uitvergroot. Weet je, ja, dit is dus een klein... Dat is gewoon voor mij een hele goede methode. Je gaat naar de sneeuwvlok kijken en je wil het universum zien. En dit is zo'n mooi, wat zo mooi is aan het verhaal, is dat het gewoon een heel klein moment is. Het is gewoon één middag in Amsterdam, één minuut of misschien 10 minuten, waarin jij oog in oog staat met iets wat je het meest niet wil. En mijn vraag, die gewoon een zuivere, schone vraag is, vat voor mij eigenlijk misschien wel 20 podcasts, of laten we zeggen de alle 15 podcasts tot nu toe, hermetisch samen. Namelijk, hoe komt het dat jij in dat moment, oog in oog met Cindy Bergman, precies niet wilde wat daar gebeurde? Ja. En dat is zo'n zuivere vraag, dat het voor mij absurd is om eerst met 50 minuten lecture te beginnen over Jung en alles, dan denk ik alleen maar van, snap je? Ja, dat is voor mij heel pretentieus. Dan denk ik van, dan zie je dus niet de schoonheid van die zuivere vraag die alles op scherp stelt. Snap je? En ik snap wel dat jij het er niet over wil hebben, want voor jou is het een trauma. Maar ik wil het er wel over hebben, want die vraag zet gewoon alles op scherp. En dan als je daar eenmaal begint, als je gewoon eerst daar begint, dan kun je het over alles hebben daarna. Want dat is namelijk een sneeuwvlok en in de sneeuwvlok zit het universum. Ja, oké. Helder. Nou, dan begrijp ik waarom dit gesprek gelopen is zoals het gelopen is. Dat is ook, ik heb niet begrepen dat je er echt op die manier een soort van
in stond. En hoe bedoel je, op welke manier? Hoe bedoel je? Ja, nou ja, jij zei nu net, okay, en ik begrijp dat je er niet over wil hebben, want dat is jouw persoonlijke trauma. Ik wil, ja. En ongeacht, maakt niet uit of je dit gaat geloven of niet, hè, laat het lekker op je inmerken. Je kan ook denken van, fuck deze dude. Ik wil het niet daarover hebben, omdat ik voor mijn gevoel dat persoonlijk trauma over dat gebeuren, bij wijze van spreken, voorbij was. En ik vind het dus nu interessant. Dat is waarom ik noemde dat ik heel mijn studietijd, zeg maar, bezig ben geweest met het leren van allerlei talen waar ik geen interesse in had om te leren. Maar dat ik dat heb moeten doen uit overlevingsmechanismen om uiteindelijk wel echt mijn echte verhaal te vertellen. Omdat als ik daar eerder mee begonnen zou zijn, zou ik opgegeten kunnen worden door de wereld. Ik meen dit letterlijk, hè. Het is gewoon, ik ben letterlijk benaderd aan de hand van hoe erg ik een breakdown heb gehad na dat Sunny Bergman moment, door mensen van, yo, schakel een advocaat in of wat dan ook. En ze heeft mij uiteindelijk niet in die documentaire gemonteerd. Maar ik denk dat dit misschien dus een stukje wat je zeker mag monteren in deze podcast. Maar je komt het in feite letterlijk op neer. Als ik daar verkeerd ingeknipt was, dan was ik waarschijnlijk op dat moment zo onstabiel geweest dat ik in potentie zelfmoord had kunnen plegen. Dat is, ik zeg maar, zo ver heen was ik, zeg maar. Ja. Snap je? En dus dat is een verdieping in het hele psychologische verhaal aan de hand van deze hele sociaal-maatschappelijke kwestie, waar ik het bewijs van spreken meer had over willen hebben, omdat dat vervolgens verband houdt met grotere dingen die hier, grotere lijnen die hier nu spelen. En dus jij zegt van, yo, ik begrijp dat je het niet daarover wil hebben omdat dat een persoonlijk trauma is. En ik zeg, yo, ongeacht wat voor negatieve gevoelens ik er nog bij heb, ik ben nu op het punt gekomen dat ik dat wereld zo erg, dat beest zo erg in de bek heb gekeken, dat ik sowieso mijn verhaal ga vertellen. Maakt me ook niet uit of in deze podcast komt te zitten dat ik zeg dat ik denk dat hier miscommunicatie plaats heeft gevonden. Maar ik vind het heel erg vet dat, hè, heel even stellen, dat jij totaal niet weet wie je op dit moment voor je neus hebt. Totaal niet weet wat mijn trauma's zijn. Totaal niet weet wat ik bij wijze van spreken heb meegemaakt. Of er nog op een bepaalde manier common ground te vinden is aan de hand van, ongeacht hoe wij heel persoonlijk naar dingen aankeken, in de grotere verbanden die er op een bepaalde manier nu aan de hand zijn. Want ik kan jou dus vertellen dat aan de hand van wat ik heb meegemaakt en hoe erg ik een worsteling met mijzelf heb gehad om op het punt te komen dat ik nu ertoe in staat ben om mijn eigen werk, verhaal te vertellen en werk te maken. Ik in één keer realiseer dat ik enorm geïnteresseerd ben om dat in bredere context te plaatsen van andere mensen die ook op de hoogte zijn van de staat van de cultuur, zeg maar. En heb je dan het gevoel, kijk, voor mij was het klip en klaar dat we over die casus gingen praten, want voor mij was dat gewoon jouw handreiking. Jij stuurt mij een bericht en meteen stuur je me ook het hele verhaal, ja, ja, plus de hele brief. En dus die geeft mij een enorm groot inkijkje in jouw wereld. Mm-hmm. En als je zegt van, jij weet niet wie ik ben en dan denk ik alleen maar van, nou ja, nee, natuurlijk weet ik niet wie jij bent, maar ik weet wel dat jij dat hebt gedaan en daarmee een handreiking hebt gedaan van, leer mij kennen. En vervolgens is mijn reactie, wauw, interessant, wat een mooie brief. En sterker nog, zullen we hier een aflevering over maken, want we kunnen hier helemaal induiken. En volgens mij is op dat moment, en zeg jij meteen van, nou, ik ga erover nadenken, en dan hebben we nog een beetje over en weer wat berichten gestuurd. En maar, ja, volgens mij is dat klip en klaar dat we dus dat verhaal gaan induiken. Hè? Ja. En nu zeg je eigenlijk van, ja, het liefst in mijn ideale wereld was het eigenlijk zo gelopen dat ik had gedacht dat wij zo'n band zouden opbouwen in die aanloop naar die aflevering toe, dat gaandeweg dat aanvankelijke plan van de vrachtwagen zou zijn gevallen op een hele convenient way. Zo van, dat Michiel zou hebben ingezien dat ik zelf als persoon bijzonder genoeg zou zijn, dat hij zou snappen dat we dat verhaal helemaal niet nodig hebben. Nee, maar laat me even uitpraten. Goed. Ik denk namelijk, dat vind ik reëel.
Snap je? Want daar begint het mee. Namelijk, dat is namelijk de cry-out van degene die het gevoel heeft niet gehoord te worden. Dus jij zegt eigenlijk van ja, gaandeweg realiseer ik mij dat Michiel mij ergens net zo benadert als Sunny Bergman. Namelijk, als iemand die daar iets meemaakt. En waarvan die context interessant is. Ja. Maar ik wil niet interessant zijn vanwege de context. Ik wil gewoon dat we naar elkaar luisteren en met elkaar praten. Okay. In wat ons beweegt. En daarom raak ik over de zeik zodra eenmaal die camera aanstaat of die rek is ingedrukt. Want mijn aanbod, mijn compromis is om niet meteen die casus in te duiken en meteen dat ik meteen weer het mannetje word in die situatie. Nee, ik wil eerst beginnen over Jung en over Freud en over wat me beweegt en hoe ik de wereld zie. Kijk. En op het moment dat ik dat frustreer voor jou, schrik jij. Want jij denkt van, maar we kunnen toch ook gewoon een echte ontmoeting hebben, want dat is het onderwerp. En ik schrik ook, want ik denk van, ja, maar we gingen toch in die casus duiken. Zullen we het over hebben? Zullen we die echte ontmoeting kunnen hebben? En dus nu is het, wat er zo grappig aan is, op een ironische manier, is dat hier dus heel die verwarring al mee zit, snap je? Ja, maar kijk. En als ik dan in het metafoor mag blijven. Snap je wat ik bedoel? Ik snap helemaal wat je bedoelt. Als ik dan bij het metafoor mag blijven. Mijn intentie was om, kijk, hier, Michiel. Ik heb dit traumatische dingetje meegemaakt met Sunny Bergman op dat event met Jordan Peterson. Dat is een sneeuwvlokje op zich. En wat ik wilde zeggen, en ook aan de hand van al de podcasts die ik van jou heb geluisterd, dacht ik van, hé, ik ben niet het enige sneeuwvlokje. Ik wil vanaf dat sneeuwvlokje beginnen en vervolgens uitzoomen wat het zegt over die sneeuwstorm die er bij wijze van spreken is. Yeah. Alleen, zeg maar, jouw hele focus op die hele casus uitdiepen en dus die hele psychologie van Sunny Bergman, vind ik nu goed dat we daarover gepraat hebben. Het is ook een hele sterke analyse. Ik denk ook dat het ook echt gezegd mag worden over hoe vrolijk ik, weet ik veel, vertel over hoe ik tegen Jordan Peterson aankijk. Dat moet sowieso hier nu inkomen. Maar ik denk oprecht dat het daar bij wijze van spreken. Stop met regisseren. Hoezo? Je bepaalt niet wat erin gaat komen. Dat hoef je helemaal niet te benoemen. Nee, maar kijk. Praat gewoon. Maar zeg maar. Oké, maar hier is het ding. Ik voel mij geroepen. Ja. Ik voel mij geroepen als maker om de cultuur uit die verwarring te brengen. Ja. En daar is een bepaalde. Dan kan ik met een verhaal aankomen, maar ik wil die grotere lijnen bij elkaar brengen. En dus hoe ik het beste voorbereid had kunnen zijn op het spontane gesprek wat jij wilde voeren. En daar kan je allerlei ideeën bedenken over wat voor emotionele defense mechanisms ik heb om de regie over te willen pakken. Dat ik geen van je podcasts moet luisteren. Had ik hier gewoon moeten praten, gewoon puur en alleen over die casus. Alleen ik ben voor mijn gevoel dat moment voorbij. Nee, maar voor mij, nee, ik ben het niet mee eens. Kijk, jij hebt in jouw hoofd een soort van coping strategy waarbij je dat als een soort. Dat is het ook, maar dat maakt het niet minder relevant. Ja, maar je kunt ook alles absorberen en nog steeds in die spontaniteit meegaan, maar jij bent bezig met controle houden. Jij bent een control freak. Ja, klopt. Ja, dat is gewoon, dat zie ik aan alles. Maar ik denk dat, ja, ik bedoel, misschien mag ik dat niet aanraken, maar het gaat toch over traumabewerking. En ik denk van, dat heeft er zo mee te maken. Want dat zit natuurlijk ook in dat Sunny Bergman moment. Ik bedoel, los van dat ik helemaal op jouw hand ben. Ik ken ook mensen die denken, ja, fuck het, hoe ik overkom, kan mij het schelen. Ik heb Sunny Bergman helemaal niet zo hoog zitten dat ik aanstoot neem en hoe ik overkom in haar documentaire. Snap je, dat kan ook je reactie zijn. Jij bent een maand van slag. En dat heeft te maken met de manier waarop jij controle wil houden op die situatie. Nou ja, ik weet niet hoeveel ik waarde ik daaraan moet hechten. Want ik was ook gewoon voor dat event was ik ook al een aantal maanden een wrak. Hè? Tuurlijk. Dat klopt ook. Maar ik bedoel meer van... Ja, nee, nu wordt het ook best een themaatje. Je voorzet op een beter spoor. Ja, ik vind het gewoon interessant. Ik denk dat ik het even benoemde net.
dat er tussen ons al die verwarring ontstaat, is gewoon exemplarisch voor wat er dus steeds gebeurt met mensen. Ik denk dat dat een beter einde is ook voor ons verhaal. Dat we eigenlijk hier samenkomen omdat er een soort van gedeeld plezier is in het uitpluizen van wat er gebeurt. En een bepaald, nou, plezier noem ik dat, maar ik denk dat het nog veel meer een gevoel van zingeving bij ons allebei is. Dat is waar we samenkomen. Dat is wat we allebei delen. Mm-hmm. Wat we ook allebei waarschijnlijk bewonderen in Jordan Peterson. Dat hij dat tegen beter weten in blijft doen. Yeah. En dat we tot elkaar komen. En dat we eigenlijk in het schoonpraten van dat onderwerp alweer tussen ons ook weer verwarring ontstaat. Mm-hmm. En die verwarring is alweer op een heel gek level symbool voor hoe dat werkt. Yeah. Met dat je gehoord wil worden, dat je je niet gehoord voelt, dat je je gereduceerd voelt tot een cliché. Mm-hmm. En dat ik eigenlijk binnen dit gesprek mm-hmm. ergens jou ook alweer tot een cliché reduceer. Namelijk toch een beetje als degene die in deze anekdote functioneert. Mm-hmm. En dat je toch ergens denkt van ja, het is leuk dat je dat doet. Maar ik wil eigenlijk over de hele wereld praten. En ja. Ja, dat is interessant. Nee, dus dat ik eigenlijk alweer in diezelfde val trap, doordat ik denk van dit is een mooi onderwerp, dan zit ik eigenlijk al in die sensatiezucht. Als ik het heel banaal, als ik heel kritisch naar mezelf kijk, ja, dan heb ik toch in jouw verhaal iets gehoord waarvan ik denk, wow, dit is interessant, dit zegt iets over deze tijd. Ja. En dat ik dat denk, daar betrap jij mij dan op. Jij zegt eigenlijk van, ja, maar dan praat je alweer niet meer met mij, gewoon echt onbevangen over het leven en over Jung. Want jij bent alweer bezig over hoe dat verhaal symbool staat voor iets in deze tijd. Ja. En dat doe je eigenlijk meer hetzelfde dan iets anders. Ja. Als je dat doet. Dat is eigenlijk al niet ontmoet. Kijk, nu zitten we daar wel iets meer. Omdat we dit nu weer transparant maken. Precies. Of meta maken, toch? We praten het weer schoon. Ja, precies. Ja. En dat is dat monnikenwerk wat je dus moet doen. Hè? Die concentrische cirkels van schoonpraten. Maar ik hoop dat je dit nu met een goed gevoel kan achterlaten in het gesprek. Of wat denk je als ik dit zeg? Nou ja, ik begrijp heel goed wat jij een regie noemt, hoe dat op je over is gekomen. Dat begrijp ik oprecht. En dus ook op het moment dat jij zegt, je bent echt een controlfreak. Zeker weten. Nou, gewoon alles wat ik ga maken voor mijn gevoel, wat het dichtst bij mijn hart ligt, daar zit ook gewoon al mijn traumatiek in, weet je. Maar dat heb ik op een bepaalde manier voor mijn gevoel nu helemaal omarmd. En dus, als ik het heel kort mag reduceren, tot een one-liner voor mijn gevoel, heel mijn leven ben ik was ik aan het vechten met allemaal ideeën en overtuigingen die niet van mij waren. Voordat ik mezelf, en daar moest ik allemaal doorheen, voordat ik op het punt kwam dat ik mezelf de gelegenheid kon geven om mijzelf te uiten. En nu ik op dat punt gekomen ben, wil ik dat zeg maar op een bepaalde manier in een breder perspectief plaatsen. En de ironie die er nu eigenlijk gebeurd is, dat terwijl ik vanuit mijn eigen autonomie zoiets heb van oké, luister, ik ga een verhaal vertellen. We gaan helemaal terug in de tijd van op het moment dat ik met de kunstacademie begon. En op zich kan dat een heel spontaan, relaxed gesprek zijn. Maar ik kom hier bij wijze van spreken met een missie. Weet je, en dan kan je dus ook aan de hand van dat ik zeg van joh, ik ga mij nu, dit is mijn eerste uit de kast komen publiekelijk. Ik praat hier met Michiel heeft 2000 volgers op Insta en de Boze Geesten podcast, zeg maar. Kan je daarin lezen, daar zit mega veel angst en wow, dit ziet hij echt als een super groot moment. En zo voelt het ook. Ik schuif niet onder de tafel of van tafel dat niet allemaal meespeelt. Maar voor mij het grote ding wat mij echt voert, dat is bij wijze van spreken mijn missie. En nu op dit moment dus zeg maar mijn verhaal vertellen en te kijken met andere mensen in deze hedendaagse cultuur die om dat beest eigenlijk verzameld zijn, dat in een groter context te plaatsen. En ik kan je alleen maar zeggen dat ik het heel vet vind, hoe ironisch en grappig het ook is, dat hier inderdaad op een bepaalde manier diezelfde worsteling met betrekking tot hoe hier wat op een bepaalde manier besproken moet worden, ook in dit gesprek voor is gekomen. En ik denk dus En nu denk ik weer van, we moeten het er allemaal in laten. Want het is eigenlijk schitterend. Ja, bij wijze van. Maar dat is dus, het is zo'n bizarre situatie. Maar, dat je er eigenlijk gaat praten en al pratende ook weer die modellen blootlegt. We hebben nu wel zo lang gepraat
dat we ergens moeten stoppen. Ik kan nu zeggen dat ik met genoegen terugkijk op... Ja, ik stop pas als jij zegt dat je tevreden bent. Ik ga niet het risico nemen dat je met een kutgevoel achterblijft. Luister, ik ben fucking tevreden over hoe erg we het nu, denk ik, over elkaar, met elkaar over eens zijn wat hier in dit gesprek gebeurd is. Ja. Daar ben ik super tevreden mee. Ja, dat is en, heel interessant. Ja. En de stepping stone waarvan ik eventueel hoop dat dit gesprek gaat kunnen functioneren, denk ik alleen maar dat met al hoeveel we er omheen hebben gepraat, dat een interesse die ik eventueel bij mensen op zou kunnen wekken om het kunstenaarschap van mijzelf te belichamen, het beste daarmee soort van afgesloten kan worden met die brief. Want ik denk dat we heel erg nog de diepte in hadden kunnen gaan over... we hadden van alles. Van, dat is weer de control freak. Laat het los. Yeah, whatever, oké. Okay. Ja, ik had ook nog heel Dostojevski kunnen voorlezen. Michiel, dat was ook schitterend geweest. Op de een of andere manier zou ik het mooi vinden om de luisteraar ook die brief te laten horen. Ja. Heb je nog zin om hem voor te lezen? Sowieso. Ik denk dat het heel goed tot zijn recht komt. Ja, en het lijkt me goed. Dus dan wordt dat een bijlage. Dus dat wordt niet onderdeel van deze video of deze audio. En dus luisteraars die nu denken van het gaat dit over een brief, maar ik zou die brief wel willen lezen. In de vorm van een bijlage zal die brief te beluisteren zijn. En dan, ja, voor nu, ik ben blij dat we het zo hebben kunnen afronden. Want het voelt inderdaad als een heel spannend gesprek. Zeker door de finale. Hè? Mm-hmm. Dat had ik grappige schijnbewegingen. Toen dachten we dat we in de diepe zaten. Yeah, yeah, en daarna kwam eigenlijk een soort meta-level. Die eigenlijk alles weer binnenste buiten heeft gekeerd. En dat is eigenlijk heel goed. Voor ons allebei, denk ik. Heel cleansing. Heel, hoe noem je dat? Traumaverwerkend effect heeft dat gehad. Ik wil jou heel erg bedanken. Ten eerste voor het feit dat je me benaderd hebt. En ten tweede voor de openhartigheid waarmee je vandaag aan tafel hebt gezeten. Ik ben je een beetje aan het plagen met dat je een control freak bent. Maar ik vond boven alles een heel openhartig en leuk en geanimeerd gesprek. En ik hoop dat dit een goede entree is in de wereld van de kunst. Waar ik je heel veel succes wens. En ik zal je ook met nieuwsgierigheid blijven volgen in de volgende stappen. Dus dank je wel. Ja, bedankt man. If you do your work truly and conscientiously, unknown friends will come and seek you. If this is true, I look forward to meeting them. En aangenaam, Michiel. Yours truly. Ja, die laatste zin die is wel waar. Want het feit dat ik met deze podcastserie ook geen blad meer van mond neem, zorgt ervoor dat jij ook weer naar mij toe komt en jouw eerlijke brief laat lezen. En nu ook opnieuw en nu ben ik opnieuw onder de indruk. Mm-hmm. En dus dat is een mooi einde van deze bewogen nacht. Maar ik heb een traumatisch ervaren, gewoon een moment gehad toen. En hè, jij sprak over Peterson, dat hij heeft zijn waarheid gesproken en die waarheid kon boven tafel drijven. Ja. Bam, dit mag hier ontstaan. Weet je hoe blij ik dat ik die brief heb en dat ik dit hier nu mag delen. Ja, ik ben heel blij dat je de brief deelt, want ik vind hem opnieuw heel mooi en ik vind hem nog beter dan de eerste keer. En ik vind ook dat je nu die voorgedragen wordt, krijgt hij ook weer nog meer lading. En ben ik nog meer boos op de situatie. En nu weet ik weer, nu word ik weer door de brief te horen weer aan herinnerd. Dat ook is wat mij wat mijn motief is om dat voorstel te doen, om hier een aflevering over te maken. Want ik denk van je moet niet, zo ga ik eigenlijk altijd met dingen om. Je moet niet de slachtoffer zijn van die situatie, maar je moet het omzetten in kunst, want dan wordt het weer iets. Mm-hmm. En dat is, als ik die boosheid voel, dan denk ik, oké, nou moet het weer kunst worden. En de podcast is dan ook weer een vorm om de uiting aan te geven. En die brief ook. En dat hebben we nu vanavond even samen gedaan. En dat voelt dan toch als weer als iets wat goed is. Als iets wat een stap is in de,
in de goede richting. Mm-hmm. Ook al werd het even naar de verkeerde richting gezogen, we zijn weer on track. En dat is uiteindelijk is dat het gevoel wat bij mij het meest blijft hangen na deze avond. Namaste.